Hallo, gelukkig nieuwjaar. Daar ben ik weer. Een hele spontane stream. Nou ja, voor jullie vooral, denk ik. Wij zaten al een aantal dagen. We moeten deze game echt gaan streamen, want het is zo ontzettend leuk. Maar we waren zoveel spellen aan het spelen dat we geen tijd hadden om te streamen, want we waren heel druk aan het spelen. Hey Dark Princess, dankjewel. Jij ook een gelukkig nieuwjaar. Hallo. Dus nou, in ieder geval kwam het nu dat Rick die zei vanmiddag in één keer. Ja, gaan we deze game nou al streamen? Want ik wil dit ook met jullie spelen. Want je kan het dus ook met meerdere spelen. Maar dat zal je dus zo meteen wel zien. Dus vandaar dat we er nu zijn. Dankjewel Marg. Jij ook gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Ah, leuk. Ah, dankjewel. Wat een leuke bril. Lief. Dankjewel Elina. Super lief. Yay! Nou, vandaag gaan we dus samen Farm Together spelen. Deze game is al uit 2018 of zo, hè? Ja. Hey Lara, dankjewel! Leuk, een onverwachte live. Ja toch, gezellig toch? Nou, deze game is al uit sinds 2018. Nou, wij hebben hem pas afgelopen woensdag ontdekt, denk ik. Melissa, jij ook gelukkig nieuwjaar. Hebben we hem afgelopen woensdag? Ja, Rick die zegt, hij staat al een hele tijd in mijn wishlist, maar we hadden hem nog steeds niet gespeeld, want wist ik veel. Ik had geen idee, ik wist het helemaal niet. Rick die wilde hem graag spelen. Noah, jee, weer een nieuwe stream. 0 maanden lid. Ah, oh. Maar toch een berichtje. En die zei van, nou, hij had het opgestart en ging kijken wat het was. Nou, toen hebben we het even heel even kort met elkaar gespeeld. Toen zaten we meteen, oh, dat is leuk. En toen begon Bila al, die wilde toen meedoen. En toen kwam Emily, die wilde ook meedoen. En sindsdien zijn we eigenlijk alleen maar aan het spelen geweest. Volgens mij hebben we het nu al 30 uur gespeeld of zo. Nou, in... Oh, 48 uur hoor ik. Oh, dat is echt heel erg. Dat is echt gênant om te vertellen. We hebben het blijkbaar al 48 uur gespeeld en ik doe het pas sinds woensdagavond. Dus, waar gaan we het over hebben? We gaan het over iets anders hebben. Hoe gaat het met jullie? Gaat goed? Maris, doe even fitcheck. Nee joh, Brit, ik heb gewoon mijn joggingbroek aan. Kijk, hier. Ik heb gewoon een joggingbroek aan, sokken en een t-shirt. Echt niks spannends. Dus valt niks te zien hier. Dit is chillen. Het voelt als zondag. We hebben vakantie. Maar ja, ik ben ook ergens nog blijven hangen bij vorige week. Dus ik heb alleen maar dit spel zitten spelen. Kreeg een chick is verslaafd. Ja, maar echt hoor. Dat is echt heel erg. Maar dan weten jullie in ieder geval dat het een leuke game is. Want dat is dus de reden waarom ik vandaag ga streamen. Ik wil jullie heel erg graag deze game laten zien. Want ik weet zeker dat heel veel mensen deze game niet kennen. Want ik had er echt nog nooit van gehoord. En over het algemeen zijn wij er best wel vaak op zoek naar dit soort spelletjes. Dus ik weet zeker dat er mensen zijn die de game nog niet kennen. En ik denk, zeker aangezien de games die ik altijd speel, zoals Animal Crossing, Dreamlight Valley. Als je dat allemaal leuke games vindt en je houdt van farmen, blijf kijken. Jij gaat sowieso deze game downloaden, dat weet ik zeker. En anders kijk je lekker bij mij. Maar ik vind echt, het is nu al mijn lievelingsspel. Mooie broek maar eens. Dank je, Ilse. Dank je. Dank je. Ja, hele mooie grijze joggingbroek. Mijn schoonmoeder die was hier laatst. En die zei, ja, weet je wat ik heb gehoord? Ik hoorde dat grijze joggingbroeken tegenwoordig helemaal in de mode zijn. Dus je kan gewoon een grijze joggingbroek aan. En dan kan je zo, hup, doe je een jasje eroverheen. En dan ben je hartstikke hip. Ik zeg, nou, dan loop ik al 14 jaar lang in de mode. Elke dag. Hartstikke goed. Niet verslaafd of zo. Nou, echt heel erg. Ik geef het ook gewoon toe. Ik ben nu op dit moment echt verslaafd aan deze game. Hey, dankjewel Rick. Je kan het inderdaad spelen op de Xbox, op de PlayStation 4, op de Switch en op de PC. Wij spelen hem op de PC, op Steam. Ik weet alleen dus niet of je... Je kan dus bij elkaar op bezoek. Je kan elkaar helpen met het farmen. Maar ik weet niet of je, als je op de Switch speelt, je ook bij iemand op de computer erbij kan. Dat weet ik niet. Maar dat zien we vanzelf. Wij spelen hem in ieder geval op Steam. Je bent weer prachtig. Ah, oh, dankjewel Maren. Wat lief. Nou, ik heb ook even snel gedoucht. Want dat had ik ook al een paar dagen niet. Ik bedoel... Nee, ik heb mijn haar alleen maar even gedaan. Dat was het. Ik ben te enthousiast, zegt Daisy. Nou ja, maar echt hoor. Ik ook. Ik vind het echt superleuk. Dus ik ga niet te lang kletsen vandaag. Ik ga zo meteen gewoon beginnen. Anne, je vorige video kwam op mijn verjaardag op YouTube. Oh, gefeliciteerd nog, Anne. Morgen is er trouwens geen video, ik zeg maar vast. Morgen heb ik even een vakantie. Dus we hebben deze hele week vakantie. Daarom zijn we ook heel veel aan het spelen. Dus morgen is er weer geen video, maar wel dus deze livestream. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden en er zin in hebben. Rick is in de tussentijd hier naast me. Die gaat ook zijn farm doen. Onze kinderen zitten allebei hun farm te doen. Dus die komen vast even langs. Om hoi te zeggen. Miele zit echt aan het kijken. Moet ik in het echt komen? Mag ook.
Zeg maar hoi. Hi. We zitten allemaal in mijn studio geprakt hier beneden. Nou, het heet eigenlijk niet meer de studio. We noemen het nu de gamekamer. Maar dat is nog wennen dat het in één keer anders heet. Je wil niet weten hoe lang ik The Sims al heb gespeeld. Oh, dat gaat ook altijd zo snel. En dat heb ik ook met Planet Coaster. Zo, dat heb ik ook al heel veel gespeeld. En nog steeds kan ik dat niet. Ja. En wie ben je nou uiteindelijk die poppetjes van de tinfilm? Oh ja, ik vroeg jullie net in de chat, toen jullie allemaal nog zaten te wachten, of jullie al konden raden wie op wie was op de thumbnail. Want wij hebben een foto gemaakt vanmorgen. En dat is dus de thumbnail, daar staan we met z'n vieren. Ik weet niet of iemand het nou goed had gedaan. Volgens mij wel. Sina had het uiteindelijk goed geraden. Dus, maar je ziet zo meteen wel wie is. Dan kan je kijken of je het goed had geraden. Hé, ik zit een appeltaart te bakken. Oh, lekker, Suus. Dat ruikt dat zo lekker. En is ook heel lekker. Nou heb ik zin in een appeltaart. Hoi, gelukkig nieuwjaar. Yay, jij, jullie ook allemaal. Aan hoeveel spellen ben je nu al verslaafd geweest? Ja, Imke, het valt mee hoor. Ik heb het heel erg gehad met Animal Crossing. Nee, dat weten jullie. Dat heb ik echt een jaar lang, als het niet langer is geweest, echt heel veel gespeeld. Ik heb nu ook weer bij dit spel helemaal die Animal Crossing vibes. Ik heb het met Dreamlight Valley heel erg gehad van dat Disney spel. Maar ja, dat was dus maar voor kort. Want ik ben dus nu door al mijn missies heen. En zit nu dus eigenlijk heel de tijd te wachten tot er weer updates komen. En dan duurt me dat te lang. En bij deze game die is al wat lang uit. Dan kan je heel lang doorspelen. Dat is altijd heel erg fijn. Maar volgens mij was dat het wel. Heb ik nog meer games waar ik echt heel erg verslaafd aan ben geweest? Je Call of Duty, ja. Maar dat is iets heel anders. Dat is een shooter. Dat speel ik niet hier. De Sims staat bij mij op 300 uur. Oh, Lara, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Oké, jongens, ik ga jullie gewoon laten zien. Als jullie lekker wel meekletsen in de chat, doe dat. Abonneer eventjes op dit kanaal. Dat is gratis. Maar dan kan je dus in de tussentijd lekker meekletsen in de chat met elkaar. En als je iets wil vragen aan mij, dan kan dat ook. We hebben trouwens een nieuwe functie. Er is een nieuwe functie hier op... YouTube, dat je nu ook zo'n Q&A kan doen. Zullen we dat eerst even testen nog? Ik heb dat nog nooit gedaan. Hier, start a Q&A. Stel je vraag, noem ik dat. Bloeket klinkt er in één keer in mijn oor. Maxime, net van de piste af, nu lekker de stream kijken. Ah, dankjewel voor je superchat. Wat lekker, geniet van je wintersport. Oké, ik doe eerst nog even dit hoor. Stel je vraag, start Q&A. Ik wil weten wat het is. Ik heb hem nu gestart, dus volgens mij kan je nu in de chat... Oh kijk, ik zie dus nu ook alleen maar jullie questions. Dus ik heb mijn hele chat is nu ook helemaal veranderd in alleen maar de vraag. Maar als het goed is, kan je daar dus nu ook je vragen in stellen. En dan kan ik het dus makkelijker lezen, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gebruikt. Ik heb geen idee. Ik was vergeten dat je Bloeket als deuntje hebt. Ja, echt. Ik ook. Bloeket! Oh nee, nou heb ik heel dat Bloeket in mijn oor. Het staat ook zo hard. Dankjewel voor je superchat. Ja, vorige keer... We moeten hem nu maar weer even aanpassen naar... Je hebt een donatie! Of zo. Of iets anders ervan maken. Ik begrijp het. Call of Duty is ook echt verslavend. Ja, dat was echt heel erg. Was toen uiteindelijk een periode dat het PlayStation-netwerk gehackt was. En toen heeft hij er een hele maand uitgelegd. Toen heb ik het een hele maand niet kunnen spelen. En toen was het echt... Toen pas besefte ik me hoe erg verslaafd ik was aan Call of Duty. Maar bij mij is het nooit zo erg dat ik ervoor naar een kliniek hoef, hoor. Dat valt dan nog wel mee. Het is altijd voor een korte periode. En daarna ben ik dan ineens klaar met de game. En dan klaar mee. En dan ga ik wat anders doen. Dus ik heb altijd gewoon een periode dat ik het gewoon heel leuk vind. Oké, nou, kom, we gaan. We gaan naar de game. Als hij het doet. Doe het, doe het. Ja, oké. Zet even deze uit in de tussentijd. En als het goed is, kunnen jullie ook de game horen en zien. Dan gaan we beginnen. Je kan hier dus je eigen farm in gaan bouwen. Nou, ik zal jullie mijn farm gaan laten zien. Oh, en trouwens. Dit ben ik. Adriana, gelukkig nieuwjaar. Dankjewel voor je berichtje. Het ziet er zo leuk uit. Ja, nu al, hè? Nou, je kan hier je boer aanmaken. Ik zie er echt super erg boerig uit. Je hebt echt super veel leuke outfits. Wel als je trouwens je kan uitbreidingspakketten kopen. Emily komt ook even hooi zeggen. En ja, ik heb een tuinbakje. Maar je kan van die DLC-pakketten kan je kopen. Daar heb je dan echt super veel leuke outfits in. Wij hebben ze allemaal gekocht. Want ik wilde alles hebben. En je hebt hier dus allemaal verschillende spulletjes ook erbij. Kijk, je hebt ook van dit soort outfits en zo. Echt, deze game is zo cute. Sharella, welkom terug bij de Creative Crew. Gezellig. Oké, wacht. Ik wil even mijn tuinpak aan, jongens. Ik ben onherkenbaar als ik mijn tuinpak niet aan heb. Dat kan natuurlijk niet. Ja, ik vind deze trouwens ook heel erg leuk in deze kleurtjes. Maar oké, je hebt dus ook nog heel veel gezichtjes. Zelfs allemaal met van dit soort leuke uiterlijk en zo.
heel veel verschillende kapsels. Ja, dit doen we. Oké, dit ben ik, ja? Oorbelletjes. Oh, kijk die tasjes. Deze tasjes zijn ook zo leuk. Ik heb er meer, Emily, inmiddels. Kijk nou. Nou, echt. Echt, ja, ik ga jullie niet overtuigen. Het is gewoon een leuk spel. Kom, we gaan gewoon lekker spelen. Nee, ik wil het even opslaan. Ik heb trouwens nog mijn huisdiertje. Ik heb een hondje gekozen. Die loopt de hele tijd achter me aan. Hoe noemen we hem? Max. Lekker, lekker cliché. Oké, dit is Max. Ik ga jullie meenemen naar mijn boerderij. En als je wil, kan je langskomen. Als je zelf de game ook hebt, kom gerust langs. Ik ben de Creatic Farm. Maar ik weet niet of je dat kan vinden makkelijk. Oh, wacht. Rick, die wil ook wat zeggen. Jij staat aan. Hallo, ben ik er? Ja, Rick is er ook. Hallo, hallo. Hey, eventjes, want ik hoor je net vertellen over dat je mee kan doen op onze farm. Dat kan, maar dat kan alleen als je op de PC speelt. Ja, dus we hebben niet cross-platform. Nee, het is niet cross-platform. Heb jij dat even opgezocht? Ik heb het even opgezocht, want Annelien die heeft hem op de Switch. En die probeerde het dus al te kijken of dat kon, maar dat kan dus niet. Verder is hij wel overal beschikbaar. Xbox, PlayStation 4, Switch en PC. Op PC is hij nu in de aanbieding voor €12,99. Op de Switch is hij in de aanbieding voor €11,99. De rest weet ik niet. En wil je het met ons spelen, dan moet je het dus op de PC hebben. Ja, precies. Niet gesponsord, want we betalen alles van deze game zelf. Ja, maar we vonden wel. De game gewoon te leuk. Dus we wilden het toch graag gewoon dit jullie laten zien. Hoeveel kost deze game? €12,99 nu. Hij is nu in de aanbieding. Ja, daarnaast zal het spel duurder zijn. Ja, maar volgens mij is hij normaal €19,99. Maar hij was nu zoveel procent afgeprijsd. Tot 4 januari geloof ik. Dus daarom hebben wij hem ook gekocht. Omdat we nu zeggen, wij moeten zo'n game wat meteen 4 keer aanschaffen. Oké, nou kom, we gaan naar mijn game. We gaan naar de Creatic Farm. Ik heb dus dit in een aantal dagen tijd gebouwd. Oh, we zitten ook meteen in het donker. Alles is al klaar. Dit is mijn boerderij. Nou, je legt hier weggetjes aan. Je verkoopt hier dingen. Je kan huisjes bouwen. Ik zit hier momenteel echt eigenlijk alleen maar vet veel te verzamelen. Vooral heel veel gems. Oh, MJ, gezellig. Ben jij er ook? Wat van die gems, van die diamantjes, die ziet ze daar rechtsbovenin. Daar zo, helemaal aan die kant. Ik heb er nu 749. Nou, die krijg je als je je spulletjes verkoopt. Oh, hebben jullie last van een echo? Ja, dat is mijn spul. Oh, oké. Ik wou zeggen, als mute Rick. Kijk zo, dan hebben jullie er geen last van. Echo! Oké, iedereen is helemaal gek van de echo. Dat was blijkbaar echt heel erg. Oké, nu... Nee, ja, sorry, Rick. Ik had Rick natuurlijk net even geunmute. Rick die zit hier gewoon naast mij, dus dan hoor je me dubbel. Dat is niet zo heel raar. Daarvoor praat ik te hard. Maar nu hebben jullie geen echo meer. Rick moet maar gewoon heel hard praten, dan horen jullie me op de achtergrond. Oké, wacht even. Ik ben in de tussentijd al druk aan het farmen, want dit is wat ik de laatste tijd heel de tijd aan het doen ben. Op je farm kan je heel veel dingen verbouwen. Groentes, je hebt allemaal verschillende seizoenen, verschillende dagen. Het is niet altijd donker hoor, het wordt altijd heel snel weer licht. Maar je kan dus heel veel verschillende dingen verbouwen. En daar krijg je dan weer geld voor. Van dat geld kan je vervolgens weer dingetjes kopen. Als je het vervolgens weer verkoopt in van deze stalletjes, dan krijg je daar gems voor. Kijk maar, zie, hiervoor krijg ik 5 gems. En van die gems kan je vervolgens in de shop vet leuke dingetjes kopen. Dus daar kan je bijvoorbeeld je hele farm mee decoreren. En wat ook leuk is, je hebt dus ook al deze dingen. Je kan dus een hele kermis bouwen. Het is totaal niet iets farmers, maar je hebt ook allemaal leuke spulletjes erin zitten die je kan gaan gebruiken. Maar je kan je ook echt in. Dus ik heb het nog niet gekocht, maar dat weet ik wel. Want je kan overal ook echt iets mee, zeg maar. Nou, je hebt heel veel lampjes, dingetjes voor in het water. Nou, weet ik veel. Eigenlijk van alles om je eiland mee te decoreren. Alles beweegt en het ziet er vet cute uit. Leuk, hè? Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. Ah, €11,99 kost hij nu op de Switch, zeg maar Lisje. Nou kijk, zie dat valt mee. Wat ik heel erg leuk vind, ik vind van die farm games altijd super leuk. Maar wat ik altijd haat is dat je van die farm games altijd maar een x-aantal minuten kan spelen. Zo'n gratis spel. En dan moet je bijvoorbeeld farm cash kopen of zo om vervolgens weer wat te kunnen doen. Nou, dat vind ik niet leuk. En dat heb je hier gelukkig niet. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Dan betaal ik er liever dan maar een paar euro voor. Dat ik dan gewoon lekker helemaal kan doorspelen. Dan dat ik de hele tijd... kleine game aankoop moet doen. Dat vind ik vervelend. Ja, ik vind het inderdaad wel meevallen, zeg maar Lisje. Ja, inderdaad. Je zei eiland, Animal Crossing vibes. Nou, ik zal je vertellen dat we dat hier in huis allemaal hebben. We zeggen de hele tijd, oh, mijn eiland begint al zo leuk te worden. Want het is natuurlijk helemaal geen eiland. Je begint trouwens niet meteen zo groot, hè. Je begint maar echt als zo'n heel klein gebiedje. Kijk, je ziet hier die muurtjes.
En hier achter deze muurtjes, dat zijn die gebieden dus die je weer kan bijkopen. Dus zo kan je je boerderij steeds groter maken. Maar je begint dus echt op een heel klein stukje. Dan heb je bijvoorbeeld zoiets als wat je hier achter ziet met een paar crops, een paar boompjes. En dan ga je vanuit daar, ga je helemaal beginnen om iets te bouwen totdat het steeds meer wordt. Nou, ik heb nu al 5 gebieden gekocht, geloof ik. Even kijken, dit zijn alle gebieden die ik nu heb. Dus het gaat op zich redelijk snel. En met al mijn moestuinen en met al mijn dieren. Kijk, je ziet Rick ook daar zo. Die is druk bezig aan de andere kant. Wat ben jij eigenlijk aan het doen in de tussentijd? Oh, Rick is druk voor me aan het farmen. Nou, je hebt heel verschillende diertjes. Dus je krijgt ook allemaal van die opdrachten. En die dieren die leveren natuurlijk weer van alles. Dat zie je ook hier staan. Zoals die koeien, die geven dan natuurlijk melk. En de varkens geven truffeltjes uit de grond. En de konijnen geven wortels. Ja, dat vind ik ook heel raar. Die snap ik ook niet helemaal. Maar die zegt, jammer dat jullie op de PC spelen. Dan kunnen we niet langskomen. Ja, maar voor het streamen is dat natuurlijk op de PC natuurlijk wel het handigste. Heb je ooit als Heyday gespeeld? Nee, Heyday zelf heb ik niet gespeeld. Maar ik heb wel die andere game gespeeld die er heel erg veel op leek. Was dat gewoon Farmville? Heette dat Farmville? Op de Farmville, toch? Farmville 3. Ja, dat was in dezelfde tijd als Heyday. En dat leek echt heel erg veel op elkaar. Dat heb ik wel heel erg veel gespeeld. Maar, oh, doei, Emily. Maar nee, ik heb Heyday heb ik nooit gespeeld. Maar als je dat leuk vindt, dan vind je dit soort games ook leuk. Even kijken hoor, wat ga ik plaatsen? Ik ga heel even kijken bij mijn opdrachten. Dit zijn de opdrachten die ik heb. Als je die opdrachten doet, dan behaal je dus ook weer beloningen. Dus hier bijvoorbeeld dat ik hiervoor krijg ik heel veel experience. Maar ook die lintjes. Van die lintjes kan je ook bepaalde dingen weer kopen. Dus je moet eigenlijk je opdrachten altijd doen. En de ene keer is het dit, de andere keer is het wat anders. Als je je opdracht ook hebt voltooid, dan krijg je dus die beloning. En dan kan je daarna dus weer een nieuwe opdracht krijgen. Dankjewel Annelien. Jammer dat je niet kan meedoen. Ja, dat was echt heel leuk geweest. Maar dat kan dus niet. Dan moet je het dus ook op de computer spelen. Heb je dan ooit Farm City gespeeld? Nee, nee. Ik heb eigenlijk weinig farm games gespeeld. Ik speelde vroeger altijd Farmville. Dat vond ik echt heel erg leuk. Maar voor de rest eigenlijk niet. Deze. En dat vind ik ook echt heel leuk. Dat je hier ook net even wat meer kan eigenlijk dan dat je op bij Animal Crossing doet. Wat gaan we hier plaatsen, liefje? Ik zet je heel veel aan, maar dan hebben jullie wel een echo. Ik het zal gewoon heel dicht op mijn microfoon gaan en zitten. Heel zacht praten. En mijn microfoon heel zacht zetten. Ja, ik hoor jou ook bijna niet meer. Oh, ik weet niet hoe jullie het horen. Horen jullie Rick nog een beetje? Oké, wacht. Ik doe het wel zo dan. Beter, beter. Ja, ik hallo, denk hallo. Het. Ja. Ik moet gewoon goed luisteren als je wat zegt. Taartje, okay. Dankjewel voor je berichtje. Leuk dat je alweer 5 maanden lid bent. Gezellig. Maar? Kijk, wat ik aan het doen ben, al de hele tijd. Maar je ziet het niet. Wat ben je aan het doen? Oh, was je dat al de hele tijd? De hele tijd al, maar je zag het niet. Oh, wat lief. Oké, okay, je hebt ook allemaal van die emotes erin zitten. Oh, dat is om mijn hondje te roepen. Kijk, dat is mijn hondje. En kijk, Rick. Maar jij hebt ook wel een bijzondere boer-outfit wel, hoor. Hey. Hoezo? Ilona die kijkt samen met de moeder. Hoi, moeder van Ilona. Gezellig. Leuk dat jullie erbij zijn. Nou, welke boer heeft dat... Ja, oké, welke boer ziet eruit zoals ik? Dat is ook natuurlijk... Hey, Rozenfarm is er. Hoi. Geen idee wie Rozenfarm is. Zit u ook bij in de stream? Als je er dus bij komt, als je dus iemand gaat helpen op zijn eigen farm, dan krijg je dus ook weer experience ervoor. En als je dan gaat ploegen en oogsten weer op je eigen farm, dan krijg je dus veel meer, zeg maar. Dubbel krijg je dan. Hebben jullie nu ook nog de hele tijd een echo? Ja, echo, zegt ze weer. Oh, ja, dat is wel echt heel, heel jammer. Dan kunnen jullie Rick dus niet horen zonder echo. Oké, ik vroeg jou dus, wat zal ik plaatsen? Zal ik deze boontjes doen? Oké. Nou, ik ga gewoon dit spelen. Jullie zien het vanzelf allemaal wel. Ik denk dat het redelijk voor zich spreekt. Ik vind het heel cute. En waarvoor ik dus nu aan het sparen ben, is voor heel veel gems. Ik zal je zo laten zien waar ik al die gems voor nodig heb. Ik ben toch zoiets leuks aan het maken? Tenminste, ik vind het heel leuk. Maar ik zet even deze dingen in de grond. Speel je ook nog Animal Crossing? Nee, helemaal niet meer. Ik heb dat spel 1000 uur gespeeld. Toen was ik het ook echt zat. Ik wist niks meer te bedenken. Ik vond het ook niet meer zo leuk. Ik had alle spulletjes al wel gebruikt. Ik had alles al wel gedaan daar. Dus ik was helemaal klaar ermee. Toen had ik zoiets van, als ik nu weer dit wil spelen, zeg maar, dan moeten ze echt weer met een update komen. Anders dan heb ik nu wel genoeg gedaan in deze game. En toen vond ik dit. En wij zaten toevallig ook thuis. Dat ik ook zei van, ik heb ook heel erg veel zin in weer zo'n soort game. Maar we hadden niks, zeg maar. Nou, toen kwam dus dit. En nu heb ik ook echt weer helemaal Animal Crossing vibes ervan.
Oké, wat ik aan het bouwen ben is onder andere dat huis daar. Je ziet hem al op de achtergrond. Deze wordt zo mooi. Hij is nog niet klaar. Je moet hier elke 12 uur moet je dan nieuwe dingen erin doen. En dan wat van die gems geloof ik. Want ik weet niet, deze kosten volgens mij gewoon geld. En dan heeft hij zo'n, kijk, over 7 uur is deze klaar. En dan kan je het huis ook in. Dan kan je hem van binnen ook helemaal inrichten. Nou, dit huis wordt een heel schattig huis. Met van die hartjesluikjes en zo. Waar je dan zo... zo'n liefdeshuisje wordt het. Ik weet niet of ik hem kan laten zien. Ik denk het niet, want ik heb hem al gebouwd. Je mag hem maar één keer bouwen, toch? Of kan ik hem dan alsnog wel laten zien? Ja, zo wordt hij. Deze is echt heel erg leuk. Oh ja, ga je een paar vragen beantwoorden? Ja, wacht. Dan moet ik heel veel mijn chat op de vragen zetten. Wacht even, dan kan ik de rest van de chat weer niet lezen. Dat is dan wel weer... Jeetje, oké. Nou, ik heb een hele lijst met vragen. Hoe handig ik dit vind, weet ik niet hoor, deze functie. Maar jeetje, oké. Heb je Wednesday gezien? Jazeker. Komt er nog eens een Among Us reunie? Ik weet niet, ik probeer het laatste te plannen, maar ik krijg niemand enthousiast. Ah, ja, onze kinderen wel. Die willen wel meedoen. Hoeveel uur speel je dit per dag? Nou ja, je kan het heel veel spelen als je wil. Maar wij nu even heel veel. Maar dat komt ook omdat we vakantie hebben. Dus dan hebben we er ook even iets meer tijd voor. Ik ga jullie eerst laten zien waar ik al mijn gems voor spaar. Namelijk voor mijn sprookjesbos. Ik ben een sprookjesbos begonnen. Ik heb hier dus ook van die torens gebouwd. Dat was een beetje zo'n Efteling entree, zeg maar. Ik ben hier dus nu allemaal van die kraampjes aan het neerzetten die heel erg in die stijl passen. Die paddenstoelenkraam vind ik heel leuk. Dus mijn boomhut, ja, die heb ik hier even gedumpt omdat ik niet wist waar ik hem kwijt moest. Dit is eigenlijk het eerste huis waar je mee begint. Nou, ik wil uiteindelijk dat dit heel schattig wordt. Dat het allemaal een beetje in deze stijl wordt. Met allemaal van die paddenstoelen dingetjes. Kabouterlampjes. Leuke bloemetjes. En dit is nog heel kaal. Maar dit is nog mijn work in progress. Want kijk, als je hier komt, heb ik namelijk mijn snoepjeswinkeltje. Ik heb ook zo'n snoepjespad. En dit zijn suikerspinbomen. Hier groeien ook snoepjes aan, die ik ook weer kan oogsten. En dit huis ben ik mee bezig. Die is nog niet af. Maar ik heb niet meer... Kijk maar, die kost 14 lintjes, zie je daar onderin. Om hem weer te upgraden voor de volgende stap. Dus daarvoor moet ik eerst even wat opdrachten doen. En dan kan die dus weer verder. Hoi mensen, heb je een leuke vakantie? Ja, zeker Sanne. Heel lekker. Lekker veel spelletjes spelen. Mogen we de binnenkant van je huis zien? Ja, die is heel mooi. Wacht, ik ga jullie laten zien. Let op. En de enige die ik van binnen kan laten zien is mijn boomhut. Dat is de enige die al klaar is. Kijk hoe mooi die ingericht is. Tada! Ik heb al een fornuis. Meer heb ik er nog niet ingezet. Want ik wilde namelijk al mijn gems allemaal gebruiken voor buiten. Als ik ze allemaal hierop maak. Maar ik kan wel even koken. Je kan hier dus koken. Als je gaat koken, dan krijg je weer tickets. En die tickets die zie je dus daarin staan, daaronder. Dus je hebt mijn gems 797. Ik heb nu 8 lintjes. En ik heb 34 tickets. En die tickets die kan je zo meteen gebruiken om knechten aan het werk te zetten. Dus dan hoef je het niet meer allemaal zelf te doen. Dus Rick die dat allemaal altijd heel snel ontdekt. Ja, je hebt ook knechten. Eentje. Rick heeft er 1 knecht. Dankjewel Linda voor je donatie, lief. Maar ik hoor weer bloekend in mijn oor. Selena zegt, heb je Let's Sing al gespeeld? Is dat ook een leuk spel? Ik wil die misschien kopen. Ja, dat heb ik zeker al gespeeld. Maar wij vinden wel maar echt een aantal liedjes leuk. Dus ik vind niet mega veel liedjes daartussen die we echt veel willen zingen, zeg maar. Maar zingspelletjes zijn altijd leuk. Keanu, yay, eindelijk weer live. Leuk dat je erbij bent, gezellig. Oké, naar deze huisjes. Kijk, check. Die kan je dus inrichten. Met de piano. Daar kan je ook weer op spelen. En dan ontwikkel je ook echt daadwerkelijk wat. Kan je niet eventjes één zo'n dingetje neerzetten? Zo'n bank of een bed of zo. Dan kun je dat even... Ja, zal ik dat doen? Wat zullen we doen? Een bed? Kijk ja, dan. Kijk dan. Kijk nou, schattig. Oh, ik heb dit ook nog allemaal niet eens bekeken. Want bij de inrichting ben ik nog helemaal niet bezig geweest. Oh, kijk, die spulletjes kosten ook tickets. Zie je dat? Daar moet je dus voor koken. Deze spulletjes. Zo cute. Er zitten ook sneeuwhuisjes in. En sneeuw, dus ik wil ook zo'n sneeuwgebied gaan maken. Oké, ik ga even kijken wat ik erin ga zetten, ja? Volgens mij zijn die tickets alleen voor binnen. Ja, en voor knechten dus. Oké, doen we even een bank. Welke doen we, Miem? Nou, mijn favoriete bank is die ernaast. Oh, die witte? Mm-hmm. Deze? Ja, echt? Die gebruik ik soms. Oh, ik vind deze wel leuker, denk ik. Maar ik doe hem wel in deze kleur. Oké, ik ga een bankje neerzetten, ja? Het is nog niet heel spannend. Snappen jullie dat ik het vind lijken op Animal Crossing? Oh, dat is zo gezellig. Je kan ook het behang aanpassen. En weet je wat? Ik zet trouwens heel veel mijn chat op gewone chat. Want dat is wel echt heel irritant. Ik kan dus of alleen maar mijn Q&A zien of mijn chat. Dus anders kan ik voor de rest daar weer niks in zien. Dus ik sluit mijn Q&A af.
Heel leuk idee, maar dan moeten we echt een keer een Q&A stream doen, denk ik. Anders dan is dat niet handig. Nu doe ik het liever gewoon zo. Oké, nou dat dus. Je kan hier dus helemaal inrichten. Je kan het behang ook aanpassen. Ik kom zo wel bij jou kijken, want jij hebt al een huisje ingericht, toch? Nee? Ja. Ja. Of heb je niks ingericht? Jazeker. Ik heb al 2 huisjes ingericht en ben ik best lekker. Oh, het is zo leuk. Dit heb ik echt. Ik wilde dit allemaal bewaren voor straks. Dankjewel voor je berichtje. Even kijken. Wie zijn er? Sharon, hi. Even snel vanaf mijn werk. Hoi, gezellig. Je weet hoe mijn eiland heet, toch? Ja. Ik weet je eiland te vinden. Maar hier ben ik dus bezig met het Sprookjesbos. Ik heb nog iets dat ik jullie moet laten zien. Waar ik ook mee bezig ben, is mijn Spaanse gebied. Want ik heb allemaal van die hele schattige huisjes. Dit is mijn wijn... Hoe noem je dat? Hoe heet dat? Wijngaard. Ja, vineyard. Dat is dit. Dat heb ik hier. Ik kan hier ook mijn wijn in de dinges weer doen. En dan krijg ik daar ook weer gems voor. Die kan je ook vervolgens allemaal weer verkopen. Dus je hebt ook straks allemaal superleuke kraampjes. Dan kan je jamkraampjes gaan maken. Ik zal het zo bij Rick laten zien, want die heeft dat al. Hier ben ik bezig met het bouwen van mijn Spaanse villa. Die is over 8 uur klaar. Dan is die ook echt klaar. Dan kunnen we hier ook echt in. En dan kunnen we deze ook helemaal gaan inrichten. Ik vind deze zo mooi. Deze is echt... We hebben er meerdere van. Ben je lekker bezig met je trekkers eroverheen. Deze diertjes die staan er eigenlijk meer voor de sier. Maar ik vind het ook zielig als ze geen eten hebben. Dus ik geef ze toch eten. Maar ik wil dit gebied hierachter, zodat ik hier ook Spaanse dingen kan bouwen. Maar dat heb ik nog niet. En als ik nu een nieuw gebied wil doen, kost het wel veel gems weer. Dus alles in het spel. Kijk hier, 1,23k gems moet ik nu betalen. De eerste kost trouwens maar 25 gems hoor. Dus er worden steeds meer. Oh, de allereerste kost het maar 3, zegt Rick. Dus ze worden steeds ietsjes duurder. Ik heb er gewoon nu al te veel. Ik moet gewoon nu eigenlijk mijn spulletjes benutten. Wat je ook nog hebt in deze game... Kijk, we moeten helemaal de andere kant op. Even kijken, gaan we helemaal hier langs. Wat je ook nog hebt namelijk, is dat je... je hebt ook allemaal van die leuke winkeltjes uiteindelijk. Ik heb er nog niet zo heel veel, want ik ben nog niet zo ver. Maar je krijgt uiteindelijk ook allemaal van die winkeltjes. En een spoorbaan. Je kan straks ook echt een treintje hebben. Dan kan je dus helemaal door je boerderij heen rijden, zeg maar. Je hebt van deze dingen die je kan plaatsen. Daardoor kan ik dus nu in één keer supersnel bijvoorbeeld hierheen teleporteren. Hoef ik niet elke keer helemaal daarheen te lopen. Dat scheelt een heleboel tijd. Kijk, hoi. Ik ga het even tanken. Ja? Nou... Je hebt net alles verteld over huisjes en zo. Dat ja. Dat kan je allemaal straks bij mij zien. Ja, en we gaan zo meteen alles bij Mila zien. Ja. Leuk. You convinced me. Ik ga dit spel kopen. Nou, Melissa, je gaat echt geen spijt van krijgen. Ik vind het zo leuk. Ik ben echt zo blij met deze game. Ik moet trouwens wel zo meteen even mijn quest doen, hoor. Maar ik zal jullie nu even laten zien. Daarna zometeen ga ik gewoon heel hard aan het werk. Ik heb superveel werk op mijn boerderij. Want allemaal land staat hier leeg. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus weet je, ik gooi even snel wat in de grond. Dan ga ik eerst even bij Rick langs. Dan gaan we even bij Rick laten zien wat hij heeft gedaan. Want Rick's farm is ietsjes verder dan die van mij wel. Ben jij er nou al snel vandoor? Oh, je gaat snel voor je farm mooi maken voordat wij komen kijken. Ja, ik vind het echt een heel leuk spel. Deze heb ik pas sinds kort. Die heb ik gekocht van 25 lintjes. Heb jij hem nou al, Rick? Dat gasstation? Nee, Rick heeft hem nog steeds niet. Die geeft tot zijn lintjes een andere ding uit. En dan heb je alleen zo'n heel klein tankstation. Dat is vet irritant. Als je bij deze tankt, je ziet daar onderin mijn brandstofmeter. En dat kan je dan dus de hele tijd gebruiken. Kost niks hoor. Hij moet alleen dat weer opladen. Om je farm te doen. Gaat een heel stuk sneller. In het begin moet je alles nog met de hand doen. En uiteindelijk krijg je dus je trekker. En dan gaat het allemaal veel sneller. Dus je begint echt met weinig nog eigenlijk. Ik had net genoeg lintjes. Maar ik liep per ongeluk naar mijn boerderij en ik drukte per ongeluk op A. Dus nu ben ik weer 10 lintjes kwijt. Maar je wel je boerderij geüpgrade. Ja, Rick probeert dus te sparen voor het tankstation. Maar dat lukt hem dus steeds niet. Hij geeft de hele tijd zijn dingen aan andere dingen uit. De hele tijd zijn lintjes. Ja. Oké, wacht. Ik verkoop even al mijn groentes en mijn fruit hier. En dan kom ik jouw kant op, ja? Dan gaan we eens even bij jou kijken. Wordt het bij mij ook nog dag? Of is het al dag geweest en is het alweer avond? Oh, dat. Ik zit weer heel goed op te letten. Ik denk al, het blijft ook lang donker bij mij. Oké, één ding doen. We moeten even mijn Spaanse geit eten geven. Want die heb ik nog als enige nodig voor deze opdracht. Je ziet hem hier rechtsbovenin staan. Dat zijn de opdrachten dus die ik moet doen. Dus die Spaanse geit moet ik heel eventjes doen. En dan gaan we naar Rick toe. Maar anders dan krijg ik mijn Spaanse geit nooit af. Wat vinden jullie van het spel so far, als je dit ziet? Ik vind het namelijk echt helemaal geweldig. Ik ben er echt zo blij mee. We spelen het te veel. Oh, mijn Spaanse geit is de eerste keer klaar. Oké, nice. Hier, nog meer. Oké, hoppa. Ik kom naar jou toe. Mijn Spaanse geit staat even aan.
Ja, leuk hè? Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Ik snap het nog niet helemaal. Nou, dat zie je vanzelf wel. Je moet gewoon hard een boerderij runnen. Ik ga wel even bij Rick. Rick is altijd vet veel werk. Altijd. Altijd als ik bij jou kom, ben ik al zo hard aan het werk. Even kijken, dit is Rick's boerderij. Het is een Spaanse geit. Een Saanse geit, niet een Spaanse. Echt niet? Stond er niet Spaanse geit? Is het een Saanse geit? Oh, ik heb hem ook expres helemaal bij mijn Spaanse gedeelte gedaan. Want ik dacht, het is een Spaanse geit. Echt? Stond dat er echt niet? Nou, ik geloof het niet. Volgens jij mij bent staat de Spaanse geit. Ik ga even bij jou kijken. Is het echt niet een Spaanse geit? Oh, jij hebt hem nog niet. Jij hebt de Australische geit. Ik ga het zo meteen checken. Het heet wel gewoon Spaanse geit. Oh, wel Spaanse geit. Oh, ik dacht al. Gelukkig. Lekker slim Uber is. Nee, het was wel Spaanse geit. Oké, okay. Nou, welkom bij Rick's Farm. Waarom heb je eigenlijk hier je... Voor de... Ik vond dat wel een leuk... Ik vind het zo leuk dat je hier ook overal echt in kan. Dat had ik echt zo erg niet verwacht. Heb je mijn kippenwinkel al gezien? Mijn eierwinkel. Oh, dit is echt zo leuk. Dat is zoveel beter dan dat andere eierverkoopding. Rick heeft echt gewoon al een aantal winkeltjes. Je kan er ook helemaal in die winkeltjes en zo. Maar je begint echt met kleine kraampjes. Dus ik heb dit allemaal nog niet. Ik heb alleen maar het pandjeshuis. Dit is de enige die ik heb. En voor de rest niks. Wacht, ik ga even tanken hoor. Oké, jongens, Rick's boerderij. We snappen jullie mijn punt. Dat als ik bij Rick kom, heb ik altijd zoveel werk te doen. Ik ga Rick altijd helpen om zijn dingen allemaal te ploegen. Toen we net deze game gingen beginnen, toen deden we het ook met z'n tweeën. En toen was dit onze boerderij, zeg maar. Dus Rick die had die game dan gestart en ik ging eigenlijk altijd bij hem helpen. Maar we hadden heel snel niet zoveel te doen. Want in het begin heb je natuurlijk nog niet zo heel veel land. En dan heb je maar een paar van die kleine dingetjes die je moet oogsten en die je moet doen. Dus toen stonden we daar met z'n tweeën. Toen zei ik, nou weet je, ik begin anders ook wel een boerderij. Dan kunnen we, als we bij jou dan klaar zijn, gaan we bij mij weer verder. En als we dan bij mij klaar zijn, dan gaan we bij jou weer verder. Dan kunnen we zo de hele tijd lekker bezig blijven. Nou, dat duurde heel kort, want eigenlijk vrij snel daarna hadden we het zo druk dat we nu amper bij elkaar nog zijn. We zijn nu eigenlijk gewoon alleen maar heel hard aan het werken op onze eigen boerderijen. Heb je die voetbal gekocht? Ja. Wat moet je daar nou weer mee? Die had ik neergezet voor mijn helpende handje. Ik vond het zo zielig dat hij daar de hele tijd stond te niksen. Toen dacht ik, zet een voetbal bij hem neer. Echt? Ja, echt. Ging je er ook wat mee doen dan? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat was waar is jouw knecht? Ja, ik vind het woord knecht ja, toch wel een beetje knecht. Naar. Ja. Nou, ik vind het helpende hand. Oh, oké. Okay. Want in het Engels is het wel een helping hand, volgens mij. Ja, in het Nederlands noemen ze het een knechtje. Ja, je kan dus ook de outfit van de knechten aanpassen. Ik vind het niet de goede naam. Nee, maar hij staat hier in het bos. Ga je geit bekijken? Het is Saanse geit. Ja, ga ik straks doen. Rick heeft ze nog niet. Ik ben nu op Rick's boerderij, dus dan kan ik mijn dingen niet zien. Ik ben intussen even je dieren aan het eten geven, hoor. En je koeien zijn ook allemaal klaar. Jij hebt echt veel onderhoud, vriend. Heb je weer niks zitten doen de hele tijd? Hey Rick, zegt Veertje. Hey, Rick heeft ook al een zuivelfabriek. Die heb ik ook nog niet. Je geiten hebben honger. Ja, lijkt me een leuk spel. Ja, snap ik. Nou, ik vind het dus ook echt heel leuk. Je kan dus ook gewoon bij mensen op een boerderij langs. Om te kijken hoe zij het doen. Er zijn dus sommige mensen die... Ja, wij vinden het wel leuk om het een beetje gezellig in te richten. Er zijn ook mensen die maken het heel functioneel. Met hele rijen met bomen. Met rijen met bloemen. Kan natuurlijk ook. Dat is net hoe jij het leuk vindt. Maar dan gaan we ook wel eens bij die mensen kijken. Sommigen hebben echt een eiland zo mooi. Of een eiland. Een farm, sorry. Ik mag geen eiland noemen. Die hebben een farm zo mooi. Die hebben dan dus ook gewoon echt allemaal van die huisjes. Allemaal ingericht en zo. Dus onze kinderen die gingen wel eens naar die boerderij. Gewoon alleen maar om daar dan te spelen. In plaats van dat ze dan gingen helpen en zo. Waar ben jij? Ik zit bij mijn wijngaard. Oh, ik zit hier in het gebied van je helpende hand. Kijk, dit is Rick's helpende hand. Die kan je dus uiteindelijk neerzetten. En die gaan dan in een heel straaltje eromheen. Gaan ze dan, dus zodra je de tickets in doet. Mag ik dat doen? Gedaan. Hij heeft nog 20 minuten. Oh, echt? Hij stond te niksen.
Ja, maar hij heeft niks te doen. Oh, hoezo? Geef hem mee werk. Ja, hij heeft al die bomen al gedaan. Het ziet er ook wel erg mooi uit, hoor, dat gebied van hem. Het staat helemaal vol. Rick had dus gisteren een briljant idee. Die dacht van, wat als ik allemaal van die putten eromheen zet? Die putten die geven elke 2 minuten. Kan je 25 muntjes uit die putten halen. In het begin is dat natuurlijk super fijn. Dus Rick die heeft al die putten om hem heen geplaatst. Want die had helemaal zitten uitrekenen. En denk, ja, dan verdien ik gewoon 100.000 aan die gast. Als hij dan al die putten dan gaat legen. Maar hij kon dus niet eens zo snel al die putten aan. Dus je moet hem echt gebruiken in bomengebieden. Dat hij dan voor jou die bomen gaat doen. Maar hij zit daar blijkbaar te niks. Dus ik kan er is nog niks klaar, zien. Dus dan doet hij het niet. Mag ik voor jou wat in je... Wat wil je in bla? Ja. Ja. Wat, doe maar... Wat wil je? Ik kan nu ananas. Wil je, maar het duurt 16 uur. Ja, dat hoeft ook niet. Die doe ik zie, vanavond je ziet wel. Dus ook hoe lang het duurt. Dat is ook gewoon de echte tijd. Dus daar was ik in het begin. Toen zei ik meteen, oh, zet er pompoenen in. Toen hebben we al ons geld opgemaakt aan pompoenen. Dat was onze eerste boerderij. Die duurde 2 dagen. Kon ik 2 dagen niet spelen. Dat is leuk als je 2 dagen van huis gaat. En dat je denkt, van, dan zet ik dit wel in de grond. Dan hoef ik dat niet te verzorgen. Als je gewoon lekker wil spelen. Je hebt in het begin nog heel weinig geld. Dan is het niet handig om voor pompoenen te kiezen. Dan kan je beter gaan voor heel veel sla. Die je elke 10 minuten kan oogsten. Dan level je sneller. En dat je uiteindelijk iets langere dingen erin zet. Ja, en wat natuurlijk ook een voordeel is. Dat je als je het water geeft, dat het sneller gaat. Hè? Ja. Dus uiteindelijk duurde het niet 2 dagen. Ja, dat is waar inderdaad. Als je het water geeft, dan gaat het een heel stuk sneller. Echo! Zegt iedereen weer. Ja, valt niet zoveel tegen te doen. Het enige wat ik kan doen is Rick helemaal naar een ander huis sturen, zodat je dat niet hebt. Of helemaal naar boven toe. Maar nu hebben we gewoon echo. Ja, daar kunnen we ontkomen we niet aan. Oké, ik ga voor jou broccoli erin zetten. Goed, die is met een uurtje klaar. Nou, je moet het dus dan na een uurtje oogsten. Kijk, Rick heeft hier bijvoorbeeld allemaal sprinklers geplaatst. Die kan je uiteindelijk ook kopen van die lintjes. Hier, dan zie je dat het nu in plaats van een uur, kijk maar eronderin, duurt hij 1/2 uur. Dus dan gaat het 2 keer zo snel. Dus dat is natuurlijk super gunstig als je veel wil plaatsen op dingen die heel lang duren. Gaan gewoon 2 keer zo snel. En hoef je het ook geen water te geven. Oh, Veenvliet zegt ik heb corona, beterschap. Hey, hoe heet dit spel? Staat in de titel, Roos. Farm Together. En dat is dus blijkbaar voor heel veel consoles. Ja, ik kende het echt niet. En ik vind het ook echt heel erg dat deze game al gewoon sinds 2018 al uit is. En ik het gewoon nog nooit heb gespeeld. Nooit heb gevonden ook. Ik heb er ook nooit iets over gehoord. Ik snap het ook gewoon niet. Want dit is altijd een game... Oh, mijn brandstof is op. Altijd een game die ik echt super leuk vind. Zeg Rick, koop nou eens een keertje dat gas-tankstation. Je gaat er zo blij mee zijn. Nu krijg ik echt maar 1/4 brandstof uit die tank. Ik ga ze even allemaal af, hoor. Ik ga mezelf even helemaal vol tanken hier zo bij Rick. Dus kennen jullie het spel? Het lijkt me zo gezellig om dit met je vrienden te spelen. Ja, nou dat doen wij dus ook. Wij spelen het dus thuis ook gewoon nu met z'n allen. Dus dan gaan we ook de hele tijd elkaar om helpen. Nou, zoals jullie kunnen het net niet zien. Ik zit er nu net voor met mijn schermpje hier. Hierachter heb ik ook een heel klein informatieschermpje. Als je dus bij iemand helpt, dan bouw je dus een aantal minuten kracht op. Nou, die zit bij mij nu inmiddels op 4 minuten. Dat zie je dus hier ook gewoon staan. Hoi. Oh, wat is dat? Oh, lekker. Dankjewel. Kijk, onze bakken. En willen jullie... Oh. Hé, hey, waarom is die voor mij dan zo klein? Dat is niet eerlijk. Oh, oh nou super lief, dankjewel. Lekker. Maar met die kracht, als je dus, dan ik heb dus nu 4 minuten opgebouwd. Dan kan ik dus zo meteen dus 4 minuten op mijn eigen farm. En dan krijg ik dubbele dinges. Dus als ik dan mijn broccoli dan oogst, krijg ik niet 1 broccoli eruit, maar krijg ik 2 broccoli uit. Dus dan heb je ook weer meer gems. Als je het verkoopt, kan ik dus ook sneller weer nieuwe dingetjes doen. Dus dan ga je al wel eerder elkaar helpen, zeg maar. Ik wil ook! Ja, nou als jullie het hebben, jullie kunnen ook komen. Ik weet niet of jullie die van Rick ook kunnen vinden. En zo te zien zitten wij er met z'n tweeën in. Maar die van Rick, Rick's boerderij heet zo. Maar hey. Of je daarop kan zoeken, weet ik niet. Ja, nou, meestal kun je me wel vinden. Hé, maar wat ik wilde zeggen, als het goed is, hoor je jou nu niet meer als ik stil ben. Oh, nice. Heb je de echo gefixt? Nou ja, niet, ja, ik heb hem gewoon ingesteld dat het geluid harder moet zijn dan een bepaald niveau. En dan doet hij het wel. En anders, als het goed is, hoort hij jou niet. Tenzij je gaat schreeuwen waarschijnlijk. Oh, wat goed van je. Marlies die zegt, ik heb een hele rare cake die groen is. Die zit in de oven en hij moet er over een uur... En hij moet er een uur in. Is dat een pandamcake? Want dat is niet een rare cake hoor. Dat is gewoon serieus echt heel erg lekker. Ja, dat is gewoon heel lekker, ja. Dat wil ik ook wel. Ja, dat hebben we. Maar inderdaad, als je dat niet kent, is het wel raar dat je zo'n knalgroene cake zit te eten. Maar ik denk dat ze dan pandancake maakt. Dat is echt heel lekker.
Ik kan eventueel joinen. Nou, kom erbij. Ik kijk, Frozen Wolf is erbij gekomen. Gezellig. En weer weg. Oh, doei Frozen Wolf. Nou, je hebt soms dus ook dat je aan het spelen bent. In het begin wist ik dat niet. Mensen die dus gewoon... Oh, het seizoen is voorbij. Daarom kon ik ze niet meer planten. Oh, je geld is op. Heb je mijn geld opgemaakt? Ik was zo lekker broccoli aan het plaatsen en aan het kletsen. Ik heb al je geld opgemaakt. Oh. Sorry. Nou, mooi is dat. Ik ben niet zo goed in multitasken. Hè? Dus als ik dan naar mijn chat zit te lezen, dan ga ik gewoon intussen... La, 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 la. Dus ik heb alles volgezet met broccoli. Nou, oké. Okay. Gelukkig is dat, levert dat best wel wat geld op. We gaan terug naar mijn boerderij. Sorry, liefje. Het is over een uur klaar. Dus je hebt een uur lang geen geld. Ik heb wat eenden geoogst. Dus, Maar is toch? Ja, nou, hij krijgt dat geld natuurlijk wel weer terug. Want alles wat je in de grond stopt, levert natuurlijk uiteindelijk meer geld op. Dus je betaalt natuurlijk voor die gewassen. Betaal je een x-bedrag. Maar als je het dan oogst en je verkoopt het weer, dan krijg je er natuurlijk meer geld voor terug. Kijk nou, Marit, Lonne, hoi, gezellig allemaal. Hey, welkom allemaal. Lonneke is het, denk ik. Lonneke Ariana. Heel leuk, ik luister mee. Gezellig, Laura, hoi. You know my broccoli. Ja, echt heel erg. Oh, weet je wat ik kan plaatsen? Nou? Kijk. Ik weet niet waar je bent. Ben hier. Helemaal erg anders. Oh nee, dat valt wel mee. Hoi. Wat kan je plaatsen? Kijk, oh wacht, je ziet het natuurlijk nog niet. Nee, ik zie het pas als je het hebt geplaatst. Ja, dit gaat me wel heel wat kosten, maar dat is niet erg. Je hebt geen geld meer. Dan ga je Allee. Van gems. Hopla. Oh, zo leuk. Kan die ook aan? Of, ja, hij is staat... aan. Hij is aan. Oh. Maar oké, dit is kan niet echt een hele... Kan je er ook op zitten? Oh, wat leuk. Ja, dit kost wel weer een heleboel gems. Ja, ik ga hem ook niet meer verkopen. Ik zet hem wel ergens ja, in. Ja, maar dat is echt bij je strand. Ja, daar zet ik hem wel neer. Oh, zo leuk. Kijk, Rick heeft trouwens ook een hele mooie wijngaard. Dat idee heeft hij van mij gejat. Dat hoorde ik, hè? Oh, nee, ik heb het van Rick gejat. Dit heeft Rick bedacht. Ik vond het zo leuk dat ik dacht, dat wil ik ook. En toen hadden we in het begin hier echt nog wijn staan. Dat kan je ook verbouwen, wijn. Maar dat vond ik zo'n treurig takje. Kijk nou, je ziet hem daar in het klein. Zo zag hij er dan uit als hij volgroeid was. Ik vond het zo treurig. Dat toen uiteindelijk hebben we deze geplaatst. Het zijn een soort van bosjes. Het geeft ook druiven iets of zo. Maar die staan er dus ook gewoon vast. Kijk, dat is dit. Dus hij leeft uiteindelijk ook wel druiven op. Maar daardoor vond ik het leukere wijngaard dan dat het dat treurige takje was. Leuk bedacht hoor. Ja, echt. En die pergola is ook zo leuk. Rick heeft hier ook achter. Dus zo... Die schuur staat er wel leuk bij hoor. Die stal, deze. Die rode schuur. Kijk, Rick die heeft daarachter... Kijk, die toren die ik net had geplaatst bij mijn sprookjesbos. Rick die heeft daar ook het huis al helemaal van af. Die heeft die hier staan. Dus we hebben allemaal van die fantasy-achtige huisjes. Deze is dan ook in 4 stappen. Maar deze is klaar. Maar ook nog niet ingericht. Jij bent ook niet zo van de inrichting nog, hè? Ik heb mijn gems moet ik beter besteden. Ja, dan dat heb ik dus ook. Maar al die huisjes zijn ook allemaal anders van binnen. Ze hebben allemaal een ander soort indeling, andere kamertjes. Je kan dus wel het behang en de deuren gewoon aanpassen. Dit is dan gewoon de basic die je dan als eerste krijgt. Maar elk huis is anders. Dat vind ik ook zo ontzettend leuk. Ik zit nu in de auto op naar Duitsland. Gezellig, Jultje. Groetjes aan iedereen in de auto. Of hoor je ze me niet? Zit ik op de koptelefoon? In dat geval, doe ze maar de groetjes dan. Dus als je het hebt op de Switch, dan kan je dus niet bij iemand naar zijn boerderij gaan die het op de PC speelt. Dat klopt, Lily. Dan moet je het ook echt met mensen spelen op de Switch. Dus dat is wel een goed idee om daar rekening mee te houden. Wij spelen het allemaal op de PC. Frozen Wolf zegt goedemiddag. Hallo, gezellig. Nou, Rick heeft ook nog deze rare beesten. Hoe heten deze dingen? Griffons? Wat geven zij eigenlijk? Een ei? Eieren, ja, blauwe eieren. Maar kijk, dit is dus dat eikraampje, zie, die hier zo erbij staat. Daar kan je dus nu je eieren verkopen. Maar ja, het is natuurlijk een beetje een skeer eierkraampje als je dat vergelijkt met die andere. En die ook. Rick heeft ook een begin gemaakt als een Spaanse file. Of is die van jou af? Ik ga kijken. Moet die niet nog een paar uur? Ik ga kijken. Oh ja, die van jou moet ook nog 7 uur. Die van mij ook. Dus Rick is net zo ver met zijn Spaanse file als ik. Alhoewel... Nee, ik heb het idee dat jij verder bent dan ik. Ik moet hem gewoon straks nog een keer waarschijnlijk. Dat zit er dik in. Oké, nou dat duurt dus wel eventjes. En dat soort dingen moet je wel geduld hebben. Nou, dat hadden onze kinderen dus niet.
Kijk nou. Ja, schattig. Bootjes kan je ook uiteindelijk allemaal plaatsen. Echt van alles eigenlijk. Je mag helpen met plukken, Marit. Lief. Maar dit is die nieuwe fruitkraam. Ik heb nog zo'n heel kleintje die langs de weg staat. Die heeft Rick ook nog hier staan. Kijk, dit is nog de beginnende. Jultje, dankjewel voor je berichtje. Wat vind je het leukste aan je fans? Nou, dat jullie altijd zo vrolijk en gezellig zijn. En altijd zo lekker enthousiast. Dat vind ik altijd het leukste. Je bent altijd heel lief. Oh, dat zeg ik ook altijd als ik jullie in het echt tegenkom. En ik ben bijvoorbeeld met iemand in de stad of zo. En dan kom ik dan iemand tegen bij me op de foto. Dan zeggen mensen ook altijd... Ah, oh, zij waren echt heel erg lief. Zij waren echt heel erg aardig. Dan zeg ik, ja, maar dat zijn echt alle fans die ik altijd tegenkom. Zijn altijd heel lief en heel aardig. Dus ik ben altijd heel blij met jullie. Maris en Rick hebben het spel op Steam gekocht. Dat klopt, Margie. Dankjewel voor je hulp. Oké, maar ik had dus in het begin deze... Waar heb jij die fruitkraam? Heb je die allemaal weggedaan? Nee, die zitten aan de weg. Ja, maar niet meer die kleine... Die heb jij niet meer. Nou, laat die zo bij mij wel Oh, die zien. Kleintjes niet meer. Nee, ik heb alleen ze nu geüpgrade naar deze. En die kan er ook helemaal in, hè? Hier, wacht. Hallo. Oh, wacht. Kan ik je ergens mee helpen? Is zo leuk. Yippie. Niet dat je hier iets aan hebt of zo, maar het is gewoon zo schattig. Dat het... Oh, ik kan fruit verkopen trouwens. Wacht. Ja, doe maar. Hier, hoppa. Oh, zo, dat is toch al wat geld. Ja. Lekker veel gems. Kijk, 60 gems krijg je dan in één keer. Maar je moet je wel... Hij kan nog meer trouwens. Oh, jij hebt ook geen... jij hebt dan ook geen... Normaal als ik fruit verkoop, dan moet ik altijd weer een minuut wachten. Totdat mijn raampje weer... Hoe noem je dat? Ja, die time-out of de dat heb jij nu niet meer. Jij kan gewoon verkoop. Wilt u anders een beetje vis? Nou, ik vind wel dat je er nog iets gezelligs mee moet doen met die kraampjes. Ja, dat klopt. Ik ben aan het kijken hoe ik hier echt een soort stadje van kan maken. Ja, ik weet ook nog niet zo goed hoe ik dat moet doen. Oh, trouwens, Rick die al trouwens als eerste de boom uit. En toen kwamen Emily, Mila, Rick en ik echt... Wij kwamen allemaal hier op het eiland om te kijken naar Rick's boom uit. En dat was dus de eerste keer dat we ook zagen dat je de binnenkant kon inrichten. Dus wij zaten allemaal... Oh, wat leuk, ik zet dit hier neer. Oh, wat leuk, ik zet dat daar neer. Toen hebben we deze tafel allemaal gebouwd en die bank en weet ik veel wat. Toen hebben we al Rick's gems opgemaakt. Korte ja, tijd. Daar was ik heel blij mee. Toen was het, oh wat leuk. Oh, het is op. Oké, we gaan weer, doei. Echt vet zielig. Arme jij. Hier, je kookdingetje kan ook weer verder. Ik speel even piano voor je. Ik heb taart gemaakt. Oh, thanks. Ik hoorde het niet. Kan je het nog een keer doen? Nee, over 20 minuten kan ik het weer. Ik heb het net gemist, het pianospel. Ik was even druk met taart. Ik heb niet genoeg geld. Iemand heeft mijn geld opgemaakt voor de sushi. Ik ga weer. Nee, dat heeft mama gedaan. Mama heeft te veel geplant. Ik ga snel weer weg. Nou, je moet nee, niet hier nog meer. Hé, hey, niet nog meer. Oh, sorry. Ja, ik heb altijd gewoon heel veel geld. Dus ik ga gewoon vanuit dat het gewoon allemaal kan. Ja, omdat ik het niet bij je kom opmaken. Nee, dat is waar. Plus, ik maak niet altijd allemaal geld op in de grond, zoals jij. Ja, ik wel. En jij zet altijd heel veel neer. En anders dan kom ik wel weer je broccoli opmaken. Kijk, Rick, die heeft altijd gewoon echt hele farmvelden hier zo. Dat heb ik dus allemaal niet. Maar het ziet er goed uit, liefje. Het geld is... Oh, hier, Frozen Wolf, die zegt, ik heb net je konijnen gevoerd. Oh. En je peren geplukt. Waar kan ik die nu verkopen? Ja, in die fruitkraam. Hier zo. Deze. Hier kan je sowieso alles verkopen. Maar Rick, die wil het graag dan daar zo. In die kraam hier. Als er genoeg is. Ja, maar als het dus niet kan. Kijk, dan moet er dus... Zie je, is nu 68 van de 125 fruit. Dus je moet nog even wat meer fruit verzamelen dan. En anders dan moet je even zo'n klein kraampje... Ja, actie is niet mogelijk. Sorry, Rick. Hier, kijk, je moet meer fruitbomen plukken. Zometeen begint er weer een nieuw seizoen. Een seizoen duurt 17 minuten, geloof ik. Ja, je ziet daar bovenin, daar recht bovenin. Bij ons is nu herfst. Dus dan heb je ook weer andere crops die je kunt plaatsen dan in de winter. Zometeen gaat het dus ook sneeuwen. En dan duurt zo'n heel seizoen 17 minuten. Dus dan heb je zo lang de tijd om alles te plaatsen. En dan in één seizoen is het één keer dag en één keer nacht, toch? Ja, volgens mij wel. Dus het gaat best wel vlot. Maar de gewassen zijn dus wel gewoon echt op de gewone dagen. Oké, nou, ik heb hier al het geld op gemaakt. Ik ga weer. Oké. Bye bye! Ik ben ondertussen van het kijken, hè? Ja. Want je kan dus al die instellingen doen. Je kan dat helemaal instellen van mogen ze dieren oogsten? Ja. Mogen ze dieren voeden? Nee. Mogen ze vissen in de vijver? Ja. Gebruik van de winkel staat op nee. Al vandaar, ze kunnen het dus helemaal niet eens. Oh, je kan dat inderdaad helemaal aanpassen en helemaal instellen.
Oké, ik ga heel even naar bij Emily. Ik ga even eerst bij Mila. Oké, zij hebben wel heel erg veel geld en ribbons, zoals je kan zien. Dat is niet helemaal op de eerlijke manier gaan, hoor. Dus niet dat jullie denken dat zij heel veel spelen, maar ik heb zo'n hele handige man die het een beetje heeft gecheat voor ze. Sorry, makers van de game. Hoi! Dat was niet de bedoeling, maar daardoor vinden zij het leuker. Want wij hebben van die hele luie kinderen die te lui zijn om de hele tijd van alles te verbouwen. Die willen gewoon huisjes bouwen en inrichten. Dus hier zie je vooral dus veel schattige huisjes, maar dit is dus niet hoe het hoort, ja? Ah, heb je het ook al ingericht? Ja. Hoe ga ik hier naar binnen? Oh, dat is deze, met dat bed in de gang. Ja, oh, maar kijk hoe leuk het kan worden van binnen. Dat is echt heel erg leuk, dit. Dat is zo schattig. En je kan ook alles gebruiken, hè? Kan je de spiegel... Oh, wat kan je op de spiegel? Niks. De muur aanpassen. En wat krijg je hiermee? Weet jij dat? Als je dit... Oh, je krijgt er tickets voor als je piano gaat spelen. En schilderen. Wat krijg je daarvoor? Oeh, hij wordt wel mooi, Miem. Ah, zo leuk. Ja, zo schattig, hè? Ja, het zijn echt leuke spulletjes. Oh, een mooie blauwe badkamer. Mila houdt altijd van heel veel plantjes. Nou, het ziet er echt leuk uit. Echt heel gezellig. Kan je hier ook iets mee? Oeh. Zie je, wat dat betreft lijkt het zo op Animal Crossing. Als ik hier in deze huisjes ben, krijg ik echt zo'n Animal Crossing vibe. Alleen heb ik wel het gevoel dat je hierin dan qua game net wat meer kan, zeg maar. Dus als je hier nu kookt, is het niet dan om dat je dat dan opeet om die bomen dan te hakken. Maar dat je er dus ook echt daadwerkelijk dan weer tickets mee krijgt. Dankjewel, Ilona. Ook dat kan op. Het ziet er superleuk uit allemaal. Ja, dankjewel voor je donatie. Ja, echt heel leuk, hè. Ik zei toch dat jullie het leuk zouden vinden. Je hebt er nog één ingericht? Ja, oké, cool. Gaan we naar buiten. Dit is ook echt heel schattig. Nou, als je alleen de basisgame koopt, dan heb je dus niet deze uitbreidingen. Dus dan, dit is dan echt de Spaanse uitbreiding, geloof ik. Je hebt wel al die dieren, hoor, en boerderij. Je hebt sowieso vet veel leuke spullen. Maar als je dus echt dat van die snoephuisjes wil en zo, dat is dus zo'n uitbreidingspakket. Maar die was nu ook 65% korting. Dus dat hebben we ook meteen gekocht. Maar dan heb je €30 uitgegeven. Dan heb je alles. Echt alles van deze game. Nou, al jullie farmers zijn echt cute. Ja, ze worden echt heel leuk, hè? Nou, je begint dus eigenlijk echt met niks. Oh, ik zit in bad, Miem. Hoezo heb jij een bad in je slaapkamer? Wat een luxe. Wat je zei over fans is lief. De stream is gezellig. Ah, oh, dankjewel. Lief. We gaan hier weer weg. Oh, oké. Okay. Dan kom ik kijken bij je nieuwbouwwijk. Oh, dit is jouw nieuwbouwwijk. Ja, hier plaatst Mila dus zeg maar al haar huizen. Zodat ze dan gewoon even kunnen ontwikkelen. Zodra ze dan af heeft, dan gaat ze ergens een leuk plekje geven. Ja, maar ik wil niet te veel spoilers. Ik wil niet te veel van je huizen bekijken. Want ik vind de verrassing zo leuk als ik wel zelf de game speel. Oké, dus hierna ga ik wel weg, want ik wil niet... Oh! Dit is zo gezellig. Dit is zo leuk. Oh. Dit is echt heel erg leuk zo. Ja, heel leuk. Oeh. Hey, dit is Emily de kamer, hè? Ja, deze heeft Emily ingericht, inderdaad. Ah, oh, zo cute. Oh ja, en dit was de woonkamer. Maar je had ook nog een tweede slaapkamertje hierin, toch? Is dat hier? Oh, nee, dit is de badkamer. Met vloerbedekking? Oké. Okay. Weet je dat ze vroeger hadden ze van dat soort huizen, van die Engelse oude huizen hadden ze dat wel eens. Deze vloerbedekking in de badkamer. Dat vind ik echt... Waar? Oh, daar! Oh, ik mis hem de hele tijd. Ja, leuk. Ik mis net ook. Maar deze lijkt wel op die kamer die ik net ook heb gezien. Nou, heel schattig. Maar ja, verder is Mila niet echt aan het farmen of zo. Die is vooral gewoon lekker dit aan het doen. Ik ook niet, hoor. Nee, Emily ook niet. Ja, nee, ik wil niks meer zien. Ik ga weer weg. Nee, ik wil niet al die huisjes. Nee, ik wil niet al die huisjes zien. Ja, ik ga bij jou kijken. Mag dat? We gaan even bij... Maar daarna ga ik echt mijn farm doen, hoor. Want anders schiet het niet op. Maar
Wie is de jongste en wie is de oudste? Mila is de jongste. Emily is de oudste. Nee, Mila is de jongste. Nee, ik ben de oudste. Mila die is 10 en Emily is 12. Moet je die munten kopen? Nee, je hoeft niks te kopen in de game. Je hebt verder geen in-game aankopen meer. Behalve als je zo'n DLC-pack wil kopen. Maar voor de rest, als je het gewoon de basisgame koopt, dan heb je dit ook gewoon. Dit is zo schattig. Dit is zo leuk. Dus die diamanten, het lijkt wel net alsof je die diamanten nog moet kopen. Maar die diamanten die krijg je dus gewoon door het verkopen van je groentes en je fruit. Oh, ik kan in de trein. Oh nee, dat wil ik... Oh, 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 dat gaat ook uit zichzelf. Ik heb nog geen trein. Of moet je er dan gewoon op drukken? Dus heb ik bij mijn spoor ook al een trein? Het station heb je wel nodig. Oh, ik heb dat station nog niet. Ik heb dat station nog niet geplaatst. Ja. Oh. Ja, dit is zo leuk. Hier heb ik gisteren nog zitten prutsen met deze... Of was het niet hier? Ja, toch? Oh, dat was niet hier. Zo leuk. Hier zit nog een heel restaurant, zegt Emily. Ik weet niet hoe goed jullie Emily kunnen horen. Heb jij alle pakketten gekocht? Ja, ik heb ze allemaal gekocht. Want wij vonden deze game echt te leuk. We waren het zoveel aan het spelen dat we het ook wel gewoon ervoor over hadden. Zo leuk. Kijk dan, dit zijn Venetiaanse huizen. Dan krijg je allemaal van deze huisjes en al die spulletjes erbij. Nou, die heb je dus inderdaad niet in de basispakketten. Maar dan heb je wel gewone boerderij, die rode stal, dat soort dingen allemaal. En als je de basisgame koopt, heb je ook echt al superveel. Dus... Ga er niet vanuit. Maar als je een beetje op ons lijkt, heb je al heel snel zoiets van... Oh, ik wil ook al die pakketten. Maar je kan over 99 cent één zo'n pakketje kopen. Wat was het? 1,99? Ja. Jeff die zegt, ik vind het heel leuk om naar te kijken. Nou, leuk. Daar ben ik blij om. Ik dacht al dat jullie dit leuk zouden vinden. Want wij vonden het ook namelijk helemaal geweldig. Ik had het helemaal leuk gevonden als iemand me dit had laten zien. Jouw spoorbaan is echt lang. Ojo. Oh, ik zie het. Maar je moet wel ergens ook echt dingen gaan farmen. Dat ziet er vet leuk uit. Oh, ja, hier je diertjes. Superleuk. Leuk, Emmy. Echt wel leuk. Oké, ik ga terug naar mijn eigen boerderij, ja? Doei. Maris, je hebt me overgehaald. Ik heb net het spel aangeschaft. Ja, nou, ik had al zo'n vermoeden. Ja. Wij zaten, daarom zeggen we al de hele tijd. We zaten al een paar dagen van, dit moeten we echt gaan streamen. Want ik denk dat er zoveel mensen zijn die dit ook hartstikke leuk gaan vinden. En het nog niet kennen vooral. En het nog niet kennen. Nee, maar ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar misschien dat jullie het nu inmiddels wel, er al een aantal mensen hebben die zoiets hadden van, dit had ik al eerder gezien. Maar ja, als je houdt van farming games. Je houdt van cute en leuke spulletjes. Weet je wat het grappig is? Annelien, die had het spel wel al. Ja, die heeft het dus al 2 jaar. Ja. Annelien, waarom heb je nooit iets gezegd? Je kent me toch. Je had geweten dat ik dit leuk vond. Oké, ik moet even... Er staat serieus Zaanse geit. Is het Zaanse geit? Ja, kijk maar. Ze heeft echt gelijk. Er staat geen Spaanse geit. Er staat echt Zaanse... We zijn allemaal dyslectisch hier in huis dan. Ik heb hem nooit gezien. Ik heb het alleen maar van jou gehoord. Ik heb hem nog niet. Daarom zeg ik. Hey Lenny, dankjewel voor je donatie. Ik heb het net op de Switch gekocht. Ah, oh, veel Zaanse plezier geit. Ervan. Het staat er echt, ja. In het begin vooral veel sla verbouwen. Echt, dat is mijn tip. Veel sla verbouwen. Hier, het staat daar. Hier. Zaanse geit. En ik dacht dat er stond Spaanse geit. Ik heb het echt serieus niet gezien. Dat het Zaanse geit... Oké, never mind. Hij staat alsnog in mijn Spaanse gebied. Maar heb je die geit al? Heb ik die geit al? Ja, zeker. Kijk maar. Dat is deze. Maar blijkbaar is dat... Het is echt geen Spaanse geit. Hoezo? Nou, wij noemen het gewoon de Spaanse geit, jongens. Ik dacht zo dat het de Spaanse geit was. Ja, maar ik was ook... Jij moet eigenlijk betaald worden voor het influence van ons. Nou, wij zaten dus ook al van... Waarom heeft die game ons nooit een berichtje gestuurd of zo? Weet je wel? Van willen jullie alsjeblieft deze game spelen op de stream of wat dan ook? Maar ja, dat was in 2018. In 2018 gamestreamde ik nog helemaal niet. Dus dan... Vandaar dat we dat ook helemaal... Ik weet ook helemaal niet of ze dat hebben gedaan. Maar ik heb er echt gewoon nog nooit van gehoord. Ik vind het echt een heel leuk spel. Als je net begint, dan heb je dus, wat ik net al zei, heel weinig. Als je slim bent, ga je dan dus veel sla verbouwen. En koop je in het begin even hier bij huisjes. In ieder geval, even kijken hoor. Deze,
Dit is de groentekraam, die kost maar 1000. Dus dat heb je in het begin redelijk snel. En uiteindelijk ook deze, als je dan 10 gems hebt. Volgens mij heb je dat in het begin ook al. Daar kan je namelijk je fruit en je groentes verkopen. Daar krijg je dan verder geen geld meer voor. Want je krijgt het geld als je hem uit de grond trekt. Maar als je hier dan dus bij de groentekraam... Kijk, je ziet hier onderin zo'n plaatje van als dat groentenrondje helemaal vol is. Dan mag je dus iets verkopen. Als je dat dan daar weer verkoopt... Kijk, dan krijg je sowieso experience voor. Dus dan level je. Maar dan krijg je dus 5 gems alweer terug. Dus daar verkoop ik dus super vaak mijn groentes en mijn fruit. Waardoor ik weer gems krijg. Waardoor ik weer heel veel leuke spulletjes kan plaatsen. Want dat is dus eigenlijk vooral voor die spulletjes heb je dat voor nodig. Minder het geld. Geld is eigenlijk meer voor de gewassen. En dat soort dingen. Oké, wacht. Ik ga even met mijn Spaanse geit. Hij zei nog wel wat eten, zie ik. Maar hij mag wel even wat meer te eten. En dan ga ik heel even kijken bij mijn opdracht of ik alweer iets heb wat ik per se moet verbouwen. Ik moet zeggen, ik vind het wel minder erg. Omdat het wel begint met een S, zeg maar. Ja, oké. Ik dacht dat zij bedoelde Zaanse geit. Ik denk, als je dan van de Z een S maakt. Nee. Maar ik dacht echt serieus Spaanse geit. Ik had het echt niet goed gelezen. Zoe is al in love met deze game. Ja, echt hè. Je hebt ook heel veel vissen die je kan plaatsen. Maar die vissen vind ik niet zo heel mooi, heel eerlijk gezegd. En de dieren die spannen dus ook wel automatisch op die plekjes. Dus zo heb ik hier bijvoorbeeld allemaal van die kippenvakjes gemaakt. En je maakt dan gewoon 1 vakje, maar dan krijg je er automatisch 3 kippetjes op. Maar wat doen ze? Ze gaan allemaal door elkaar heen naar dat eten lopen. Dus het lijkt hier net alsof ik echt zo van, ja, ik heb scharrelkip. Maar vervolgens hebben ze maar echt 1 centimeter waar ze op mogen leven. Er zijn er echt zo ontzettend veel. Dus het worden er wel veel. En het is niet dat als we mijn hok groter maken, dat ze dan over dat gras gaan lopen. Dus ze blijven ook wel echt al op een kluitje. Dus ja, bij die koeien heb ik dat bijvoorbeeld wel gedaan. Kijk, je ziet hier precies dat vakje van die koe. En hier zitten dus ook heel veel koeien op 1 kluitje. En ik kan ze nu wel een enorm groot veld gaan geven. Nee, ze hebben deze vakjes hiernaast dus nog vrij. Maar daar gaan ze dan dus niet op, omdat ze daar niet op horen te lopen. En ze lopen niet weg. Dat hek staat er dus ook puur voor de decoratie. Ik snap er geen reet van. Wat valt er niet te snappen? Je moet gaan oogsten, farmen, je diertjes verzorgen, je opdrachten doen. Als je opdrachten doet, krijg je geld. Van dat geld kan je leuke spulletjes kopen. Kijk, hoppa, in 1 seconde uitgelegd hoe het daar de hele game over gaat. Hoe kan je een Spaanse geit en een Zaanse geit nou met elkaar vergelijken? Ik weet niet wat een Zaanse geit is. Wat is een Zaanse geit? Wat is dat? Wat is een Zaanse geit? Oh, trouwens, hier achterin ben ik bezig met het bouwen van mijn boerderij. Maar die kan ik dus nu even niet verder bouwen. Die is ook, maar die wordt ook heel mooi. Kijk maar, je ziet hem daar onderin in dat kleine plaatje. Maar die duurt dus nog weer een aantal uur. Dus dat duurt wel eventjes. Dat is met die andere dingen niet. Met die andere spulletjes. Dat is echt alleen maar met... Hey, dankjewel Marit. Je mag alle dieren wel eten geven. En de bomen doen en zo. Kijk, mijn varkens zijn klaar. Nou, dat doe ik heel... Heel zielig, maar dat doe ik op mijn trekker. Want dat gaat een heel stuk sneller. Dus ik beuk altijd gewoon met mijn trekker tussen die dieren om in één keer alles te doen. In het begin vond ik dat echt heel erg zielig. Maar dat maakt het een heel stuk makkelijker. Heel je farm is je boerderij, ja, inderdaad. Maar uiteindelijk kan je het natuurlijk inrichten zoals je wil. Je kan zelfs een kermis bouwen. Je hebt zelfs een spacegebied dat je kan maken. Als je het leuk vindt. Ik weet nog niet waar ik dat ga doen. Ja, en dat soort dingen zitten wel inderdaad in de DLC. Ja, dat klopt. Maar kun je die kermis wel altijd gewoon maken? Hé, hey, wacht even. Ik ga even bij mijn opdrachten kijken. Wat heb ik? Ik moet nog mijn alpaca's eten geven. Nog een aantal keer dat oogsten. Dan heb ik deze gehaald. Hierbij moet ik nog mijn Spaanse geit. Dus nog, die had ik net openstaan. Hier heb ik nog mijn alpengeit. Oh, die moet ik dan ook even eten geven. En ik heb hier mijn kalkoenen en mijn kip. Ja, en die schieten dus echt niet op. Maar ik heb dus helemaal geen... Normaal krijg je ook dat je bijvoorbeeld zoveel knoflook moet oogsten of zo, weet je wel. Dat je dan dus weer een challenge hebt gehad. Maar ik heb dus nu even geen groente-challenges. Dus dan plaats ik gewoon even iets in de grond wat op dit moment wat oplevert. Zodat ik in ieder geval iets verbouwd heb. Maar normaal verbouw ik dus eigenlijk ook wel wat mijn opdrachten zijn eigenlijk weer. Maar hoeveel is die DLC? Wat krijg je erbij? Ja, ze hebben er echt 12 of zo. Dus je kan in één keer al die pakketten kopen. Dan heb je in één keer alles. Maar je kan ook zeggen van... Ik koop alleen maar de wedding pack of zo. Voor een 1,99 geloof ik. Maar je moet je maar even kijken. Als je in de shop zit, dan zie je het vanzelf. Ja, en als je zo'n pack koopt, krijg je over het algemeen... krijg je een huis, een nieuw huis. Ja, spulletjes. Nieuwe spulletjes voor en de inrichting. En nieuwe outfits en haren. Nieuwe outfits. Ja. Een aantal nieuwe spullen om te plaatsen zeg maar, in de grond. Een aantal nieuwe gewassen. Dus boompjes en dat soort dingen. Ja. Ja, dat. Dat? Ja.
Mais niet zo slim. Hoezo niet? Duurt alleen heel lang. Dit is tenminste met een uurtje klaar. Ik ga hier ook allemaal geld op maken aan broccoli. Die broccoli is ook echt duur, joh. Ik heb die bij jou in de grond gezet alsof het sla is. Maar die broccoli die kost ja. Ook gewoon 5k. Is die wel zo klaar? Bijna. Nog 2 minuten. Oh, oké. Okay. Nou, dat valt mee. Maar dat is die sproeierbroccoli dan, denk ik. Oké, okay, even langs mijn alpengeiten. Die heb ik hier. Hoe lang moeten die? Nog 25 minuutjes. Even kijken. De rode kalkoenen. Nou, die schieten ook niet op, hoor. Ik moet eigenlijk... Die opdrachten worden natuurlijk ook steeds net een beetje groter. Dus in het begin heb je 10 sla dat je moet verkopen. Ja, als ik nu zo'n opdracht krijg, heb ik die natuurlijk meteen gehaald. Ik moet eigenlijk even mijn dierengedeelte wat groter maken. Want ik heb... Dit is het. Ik kan er niet meer kippen bij plaatsen of zo. En ik heb hier bijvoorbeeld mijn rode kalkoentjes tussen zitten. Maar dat zijn er maar 5. Dus als ik dat dan al 10 moet hebben... En ze doen er hoe lang over? Oh, deze ben ik klaar. Maar hoe lang doen ze erover? Even kijken hoor. Hier 2 uur en 15 minuten. Dan duurt het natuurlijk extra lang voordat ik mijn opdracht heb gehaald. Ik heb een ingegroeide teennagel. Oh jeetje, Erik. Sterkte. Dat kan zoveel zeer doen. Is het avond bij jou? Nou, inmiddels niet meer. Kijk maar, inmiddels is het alweer dag. Of bedoel je hier waar ik zit? Want het is gewoon dezelfde tijd als bij jou thuis hoor. Dat is gewoon live. Maar het is gewoon donker hier. Ik heb mijn gordijn dicht. Hier zo. Wat je op Steam koopt, is dat voor de Switch? Wat? Nee, je kan het of op de Switch kopen of op Steam kopen. Ik wil heel graag het spelletje kopen op de Switch, maar kan ik dat kopen zonder bankgegevens te gebruiken? Nou, dat weet ik niet, Sanne, maar dat lijkt me niet. Dat weet ik niet. Dat moet je allemaal thuis maar vragen. Ik heb geen idee. Een gezellig middagje zo. Hey, Noah. Ja, leuk, hè? Oké, wat ik ga doen... Ik heb nu echt superveel gems... Ik ga even terug naar mijn... wacht, hier kan ik nog wat verkopen. Maar jullie mogen dus ook... Dankjewel, Felina, voor je donatie. Jullie mogen dus ook naar mijn farm komen. En op mijn farm mag je dus gewoon helpen met dingen allemaal ploegen. Zoals je ziet heb ik genoeg bomen die allemaal geplukt mogen worden. Dan kan je allemaal mee helpen. Als je de game natuurlijk hebt, dan kan je gewoon even langskomen als je het leuk vindt. Oké, ik heb dus nu mijn sprookjesbos. En jullie moeten even met me meedenken. Want ik wil eigenlijk in mijn sprookjesbos... Ik heb dus hier heel veel bomen nu dus geplaatst. Omdat ik dacht, ja, het moet een bos worden. Dus dan vind ik het wel leuk als er dan vet veel van die bomen dan allemaal bij elkaar staan. Nou ja, sowieso is dat voor het oosten natuurlijk echt helemaal niet handig. Maar goed, uiteindelijk ga ik dat gewoon negeren. En dan zie ik dat gewoon niet meer. Maar, wat ga ik er nog meer in zetten? Want ik heb nu een heel groot bos. Want ik wil daar pas zo meteen helemaal mijn snoephuisjes. Dus ik wil er echt zo'n Efteling iets van maken. Maar dan niet met pretpark. Dus ik weet gewoon niet zo heel goed meer wat ik daar nog eigenlijk ook nog bij kan plaatsen. Deze wel, die ga ik zo meteen in het water doen. Dan gaan we zo'n heel leuk watertje maken waar die zwanenboten doorheen gaan. Dat lijkt me heel leuk. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik in mijn sprookjesbos ga plaatsen. Dus daar loop ik een beetje op vast. Het is nu heel ruim met niks, eigenlijk. Wat zouden we daar nog bij kunnen doen? Dat weet ik dus nog niet. Heb je ooit Planet Zoo gespeeld? Ja, de tutorial. Ik heb het laatst weer geprobeerd. Het lijkt me een heel leuk spel, maar ik vind het echt heel moeilijk. Ik vind het spel zo uitgebreid, Planet Zoo. Ik denk dus dat als je daar eenmaal in zit, dat het hartstikke leuk is. Maar ik vind om daar in te stappen, om te beginnen, veel te moeilijk. Adriana zegt, oeps, ik heb alles van dit spel gekocht. Ja, Adriana, zo zaten wij ook. Oeps. Nou, ja, je gaat er geen spijt van krijgen. Je gaat het superleuk vinden. Is al je geld op? Oh, in het echt? Ja, ja, nou zo ging het hier dus ook. En toen wilden Emily en Mila wilden hem ook. En Rick wilde hem natuurlijk ook. Dus wij hebben echt 4 keer alles... Yes, mijn kip! Wij hebben echt 4 keer alles aangeschaft. Erg eigenlijk, hè? Nog een keer? Heb je dat daarvoor ook gekocht? Oké, okay, nou wij hebben dus zoals je hoort heel vaak het spel gekocht. Dus als jullie ons willen sponsoren, dan... Ja. Daarvoor streamen wij. We moeten even het geld weer terugverdienen van deze games die we allemaal hebben gekocht. Oké, okay, maar ik loop hier dus een klein beetje vast, hè. Ik vind mijn dierenboerderij heel leuk. En voorheen zat hier een hek. Dit was nog dicht. Dit is het nieuwe gedeelte dat ik erbij heb gekocht. Dus toen kon ik maar tot hier bouwen. En dat was het, weet je. Even kijken, ja, daar ergens zat hij. Dus toen vond ik dit heel schattig. Maar nu vind ik het eigenlijk een beetje klein. Weet je wat, ik ga gewoon hier wel gewoon nog meer van die beesten doen. Hier zo achter. Achter de boerderij. Want er komt hier zo meteen de boerderij. Dan kan je bij dat huis komen, denk ik. Dan doen we hier gewoon nog wat beesten erbij. Want ik ga echt even wat meer van die kalkoenen neerzetten. Want dan zijn we morgen nog steeds niet klaar met die kalkoen. Maar die kalkoen is wel heel duur, trouwens.
Oh, niet zo dicht op het huis. Hier, doe hem hier. Oké, kalkoen. Kalkoen, kijk, zie je dat er dus meerdere per vakje spannen? We gaan gewoon heel grote dieren dingen maken, want ik heb het nodig. Oh, lelijk. Oké. Lelijke kalkoenen. Kalkoenen zijn altijd al lelijk. Ja, waar speel je op? Ik speel op mijn computer. Ja, ik vind die kalkoenen ook niet zo heel erg mooi. Oké, doen we er een hek omheen? Ze zijn ook zo enthousiast om het te zien. Klok, 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 klok. Is het dan ook meteen. Hoor je ze? Oh, wacht. Ze moeten wel eten. Anders dan gaan ze niet eerder beginnen met produceren. En ik heb het nodig. Welk spel speel je? Die komt er zeker net in. Farm Together. Jongens, staat ook in de titel. Het is dan niet zo vaak dezelfde vragen, joh. Oké, dan gaan we hierachter. Ga ik een gedeelte bijmaken voor mijn alpaca's. Want die schieten ook niet op. Kan ik hier wel tussendoor lopen? Ja, nice. Oké, doen we dat daar. Dan doen we hier even een schuurtje erbij. Die vind ik zo leuk trouwens. Dit is wel echt mijn lievelingsschuur. Die hele grote. Zal ik die hier ook bij plaatsen? Ik twijfel. Want dit schuurtje is wat goedkoper. Die is ook wel heel schattig. Maar wel wat... minder... Oh, echt ook voor zo'n ding. Wel wat minder luxe. Kijk maar. Maar ze geeft 's avonds heel leuk licht. Is het net zoals Animal Crossing? Dat je ook soms niks te doen hebt. Nee, ja, dat is in deze game echt niet. Je hebt nooit niks te doen. Ja, ligt eraan. Als jij echt van die gewassen plaatst die een paar dagen duren, dan heb je misschien heel even niks te doen. Maar het is niet zoals in Animal Crossing dat je uiteindelijk al je bomen geoogst hebt omdat je tot morgen moet wachten en dat je dan inderdaad uiteindelijk niks meer te doen hebt. Dat vond ik in Animal Crossing ook. En dat zeiden Emily en Mila ook al meteen. In dit spel gaat het allemaal een heel stuk sneller. En dat vonden zij juist heel fijner. En als ik bij Rick zo kijk, die werkt echt veel te hard. Wat ben als ik daar nu heen ga, ze weer vet veel werk te doen. Oké, dan doen we hiernaast. Even kijken welke dieren moest ik nog meer. Die alpaca's, hè? Ik ga die alpaca's gewoon verhuizen. Kom, we gaan die alpaca's gewoon halen. Want die alpaca's vind ik daar ook helemaal niet leuk. Ik heb hier mijn dijk met geitjes. Of met geitjes, met schapen. Dus die vind ik wel leuk daar. Deze ga ik hier gewoon weghalen. Ik ga ze verhuizen naar de andere kant. Kom mee. Dan doen we daar zometeen wel van die kippetjes in. Dit lijkt op Heyday. Ja, dat is ook een farming game. Elke farm game lijkt wel een beetje op elkaar. Dit is het enige verschil is dat dit niet zo is als bij die andere spelletjes. En dat je ze altijd dat je zo lang moet wachten. En dat je dan, weet je, eigenlijk en geforst dat je voor alles wordt om... moet betalen. Ja, eigenlijk inderdaad gewoon geforst wordt als je wil dat het sneller gaat. Dat je dan moet betalen ervoor. Dat vind ik altijd jammer. Ik snap het wel, maar dan betaal ik liever geld voor mijn game. Ja. Ik heb wat heel leuks ontdekt. En dat is? Nou... Ik moet even meer alpaca's. Als je naar je paadjes gaat. Wacht even. Ja hoor. Ik ga naar mijn paadjes. Ja. Ja. En dan ga je naar laag gras. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld iets hebt staan. Ja, dan is dat hetzelfde als die diertjes. Ja, dat weet ik. Maar ze gaan er alsnog niet overheen lopen. Rolschaatsen, welkom bij de Creative Crew. Gezellig. Oh, die schuur is cute. Ja, hè. Hij is niet zo leuk als die andere schuur. Maar hij is wel wat goedkoper. Oké, zij krijgen ook een hekje eromheen. Dus ik vind dieren zonder hekje een beetje raar eruit zien. Maar ik maak hem wel groter. Want als ik dan zometeen nog meer alpaca's erbij wil zetten, dan kan dat tenminste ook. Dus ik ga nu grote boerderijen maken. En niet meer van die hele kleine stukjes. Je hebt me overtuigd, Maris. Ik ga het ook kopen. Oh, nou, veel plezier allemaal met gamen. Daar gaan jullie geen spijt van krijgen. Zeker niet als je vakantie hebt. Waar je wel spijt van krijgt, is dat je voor de rest niet zo heel veel meer doet. Ja, dan moet je niet bij ons komen als je geen vrije tijd meer over hebt. Ja, nee. Ik heb mijn hekje verkeerd omgezet. Moet je niet bij ons komen klagen dat je inderdaad al je tijd kwijt bent aan het spel. Oké, ik hoop dat ik zo genoeg ruimte heb. Want dan doe ik deze kant op. Kijk, en dan... Zo, ja. Die hekjes, daar kwamen wij later pas achter. Die hekjes die kunnen ook nog andere kanten op. Dus je kan ze zo plaatsen aan de achterkant. Dus nu staan mijn hekjes af en toe. Kijk, zie, deze heeft die plankjes aan de binnenkant. En die heeft de palen aan de binnenkant. Dus daar kan je ook nog helemaal... sorry, dat is echt details. Maar dat viel mij ineens op. Je kan ze dus ook nog anders plaatsen. Ik kan het niet uitleggen. Dit is de eerste live die ik van je kijk. Oh, gezellig, Vee.
Is dit hetzelfde als boerderijleven? Dat ken ik niet, Tessa, dus dat weet ik niet. Jawel, jullie overtuigen ons. Dus als ik nergens aan toe kom omdat ik dit spel speel, dan geef ik jullie zeker de schuld, zegt Melisje. Snap ik, zou ik ook doen hoor. Ik geef ook gewoon jullie de schuld dat ik daardoor niks meer in het huis zou hebben gedaan. Omdat we alleen maar dit hebben zitten spelen. Ik ga er een kersenboom bij. Kijk, dit is echt mijn lievelingsboom. Deze vind ik echt heel mooi. Zo, kersenboompje erbij. Dan doen we hier aan de achterkant een leuk modderpad. Nou, en sowieso, als je heel veel aan het wachten bent totdat je gewassen klaar zijn, dan ben je wel weer in de tussentijd dit soort dingen aan het doen. Om het even leuk te maken. Als je er al aan toe komt, want 9 van de 10 keer zit Rick in de tussentijd van... Ja, ik heb het nog helemaal niet netjes gemaakt, want daar had ik helemaal geen tijd voor. Dus, je bent vaak altijd wel druk aan het werk. Als je houdt van hard werken in games, dan moet je dit gaan spelen. Het is wel hard werken. Oh, mijn diertjes staan hier zo schattig. Dit staat echt super leuk. Oké, dan gaat dit in ieder geval een stuk sneller. Mijn kalkoenen die gaan sneller. Die staan nu extra bijgebouwd. Daar heb ik trouwens ook een kleine hoop voor zitten maken. Hè? Zie ik nu. Zal ik die dan ook meteen groter maken? Het is wel leuker. Dat meer ruimte om die hokken heen, vind ik. Ik krijg misschien het spel. Ah, nou leuk. Ga je vast leuk vinden. Tenminste, als je houdt van dit soort spelletjes. Maar ik denk, als je het nu al een beetje zo hebt meegekeken... en je hebt zoiets van, ik vind het heel leuker uitzien... dit is alles wat ik zoek... dan ga je sowieso blij zijn. Ik heb van Kerst je trui gekregen. Hij zit echt lekker. Hij is lekker zacht. Het is echt een aanrader. Oh, dankjewel, Haley. Ja, dat vinden wij ook, hoor. Heel veel plezier van je trui. Ik heb mijn... broccoli is klaar. Oh, je broccoli is klaar. Zal ik je maar even komen helpen dan met je broccoli? Ik heb hier nog mijn mais, dat duurt nog wel eventjes. Jessica, welkom bij de Creatie Crew, gezellig. Even kijken, want mijn groenten zijn allemaal nog niet klaar, want ik heb ook broccoli geplaatst. Dus dat duurt nog wel even. Ik ga wel even hier aardappelen nog in de grond zetten. En dan kom ik wel weer jouw kant op om te helpen, goed? Dan kan ik daarna mooi oogsten met dubbele boost. Nee, niet als... Nee, oeh, deze moet ik hebben. Die duurde bijna vet lang. Hoe lang ga je nog live? Nou, zolang als jullie het gezellig vinden. Vinden jullie het nog gezellig? Anders ga ik weer weg. Want ik ben er toch wel aan het spelen, hoor. Willen jullie er nou bij zijn of niet? Pien die zegt, ik heb per ongeluk alles gekocht. Oh, nee. Oh, ja, wij hadden ook per ongeluk alles gekocht. Mijn moeder is die kalkoengeluiden aan het maken... omdat ze op tv zegt dat je kalkoenen op je boerderij hebt. Klok, 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 klok. Hoort ze dat dan de hele tijd? Nee, daar ben je blij mee. Ga je groenten en je fruit verkopen? Ja, ik ben het aan het doen in de tussentijd. Ik moet het ook dringend verkopen, want we hebben gems nodig. Ik heb trouwens nu net deze pas unlocked. Dit is een hele grote groentewagen. Die vond ik zo leuk staan hier bij dit huisje. Dit huisje is trouwens al wel klaar. Maar die is nog helemaal leeg van binnen. Kijk maar. Zie, hier heb ik nog helemaal niks. Dat bed kreeg ik er standaard bij. Maar mijn huisjes zijn echt nog niet ingericht. Dat bewaar ik echt een beetje tot het einde. Als je houten huisjes inrichten, dan ga je sowieso blij zijn in dit spel. Maar deze kreeg ik dus. Die vond ik zo leuk. Deze groentewagen. Dus hier kan je ook je groentes in verkopen. Dan verkoop je in één keer een hele bulk. Dat is ook hoe Rick het net deed met zijn fruit in die fruitwinkel. Maar ik heb heel veel gems nodig. En ik heb zitten uitrekenen. Als ik hier 250 groenten verkoop, dan krijg ik 50 gems. En als ik hier 20 groentes verkoop, dan krijg ik 5 gems. Dus dat is in totaal voor 250 groentes 75. Dus dan had ik net even wat meer. Dus het is wel voor wat meer werk. Maar ik had meer gems nodig, want ik wil vet veel bouwen. En als ik een nieuw gebied wil, voor mijn Spaanse gebied daar dus achter, moet ik 1,25k gems hebben. Dus ik ben al wel even bezig. Hoe heet de game nou? Farm Together. De game heet Farm Together. Hey, als je trouwens... ik ga wel even... Hoeveel zitten er nu hier? Oh, alleen Sasha. Sasha, ik ga me wel eventjes afsluiten. Want ik ga zo meteen even richting Rick. Om even bij Rick te helpen. Dus dan weet je dat. Dankjewel voor je hulp. Kijk, dat is altijd fijn als mensen komen helpen met ploegen. Dan kan ik jullie ook laten zien hoe je andere boerderijen dus vindt. Oké, ik ga even naar Rick's boerderij. Let's go. Maar is hoe oud ben je en Rick en de kindjes? Nou, ik ben 35. Rick is 39. En Emily is 12 en Mila is 10. Ondertussen ben ik lekker in het creatje doeboek bezig. Ah, oh, gezellig. Oké. Okay. Hoi. Ik ben bijna 11. Bijna. Nee. Ben je niet al 11? Ja.
Nee, je bent 10. Nou, erg leuk. Ja, wel hè? Oh, ik begon bijna te twijfelen. Ik had dat laatst ook. Toen zat ik ook al te twijfelen over je leeftijd. Toen dacht ik ook al dat je 11 was. Ik weet niet waarom, maar ik denk de hele tijd dat je 11 bent. Maar jij zei... Nee. Jij zei dat ook al, hè? Jij zei ook al laatst dat Mila ook oogt als 11. Maar ben ik nu. Hé, hey, dat is mijn popcorn. Je had de hele bak vol. Gaan we naar mij? Nee, ik ga naar papa. Ik moet papa even helpen met oogsten. Mila, ik weet wel dat jij 10 bent, zegt Vloggetek. Nee, helaas. Hoi. Heb je al een gaststation? Hoe oud zijn de poesjes, vraagt iemand. Sushi is 4. Poki is 3. En Sabi is... 2. Anderhalf. Hey, ik ga je broccoli oogsten, liefje. Doe maar. Dan heb je eindelijk niet meer al die broccoli kost. Wat wil je nu terug? Iets anders duurs? Oh, zal ik die zwarte goji best doen? Ja, doe maar. Oké. Ze hebben papa de goji best terug. Dan zou je niet zeggen, ik schat je jonger maar eens. Oh, nou, dat is lief, dankjewel. Nou, niet als je erin het echt ziet, hoor. Oh! Mijn microfoon stond nog aan, sorry. Zei ik dat hardop? Nou, nee, echt? Is een grapje is natuurlijk. Zo? Nee, natuurlijk niet. Ik ga nu een afspraak maken bij de schoonheidssalon. Waar heb ik het nodig? Bij de schoonheidssalon. Bij de bouwmarkt. Ik ben al je broccoli aan het weghalen hoor. Ik zal niet meer zulke dure dingen weer ervoor terugplaatsen. Nee, mag hoor. Nee joh. Onzin. Oh, Vloggetek zegt, je kan me ook gewoon Tibbe noemen. Oh, dat was Tibbe. Nou, dan snap ik waarom Tibbe weet dat je 10 bent. Dank je Tibbe, dank je dat je eventjes laat weten hoe oud Mina is. Want blijkbaar weet niemand het hier. Maar is die bril en je koptelefoon zo mooi en jouw haar nou, Jessie. Oh, dank je wel. Ik was even vergeten hoeveel complimentjes jullie... Ik zei toch dat jullie lief waren? Rick die zegt dat ik blijkbaar vet oud uitzien. Jullie zijn altijd lief voor mij. Daar ben ik helemaal blij mee. Rick wil meer geld. Ja, dit is ook echt... Oh, mijn brandstof is open. Dit is ook altijd Rick's favoriete dingen in games. Geld verdienen. Ja. Want dat vond jij in Animal Crossing ook leuk. Gewoon die spinnen vangen. Ja. Veel knollen kopen en die knollen verkopen. Om dan vervolgens weer geld te krijgen en zo. Dat deed jij ook altijd heel graag. Maar daardoor was jij wel redelijk snel uitgekeken op het spel. Ja, dat gaat hier niet zo gauw gebeuren, denk ik. Nee, want uiteindelijk Rick die vond het leuk om heel hard te werken. En toen uiteindelijk dan moest hij steeds wachten. Of dan viel er niks meer te werken. En toen vond hij, want hij vond dat inrichten toen niet zo heel erg leuk. Vooral omdat je het te lang vond duren allemaal. Och man, het is altijd zoveel werk in Animal Crossing. Dat lopen en dat pakken en dan dat uit je zakken. En dan zit je zak vol. Oh man, ik ben helemaal gek van. Ja, er was niks voor Rick. Dus Rick die vond dat in Animal Crossing. Hij vond alleen dat werken vond hij leuk. En dat hakken en dat vissen en weet ik veel wat. Maar dan vond hij dat uiteindelijk dan te kort. En dan was het wel weer klaar, zeg maar. En hier heb je natuurlijk wel superveel werk. Dus hier kan je eeuwig doorgaan. Komt ook geen einde aan. Want elke keer als je denkt dat je klaar bent, dan hebben je andere dieren je wel weer nodig. Ik mag nu wel je dieren eten geven, hè? Nou, ik heb hier nog wat. Ik riep je al. Wat? Ik floot al naar je. Oh, je moet er niet naar me fluiten. Ik ben geen hond. Ja, hoe moet ik dat in het spel anders doen? Ik kan je toch gewoon horen? Oh ja. Hier, waar ga je heen dan? Even tanken. Waar ben je? Oh, daar. Je bent een stuk broccoli oh, vergeten. Oh, sorry voor de broccoli. Ik zal het eventjes meteen doen. Oh, goji best? Ja, mag. Oké. Okay. Dan doe ik daar ook goji best voor je. Als het trouwens regent in de game, dat is super nice. Dan hoef je dus je crops geen water te geven. Dus dan hebben ze allemaal het effect van die sprinklers. Dan zijn ze allemaal vet snel klaar. Dus dat is echt super fijn. Ik ga even lekker Alrikse eentjes eten geven. Oh, en die kuikentjes trouwens, dat zijn ook speciale diertjes. Kijk, dat zijn deze. Dus die blijven ook voor eeuwig kuiken. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat ze groot worden. Je kan ook alleen maar lieve kuikentjes plaatsen. Je hoeft niet bang te zijn dat ze groot worden. Nee, ik vind kuikentjes zo lief. Want dat haten we natuurlijk allemaal. Ja, dat haten we allemaal, ja. Dat willen we niet. Waarom ik dit wel water moest geven, dat weet niemand. Want het regent. Oh, dat is ook zo fijn in Disney Dreamlight Valley als het regent. Ja, precies. Dan hoef je het inderdaad gewoon even niet te wateren. Dat is echt super fijn. Dus wat dat betreft ben je wel echt zo'n boer als je dan gewoon zo op zo'n dag zit. Yes, het regent. En dan plaats ik echt altijd van die groentes die dan op zich wel redelijk snel klaar zijn. Maar die dan met de regen echt gewoon meteen klaar zijn. Dan hoef ik ze helemaal geen water te geven. Dan ben ik echt binnen een paar minuten, heb ik al zoveel geld verdiend.
En je moet even goed kijken als je het gaat spelen. Want je ene crop, daar verdien je dus weer super veel meer aan dan de ander. Het lijkt ook zo dat als je natuurlijk een crop heel veel langer laat staan. Zoals echt een dag. Kijk, dan gaat hij van, hij kost dan 1k. En als je hem dan verkoopt na een dag, dan krijg je 1,6k. Nou, dat, zo heb je dat bij alle groentes wel een beetje hetzelfde. Maar er zijn er een aantal die leveren echt super veel geld op. Nou, dat bijvoorbeeld met deze bessen. Die leveren echt lekker op. Die kosten ook wel wat. Maar die leveren ook echt goed op. Omdat ze best wel snel klaar zijn in 25 minuten. Die gele courgette. Deze. Dit was een van mijn favorieten. Die leverde ook veel geld op in het begin. Die deed ik altijd graag. Welke deden we nog meer altijd graag? Vooral courgette, hè? Ja, courgette. Ja, sla. Natuurlijk in het begin sla. Ja. En aardappels op zich ook wel oké. Als je hem net even wat langer wil laten, zodat je niet altijd dan hoeft te oogsten en zo. Maar we zijn nu helemaal fan van de zwarte goji best. Ja, en als je veel experience wil, dan moet je suikerriet doen. Suikerriet? Oh ja. Ja, en je hebt die levert niet heel veel geld op, maar die levert wel per vakje 50 experience op als je hem oogst. Dus dat is best wel ja, veel. Ja, precies. Maar je hebt ook bepaalde, kijk, zoals deze. Deze plantje die kost dan €500 per gewas om in de grond te zetten. Maar als je ze dus oogst, dan krijg je 1 gem. Dus je bent wel je geld kwijt. Maar als je een keertje vet veel van die diamantjes nodig hebt, kan je ook gewoon een heel veld hiermee volzetten. Als je uiteindelijk toch vet veel geld hebt. En dan heb je op die manier, als je hem dan oogst en het regent, dan is hij ook nog eens een keer sneller klaar. Kan je op die manier weer gems ook weer krijgen. Dus er zijn eigenlijk heel veel manieren om van die gems te krijgen. Wil je trouwens even tussendoor je fruit in de fruitpers? Ja, mag wel. Doe maar. Om jam te maken. Jam. Jam. Nou, en je groeit natuurlijk ook rustig aan. Dus je farm wordt steeds groter. Dus het is ook niet meteen zo overwhelming als bij ons nu, zeg maar. Want wij spelen het nu al een aantal uren. 48, zeg maar. 48 dus blijkbaar. Nu alweer plus... hoe lang zijn we alweer aan het streamen? Al bijna anderhalf. Dus, zo, dat gaat wel snel. Ja, hè? Dat gaat ook snel. We zijn al anderhalf uur aan het streamen. En ik ben jullie nog steeds aan het uitleggen hoe het spel werkt. En dan zijn er waarschijnlijk nog steeds dingen die je niet hebt verteld. Nou, dankjewel, Margje. Ik TV trouw chill... Nog of ik het ga kopen of niet. Ik twijfel of ik het ga kopen of niet. Nou, Margje, denk er lekker over na. Moet jij zelf... Ik heb mijn sensor ding staat aan. Die heeft wijf, heeft die vervangen voor vrouw. Oh! Dus wij, er staat twijfel. Oh, hij maakte, ik denk, wat is dit nou? TV, rouw, weet ik veel. Oh, ik twijfel nog of ik het ga kopen of niet, zeg maar. Nou, dat had ik goed ingesteld. Margie zegt ook, huh? Hoe kan ik zo slecht typen? Nou, daarom dus. Niet jouw schuld. Nee, oké. Okay. 2022 Animal Crossing... Populair, 2023, nu streamt ze dit. Ja, nou, dit is dus al een game uit 2018, dus dat is niet meer super populair. Ja, wij vinden het echt wel leuk. Ja. Maar, je was gaat er wel onder lijden. En de afwas, en de boodschappen, en het schoonmaken, en ja. Je zit mijn popcorn te jatten, Mila! Je hebt je eigen popcorn! Ja, maar die waarom ze die van mij niet jatten, geen idee. Want die ligt hier achter gewoon. Dan kunnen ze gewoon bij. Ja, nou. Ik ga mijn popcorn even opeten. Want anders dan jat Miele allemaal popcorn. Jana die zegt, jullie kinderen zijn zo mooi. Nou, dat is lief. Miele komt als material girl aangelopen nu. Gaat er helemaal van naast de schoenen lopen. Dat is niet goed hoor. Dit. Miele, mijn popcorn! Niet mijn popcorn jatten. Nou, is het moeilijk? Nou, het is vooral hard werken, maar het is niet moeilijk. 12 maanden alweer, echt een heel leuk spel. Hoi Jennifer, ja, ik dacht al dat jij het leuk zou vinden. Oh. Mila, niet popcorn jatten. Nee, ga maar weer vlekken die kant op. Doei, Mila. Hey. Mila, nu is het wel klaar hoor. Genoeg gejat. Genoeg gejat. Maar eerst de klusjes, dan de leuke dingen. Ja, maar dat is veel te verstandig, dat doen wij niet aan. Wij doen eerst de game. En als er dan nog tijd over is, doen we de klusjes. Maar meestal is die tijd niet over. Want dus geen klusjes. Nou, weet je wat het is? Wat ik altijd maar zeg, die was die loopt niet weg hoor. Die ligt er morgen ook nog wel. En overmorgen. Die blijft wel liggen. Misschien is het heel lang laat liggen. Dat het dan uiteindelijk wegloopt. Dus voor die tijd moet je het net even gedaan hebben. Maar anders loopt het niet weg hoor. Nou ja, het is toch ook gewoon gezellig. Nee, ik doe ook niet aan. Dus inkomen wordt klimmen. Wat? Nee, doe ik ook niet aan. Dus huisinkomen wordt klimmen. Melissa, ik snap er helemaal niks van.
Kan je het samen spelen? Ja, zeker. Dat zijn wij nu aan het doen. Maar let er dan dus wel op dat je het dan dus allebei dan bijvoorbeeld op de computer koopt. Of allebei op de Switch. Je kan het trouwens zelfs ook in splitscreen spelen. Dus als je het voor op de Switch hebt gekocht en je bent in je eentje, maar je hebt wel twee controllers. Dan kan je ook op één televisie samen spelen. Dan heb je gewoon splitscreen. Hé, was dit het? Heb je nog meer te farmen? Ik zit wel lekker te kletsen, maar verder weinig te doen. Nee, ik denk dat, dat dit het wel een beetje was. Oké, okay, nou, ik heb nu 5 minuten boost. Dan ga ik naar mijn eigen boerderij terug. Oké. Okay. Doeg. Dan gaan we weer naar mijn eigen boerderij. Ik kijk voor het eerst mee. Gezellig, Femke. Ik hoop dat je het leuk vindt. Oei, je brengt me op goede ideeën. Ik ga nu popcorn maken. Ah, oh, lekker rolschaatsen. Ik noem je gewoon rolschaatsen, hoor. Want je heet eigenlijk rolschaatsen 202 skate, maar... Hè? Ik noem je gewoon, vanaf nu heet jij gewoon rolschaatsen. Oké, okay, ik heb nu 5 minuten boost. Dat betekent dat alles wat ik nu oogst voor 5 minuten dubbel oplevert. Ik ben net een beetje ongunstig naar Rick gegaan. Want zo te zien is mijn hele farm niet klaar. Oeh, jawel. Kijk, mijn bietjes zijn klaar. Oké, okay, nice. Kijk hier, let op. Zie? Nu krijg ik dus +2 in plaats van +1. Dus ik krijg nu gewoon dubbel uit de grond. Dus dat is echt super fijn. Het enige wat ik een beetje jammer vind, jongens, is dat ik zo weinig opdrachten heb. Ik hoop even met jullie even wat meer opdrachten te doen. Maar ik zit natuurlijk ook de hele tijd bij Rick en te kleppen en weet ik veel wat. Dus dat schiet natuurlijk ook totaal niet op. Maar daardoor heb ik nog helemaal geen opdrachten kunnen doen. Ik ga wel vissen. Die vissen leveren ook dubbele vissen op, dus dat is ook fijn. Ik heb hier tropische vis, paling. Ik heb hier piranha's. Die mogen dus ook niet bij die andere vissen. Die andere kan je gewoon allemaal combineren bij elkaar. Maar deze dus niet. Die mogen er dus niet bij. Dit is dus ook mijn viskraam, waar ik mijn vis kan verkopen. Is er iets klaar? Oh nee, ik heb allemaal van die lange crops gezet. Ik had ook gewoon veel beter moeten opletten. Ik zit helemaal niet op te letten als ik dit stream. Oeh, mijn wijn is klaar. Nice, oké, dan gaan we die doen. Ik moet echt even dit snel doen, want dubbelen. Hij niet dubbelen, anders is het zonde van mijn... zonde. Waar zijn die tankstations voor? Nou, die zijn voor je trekker. Daar kan je tanken. Dus je brandstof is uiteindelijk op. Dat zie je ook gewoon in zo'n metertje staan. Jullie kan je dat net niet zien, want daar zit ik met mijn hoofd voor. Maar anders heb je gewoon zo'n metertje waar je dat op kan zien staan. En als hij dus leeg is, dan doet je trekker het niet. Dus als je je trekker wil gebruiken, moet je eerst tanken. Dat tanken kost niks. Behalve dan dat je er moet plaatsen. Maar dat tanken gebruik je dus. Hij gaat gewoon vanzelf automatisch weer opladen. Kijk maar. Dus het kost 0 aan geld. En als ik hem dan getankt heb, dan heeft hij weer heel eventjes een korte time-out, dat hij weer aan het opladen is. Daarna kan je hem weer gebruiken. En ik heb dus zo'n grote. Je hebt dus ook allemaal van die kleintjes. En dan krijg je maar een kwart van je tank. En bij die grote, dan is hij meteen helemaal vol. Maar die was wel 25 lintjes voordat je die pas kon plaatsen. Dus dat doet Rick maar nooit. Maar dat is wel echt super fijn. Oké, okay, ik ga heel veel op zoek hoor. Naar iets wat al klaar is. Misschien hierachter. Ik heb hierachter nog... Oh, er staat niet eens iets in de grond. Oh, ik ben echt slecht bezig. Ik heb niks zitten farmen. Oh, wat slecht. Zo schiet het natuurlijk niet op. Mijn bomen. Ik moet gebruik maken. Ik heb nog 1 minuut 46. Ik moet gebruik maken van mijn bonus. Anders vind ik het zonde. Hè? Zo'n Nederlander ben ik. Dat ik moet alles... Als je op je kaartje kijkt, dan zie je aan de kruisjes waar dingen klaar zijn. Oh, echt? Kan je dat op de kaart zien? Oké, ik ben nu snel mijn perenboompjes aan het doen voor de jams. Mijn goji-boompjes. Hey Frozen Wolf. Leuk dat je er weer bent. Gezellig. Oké, die fruitbomen zijn klaar. Deze fruitbomen zijn klaar. Die waterbloemetjes doen nog. Oh, kijk, mijn zonnebloemen zijn klaar. Oh, die leveren veel geld op. Die hebben hier 8 uur gestaan. Nice. Hoppa. Lekker. Dat was echt nice. Daar kreeg ik er heel veel voor. Dit is allemaal nog niet klaar. Hoe lang moeten we... Ik kom even buurt waar ik moet gaan koken. Hé, hey, heel goed van jou. Kijk, wij hebben dan weer zoiets van we bestellen wel, hè? Oh, ja. Oh ja, eten bestellen. Oké, okay, ik heb hier nog mijn fruitbomen. Doe ik die nog even snel. Zijn die klaar? Ja, het zijn klaar. Kijk, zij wil ze nu eigenlijk plukken. Ik ga ze doen hoor, Frozen Wolf. Voor mijn dubbele XP. Heb je op je kaart gekeken? Nee, ik heb niet gekeken nog. Ik ben in de stress van mijn dubbele XP. Oh, hij zit vol trouwens. Ik moet mijn fruit verkopen. Zo, die even eten geven. Deze is klaar. Mijn ezeltje. We moeten zometeen ook een heel veld volmaken met paarden en met ezeltjes. Want dit zijn de enige die ik hier heb. Omdat ik het daar wel leuk vond dat er daar een paar bij elkaar stonden. Ik heb nog 10 seconden.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nou, helaas. Gelukkig nieuwjaar! Oh nee, wacht. Op. Oké, kan ik nu weer rustig aan doen. Heb je al op de kaart gekeken, Dora? Nee, nog steeds niet. Oké, Rick zegt... Kijk nou even op de kaart dan. Ja, ik zit nu op de kaart. Oh. Oh, aan die kruisjes kan je dus zien wat er klaar is. Kijk, je ziet hier inderdaad bij 1 dat mijn geiten daar staan. Die zijn dus niet klaar. Daar bij Frozen Wolf zit een heel gedeelte. Ja, wat is dat dan? Wat is daar klaar? Bomen, denk ik. Of vissen. Nee. Oké, wacht. We gaan daar even heen. Waar zit Frozen Wolf? Zit ze daar boven? Even kijken. Ja. Deze kant op. Zijn dat mijn geitjes? Oh, het zijn die bloemetjes. Die moeten gewoon water. Dat geeft hij denk ik ook aan. Oh joh, ik ontdek nog helemaal dingen. Oké, dus handig. Op die kaart kan je dus van alles zien. Nee, het zijn niet meer bloemetjes. Oh ja, het zijn wel bomen. Je hebt gelijk. Het zijn mijn fruitboompjes hier. Die zijn klaar. Die heb ik hier maar allemaal gedumpt in rijtjes. Omdat ik dat ook nodig had voor een quest. Maar super mooi staat het natuurlijk niet. Als je al je dingen zo bij elkaar gedumpt hebt. Maar... hè? Functioneel is het wel. Op de kaart. Weet je wat wij dat gisteren ook in ons hoofd hadden toen Rick dat de hele tijd zei? Kijk op de kaart, zat je toen de hele tijd. Toen hadden we dat ook al in ons hoofd. Oké, alpaca's. Hoe lang moeten mijn alpaca's nog? Oh, heb ik serieus hier gewoon 2 alpaca's vergeten? Oh, zo zielig. Mochten jullie niet mee verhuizen? Oh, oké, ik neem even mijn alpaca's mee hoor. Arme alpaca's. Jullie moeten ook hier. Oh, en jullie hebben niet eens een... Nou, wat ben ik slecht bezig. Ze hebben niet eens een deurtje gekregen. Wat erg dit. Oké, dat ga ik ook doen. Ik ga eerst een deurtje neerzetten. Even bij mijn hek. Hier, deze. Mijn arme alpaca's. En ze hebben niet eens een paardje gekregen. Ik ben weer als, lekker half bak aan het spelen. Als iemand trouwens weer zin heeft om te oogsten, dan... Dan kunnen ze bij jou terecht. Dan kunnen ze bij mij terecht. Is het alweer zover? Ik ben net weg bij jou. Die goji bessen zijn alweer klaar, joh. Nee, hoe dan? Nou, ik kom zo meteen, hoor. Ik kan niet nu alweer... ik heb zelf nog niet eens iets geplaatst. Kijk, Frozen Wolf is al meteen weg. Ja, ik wou zeggen, ik had het ook niet tegen jou. Kijk, ik zie hier allemaal mensen al komen, hoor. Oh, oké. Nou, je kan in totaal met 16 mensen op je eiland, op je farm... Ik ga ook even wat van die bessen plaatsen. Ik weet niet of ik ze nu kan plaatsen eigenlijk. Ja hoor, ik ga ook goatje bessen plaatsen. Dan zijn die ook zo meteen klaar. Hoe lang speel je dit al? Nou, sinds woensdag. En dit mijn eigen boerderij bestaat sinds donderdag. Want woensdag had ik de hele dag bij Rick op de... Of ik bedoel heel eventjes in de avond bij Rick op zijn boerderij geholpen. Mijn boerderij bestaat sinds donderdag. En sindsdien hebben we echt veel gespeeld. Want ja, als je het niet speelt, dan zal je het misschien niet zo snel zien. Maar als je het wel speelt, dan zie je wel dat hier al best wel veel tijd in zit. Om al deze dingen te unlocken en alles te bouwen en zo. Dus ik heb al wel iets te veel tijd erin gestopt, heel eerlijk gezegd. Maar het is ook wel heel leuk. Maar ik zit nu alleen echt te wachten totdat ik mijn dierenopdracht heb gedaan. Want dat duurt nu echt heel lang. Als we deze nou verdoen, krijgen we namelijk nieuwe opdrachten. En met die nieuwe opdrachten kan ik dan bijvoorbeeld ook weer... Weet je, dat we dan bepaalde dingen moeten gaan verbouwen en zo. Krijgen we weer lintjes. Kan ik eindelijk die huisjes een upgrade geven. Dus nu zit ik even te wachten op mijn dieren klaar zijn. Maar dat komt ook omdat ik zelf een beetje te gierig was om meer van die dieren te kopen. Ik had gewoon eerder grote velden met dieren moeten maken. En dan was het wat sneller gegaan. Wat is dat hondje? Dat is mijn huisdier. Lief is die, hè? Dat is Max. Die loopt overal achter me aan. Kijk. Maar dat is mijn hondje. Dus overal waar ik heen ga, gaat hij met me mee. Kijk maar, ga ik hierheen? Kijk, dan komt hij er ook aan. Kijk maar. Zie? Dus die loopt de hele dag achter me aan. Die gaat ook mee het water in. Maar ik vind hem zo lief. Je hebt ook katjes. Je hebt eigenlijk echt superveel diertjes die ik kan doen. Ik had in het begin ook steeds een katje. Maar ik vond deze hondjes, ze zijn zo vrolijk. Ze zitten zo lekker te kwispelen. En ze lopen zo lekker lief mee. Ik vind ze zo schattig. Dus dan dacht ik, ik wil een hondje. Maar je kan die ook helemaal aanpassen. Je kan zelfs de halsband helemaal een andere kleur geven. We gaan zo wel van een poppetje maken, ja? Dan kan ik jullie ook even laten zien welke huisdiertjes je nog meer allemaal hebt. Wat is dit voor spel? Ik kom net binnen. Oh, jij heeft alles gemist. Nou, je kijkt je zo maar even terug. Maar het spel heet Farm Together. Is dit het geld waard? Ja, dat moet je zelf inschatten, June. Wij vinden blijkbaar van wel. Wij hebben al ons geld hier aan uitgegeven. Wij vinden het een heel leuk spel. Oké, heb ik al mijn velden even gevuld? Nee, deze nog. Wat ga ik hier terugzetten? Wat gaan we doen, Mila?
Wat gaan we hier neerzetten? Gele corsetjes? Maar dat duurt zo lang. Maar die zijn schattig. Ja, oké. Dan doe ik toch gele corsetten. Sorry, ik doe toch niet wat je zei. Sorry. Neem mijn popcorn, meme. Ik ga het opeten. Ja, maar ik zit ook de hele tijd te praten. Oké, ik moet mijn popcorn opeten, anders eet Mila het op. Maar kijk, als ik iets in mijn mond heb, dan klink ik zo. Dat kan toch niet? Je moet zeker ook dat zo te praten. Oké. Iemand zegt, Mila, de popcorn eten. Nou, doen jullie maar praten, dan eet ik de popcorn op. Nee. Vind je jezelf goed in het spel? Hoe noem jij Mila de hele tijd? Hoe noem je mij? Meme, denk ik. Meme. Zeg ik dat dan ook als streamer? Had ik al net een meme? Ja, okay. Oh ja, meme, denk ik. M-I-E-M, zo noemen we jou altijd. M. Maar jij bent niet zo vaak van Mila. Oh. Nou, hier, neem maar mee. Oké, doei. Ja, mijn laatste beetje popcorn. Ja, je noemt haar Miem. Ja, ja, zo noemen we hier thuis haar altijd. En op school noemen ze er wel eens Miel, maar dat vindt Miel nooit leuk. Maar dus Miem noemen wij haar eigenlijk altijd. Oh. Margie zegt, Mila, je moet wel lief zijn voor je moeder. Maar dat is ook wel. Ze heeft helemaal popcorn naar me gebracht. Dus ze is ook hartstikke lief. Oké. Moet ik jou komen helpen met oogsten weer? Niet nodig, maar dit is nog niet klaar. Ja. Oh, mijn kerstboompjes. Ik ben een meer level dan jij, hè? Die had ik ook geplaatst. Jij bent mijn level 27, ik ben mijn level 100. Is dat zo? Ja, maar dat is niet eerlijk. Jij hebt de hacky wacky. Ik heb heel hard gewerkt om hier te komen, ja? Maar heel hard voor gewerkt heb ik hiervoor. Maar ja, is niet eerlijk. Niet naar luisteren, jongens. Dat is allemaal oneerlijk. Oké, ik wil dat mijn dieren klaar zijn. Ik wil een nieuwe opdracht. Hoe ver zijn ze? Ik kan het nu op de kaart blijkbaar zien. Mijn schapen zijn klaar, maar daar heb ik nu niet zoveel aan, dus dat boeit me niet zoveel. Voor de rest... Daarachterin is wat klaar. Bomen. Dit zijn allemaal bomen. Mijn wijngaard is weer klaar, maar voor de rest nog steeds niet die dieren. Die dierenopdrachten, die vind ik echt het minst leuk. Die gaan zo langzaam. Oh, dit is helemaal niet klaar. Goed ben ik in die kaart. Echt supergoed ben ik in die kaart. Dat is echt heel erg. Oké. Verkoop hier dit weer. Dan gaat dit even groeien. Dan kom ik nu even XP bij jou op doen. Voor een kwartiertje ongeveer. Dan is het bij mij klaar. Nou, dat mag. Maar iedereen is hier al geweest. Nee, we hebben alles al geoogst. Oké. Nou, dan gaan we gewoon random naar een boerderij van iemand anders. Kijk, deze bijvoorbeeld. Monja Nu. Die heeft gewoon 100... Hoeveel? Veel gems? Echt superveel. 110 miljoen lintjes? Geen idee. Kom, we gaan erheen. Als je dus gewoon naar random iemands boerderij gaat... Maakt niet uit of je diegene kent of niet. Dus mocht je niemand kennen die dit spel speelt... kan je dus ook op deze manier dus bij elkaar langskomen. Sommige mensen maken dus een boerderij heel leuk. Zij zijn dus nu op dit moment ook echt aan het spelen. Kijk hoeveel zij heeft. Maar als ik hier dus bij haar help om nu dan bijvoorbeeld te oogsten, krijg ik ook hetzelfde. Dus dan kan je op die manier dus weer extra energie opdoen om... Oh mijn god. Dit is zo schattig. Oh! Zij heeft echt alles al af. Oh, dus zij heeft het ook niet van binnen ingericht. Dit is echt heel leuk zo, dat hele snoepjesbos. Hier zit zoveel gems in. Al deze bomen, die kosten namelijk gems die hier staan. Die hoef je dus ook niet te oogsten. Dit zijn gewoon van die sierbomen. Die zijn ook heel mooi. Maar die kan ik dus nog niet zoveel betalen. Oh. Kijk nou. Kom even bij mama. Dat is zo leuk. Oh. Dit huis hier op dat water is zo leuk. Maar zij heeft niet heel veel te doen voor mij eigenlijk. Of ik heb hem nog niet gevonden. Vliegertjes. Hier heel veel hetzelfde. Ik moet even op zoek naar fruitbomen of zo. Hier, kijk. Ik zit op iemand anders eiland. Eiland wil je graag wat laten zien. Ik weet niet op welk eiland ik nu ben. Ik heb geen idee. Dit is gewoon van iemand. Monja Neus boerderij zit ik nu op. Oh, kom jij daar ook heen? Ja, ik wil je heel graag laten zien. Oh jee. Ik ben er al. Echt? Ja, kom maar bij het begin. Nee, maar ik zie jou helemaal niet. Oh, nu ben je er. Huh? Hoe kan je dat nou zo snel vinden? Ik heb hier gewoon een goud pad. Oké, maar kom maar bij het begin. Ja, ik weet niet meer waar het begin is. Ja, kan je het hier beginnen? Oh ja. Hoi.
Oké, jullie zijn ook allemaal hier blijkbaar. Wat moet ik zien? Oh, jullie hebben... Oh, Emily, je hebt die staartjes! Nee, die wil ik ook! Oh, wanneer krijg je die? Oh, Emily, jouw haar is zo leuk. Ja, ook echt heel leuk. Maar vooral die van Emily vind ik heel leuk. Want die wilde ik ook heel graag voor mezelf. Maar ik ben nog niet zo ver. Oh, zo schattig. Wanneer krijg je die dans? Zo cute. Zo cute. Iedereen is hier. Hoi. Oh, wat leuk. Oh, ik ga zo even kijken. Ik ga eerst even op deze boerderij even zoeken of ik iets verder kan doen. Maar ja, niet veel zo te zien. Oké. Screw it, ik ga ook mijn emotes aanpassen. Kijk of ik hem ook al heb. Nee, die heb je echt nog niet. Heb ik die nog niet? Ah, even kijken, wat voor emotes heb ik? Ik heb... een die? Oh, die deed jij net, zo'n hartje kusje. Oh, hij komt hier bij level 40. Kan ik hem? Oké, dan moet ik nog even doorlevelen. Oh, dat hartjeskusje is leuk, die wil ik wel. Oh. Dan heb ik die. Oh, maar ik moet wel me zwaaien. Die heb ik ook. Oh, wacht. Doe ik hier wel het hartjeskusje. Kijk, dan kan ik hem ook echt gebruiken. Zo, ja. Oké. Okay. Hier, bij huisdier. Dat zei ik net. Kijk, je kan hier gewoon uitkiezen welk diertje er dus de hele tijd achter je aanloopt. Ik heb dus dit hondje gekozen. Oh, ik heb nu ook zo'n dalmatier. Die neem ik. Die is echt schattig. Maar je hebt dus ook katjes. Kijk, die zijn ook echt heel erg lief. Je kan ook zelf instellen hoe groot ze moeten zijn. En hoe ze er dus uitzien. Wat voor kleur en zo. Kijk maar, als je hier gaat, kan je ook een halsbandje. Je unlockt er dus ook steeds meer. Dus je begint met niet zo heel veel nog. Volgens mij alleen deze. Ik vond deze met die bloemetjes echt heel schattig. Kijk, ik heb nu een nieuwe. Oh, oh, die is ook leuk. Even kijken, wat hangen we eraan? Een belletje? Nee, stom. Ja, ik krijg gewoon die. Kijk, hier kan je zijn oogkleur instellen. En welke halsbandkleur moet zijn. De detail op die halsband. Kijk maar. Die, als het goed is. Ik weet niet of deze dat ook heeft. Normaal veranderen die stikseltjes dus. Volgens mij heeft deze dat niet. Maar dat kan je dus ook zelfs allemaal instellen. Dit is voor je knechten. Of zoals Rick noemt, de helpende hand. Hierbij kan je in ieder geval instellen wat ze moeten dragen. Maar dat is nu alleen nog deze. Want de rest heb ik nog niet unlocked. Maar als je dus levels verder komt, dan kan je deze uiteindelijk dus doen. Waar kan je dit spelen? Op Steam kan je dit spelen. Of op de Switch, of op de PlayStation, of op de Xbox. Het is eigenlijk overal te koop. Wat is dit voor een spel? Een farming game. Je kan ook je tractor dus aanpassen. Wij hebben er nu al een aantal. Ik heb zelfs een botsautootje waar je in kan rijden. Hier kan je ook helemaal de kleur dus van aanpassen. Ja, ik vind zelf deze heel erg leuk. Omdat deze zo'n lichtje erbovenop heeft zitten. Dus die geeft s'avonds ook licht. Maar hier kan je dus ook hier... Ik had die zelfs nog allemaal van die plaatjes. Kan je er nog voor inlokken wat hij er uiteindelijk op moet hebben. Nou, ik heb hem gewoon wit. Wat voor kleur die moet zijn. Nou, ik had hem heel schattig dus in het lila gemaakt met wit. Maar dat hoeft niet. Ik kan hem ook eens... Ja, maak ik deze lila met roze. Hier, wat doen we erop? Een aardbei. Ik had nu altijd dat hartje erop, maar... Kunnen we er ook iets anders op doen? Of niks? Ik had ook een keer dit vlaggetje. Die is echt super groot. Die zit echt helemaal daarbovenin. Kun je die ook zien? Kan ik ook verder uitzoomen? Nee. Dat gaat niet. Ik kan het hier niet laten zien. Oh, doen dit. Zonnebloempje. Leuk. Wat vinden jullie van mijn tractor? Lekker stoer, hè? En dit is mijn eerste livestream. Gezellig, Danique. Leuk dat je erbij bent. Maris, doe jij elke dag live? Nee hoor, ik ga niet elke dag live. Maar ik speel wel elke dag spelletjes, maar ik ben niet elke dag live. Oké, ik ga weer terug naar mijn boerderij, jongens. Ik heb niet dat, zoveel kunnen farmen. Dat zou met dit spel bijna wel kunnen, hè? Met dit spel wel, ja. Maar dan moet ik wel werken. Ik heb nu de hele tijd geen opdrachten, dus het schiet nog bij mij niet echt heel erg op nu even. Hoe is het bij jouw boerderij? Ja, gaat goed. Ik heb net alles weer volgeplant met goji-bessen. Kan ik al komen oogsten? Want anders moet ik weer naar iemand anders boerderij. Want waar ik net was, was niet echt heel veel te oogsten. Nog 6 minuutjes. Oké, nou dan ga ik even naar iemand anders aan. Dan gaan we naar Lisa Ringen. Lisa Ringen of zo. Ha, dat wordt dus elke dag boerderijen. Ja, maar echt hoor, Melissa. Echt, bereid je maar voor. Waar zijn we nu weer? Dan zijn we weer op iemand anders. Het ziet er ook meteen al zo anders uit als je op iemand anders een boerderij komt.
Ik moet even op zoek naar hier iets om te doen. Oké, okay, dieren eten geven. Daar krijg je van die dinges van. Als ik nu gewoon één kip even gewoon eten geef, dan heb ik al een minuut boost voor op mijn eigen... Maar ze hebben zo weinig te doen. Hoe houden anderen hun farm allemaal zo netjes dan? Waarom is ze bij mij altijd zo'n volle chaos aan bomen en weet ik veel wat? Oh kijk, ze heeft hier ook gewoon niks staan. Zie je dat? Het is allemaal leeg. Hier, we gaan deze dingen wel even water geven. Ah, chips. Ze moeten natuurlijk dan ook tanken. Ah, oh, struisvogels. Die krijg je uiteindelijk ook. Wat leuk. Oh kijk, daar is het gasstation. Kijk, gaan we daar even tanken. Hoppa. Dan kan ik mooi voor die dingen water geven. Daar krijgen we ook eventjes dinges voor. Nou, hoe duur is het spel? 12 euro nu. Hij is nu in de aanbieding. Kijk, we gaan even Sidet allemaal water geven voor jongens. Kijk mijn hondje trouwens, hè. Kijk nou. Oh, deze is echt heel erg lief. Deze is echt schattig. Normaal ben ik eigenlijk altijd van de poesjes in games en zo. Maar ik vind hier de hondjes in zo schattig. Het spel wordt steeds leuker. Ja, maar echt, hè? Ja, het is vooral hoe verder je komt, hoe leuker het wordt. In het begin ben je echt vooral heel hard bezig met echt geld verdienen. Maar ja, ik vind dat ook al heel erg leuk. Uiteindelijk heb je wel veel. Dus ik had uiteindelijk nu... Ik had in het begin zoveel van die gebieden die ik de hele tijd moest farmen. Dat ik uiteindelijk echt gewoon helemaal moe werd ervan. Van al die dingen weer oogsten. En deed ik steeds iets wat in 10 minuten klaar was. En dan moest ik dat dan weer allemaal weer eruit gaan halen. En was ik zo hard aan het werk. Dat ik uiteindelijk zei, oké, ik ga nu wat dingen plaatsen die wat langer duren. En wat minder van die velden. Maar ja, daardoor heb ik nu dus ook heel vaak dat ik even wat minder te doen heb, zeg maar. Ik ga naar mijn eigen boerderij. Ik hoop dat mijn gewassen klaar zijn. Volgens mij heb ik nu genoeg. Om dubbele gewassen te krijgen. Yeah, zijn we weer. Oké, even tanken. Kijk, mijn broccoli is sowieso al klaar. Let's go. We gaan hard farmen, jongens. Dit gaat de grond uit. Ik ga nu alles de grond uit halen. Als iemand zin heeft om bij mij te komen helpen ploegen. You are welcome. Kom maar. Dan mag alles geploegd worden. En oh, alles is klaar. Als je zin hebt om te komen helpen, liefje. Alles is klaar. Nice. Lekker. Oh, je hebt bij jou niks meer te doen. Let's go, pak de broccoli. Yeah. En nu alle goji-bessen. Al noemde ik dat gisteren trouwens wel geo-bess. Dus het gaat wel weer heel goed met mijn... Waar zijn mijn Spaanse geiten? Die moeten ook gedaan worden. Hier, nog meer broccoli. Yeah. Alles is klaar. Oh, dan gaan we zo meteen eens even terugzetten. Ik hoop nu... Dat nu precies mijn Spaanse geiten klaar zijn. En dan kan ik die opdracht afsluiten. Nee, ik blijf het gewoon Spaanse geiten noemen. Mijn aardappelen zijn nog niet klaar, dus daar hoef ik niet te kijken. Die is ook nog niet klaar. Oké, dan heb ik nog broccoli. Of wat had ik nog verderop? De goji bes. Ik heb nog 1 minuut 35. Wee! Trouwens, als je van die wegen neerlegt, zoals deze, maar ook die andere paadjes. Als je daar overheen hebt, kijk, dan rij je harder dan op het gras. Je rent ook harder. Oh shit, waarom is deze nog niet klaar? Ik heb hem geen water gegeven. Oh no. Die is er nog niet klaar. Set. Ik ga dat nu ook kopen. Oh, nou veel plezier. Ga je geen spijt van krijgen. Oh, mijn bloemetjes zijn klaar. Yay. Oké, hier. Snel mijn alpengeit. Oh, wacht. Nee, die doe ik ook met mijn trekker hoor. Echt, once you go tracker, you never go back. Ja, dit is wel echt alpengeit. Hier, die heb ik nog... Maar die moet ik ook nog heel veel. Ik moet ook meer alpengeiten hebben. Ik moet gewoon echt meer beesten, gewoon, überhaupt. Oké, zijn er nog meer beestjes klaar? Ik ga even snel teleporteren. Hop, deze kant op. Zijn deze geitjes klaar? Nee, die heb ik ook niet per se nodig. Mijn alpaca's heb ik nodig. Zijn die klaar? Ah, oh, die dieren duren zo lang. Oh, wel een paar. Kijk. Nice, krijg die ook dubbel. Dat is lekker. Dat schiet op. Hoe heet jij in het spel? Ik weet, heeft je poppetje ook echt daadwerkelijk een naam? Oh, mijn fruit zit vol, jongens. Oh, je heet gewoon zoals je op Steam heet. Dus dan heet ik inderdaad gewoon Krejcik. Dankjewel, Emily. Oké, we doen onze laatste 5 seconden nog voor een vis vangen. Lekker. Oké, mijn boost is op, jongens. Dit was het weer. Maar ik heb wel heel veel dubbel gekregen. Kan je het spel ook op de computer? Ja, zeker. Wij spelen het nu op de computer. Zeker kan dat.
Ik speel hem trouwens wel met controller op de computer. Maar je kan hem ook gewoon met je toetsenbord spelen. Maar ik vind zelf dit altijd lekkerder om te spelen met mijn controller. Dus, maar die kan je ook in je computer in doen. Maar daarom lijkt het misschien alsof ik ergens anders op speel. Ik weet niet of je mijn controles ook in beeld ziet. Ja, daaronderin dat A en dat X en weet ik veel wat. Je kan trouwens ook alles nog instellen. Dus je kan ook nog helemaal instellen hoe groot je die icoontjes wil. Of dat je ze helemaal niet wil. Zoals je ziet, weet je wel, van dat als er iets klaar is, dan staat er zo'n mandje boven. En als het water gegeven moet worden, staat er zo'n waterdingetje. Je kan ook dat uitzetten. Dat is wel moeilijk, want dan moet je zelf echt in de gaten houden wanneer iets klaar is. En er zelf bij gaan kijken. En weet je, dat is natuurlijk wel iets lastiger. Maar dat kan dus wel. Dus dan hoef je dat niet altijd in beeld te zien. Als je uiteindelijk gewoon je eiland of je farm gewoon heel mooi wil maken en niet de hele tijd dat allemaal wil zien, dan kan dat gewoon. Ja? Ja, dan is het net zoals in het echt inderdaad. Dan moet je het zelf in de gaten houden, ja, wanneer het klaar is. Als je er dan op gaat staan, dan kan je wel zien hoe lang die nog moet hoor. Maar dan zie je het niet al vanaf een afstandje van, oh, ik kan weer wat verkopen of ik kan weer wat inleveren. Maar het is rijk nu. Nou, dat is als je bij iemand anders op zijn eiland gaat werken, krijg jij dat geld niet. Dus Marit helpt nu echt mij, weet je. Dus zij zorgt er nu wel in ieder geval echt voor dat ze voor mij fruit verzamelt. Dus alles wat ze doet, doet ze voor mij. Dus ze helpt echt mijn farm ermee. Maar als beloning krijgt zij dus krachten, zo'n soort van energietje dat ze opbouwt. En dat energietje dat kan je dus weer gebruiken op je eigen farm. Als je daar dan gaat farmen, dan krijg je dus van alles twee in plaats van één. Dus ja, dan in dat opzicht word je wel rijk. Maar het is niet dat zij van mijn geld nu... Dat. Je kan het trouwens ook uitzetten. Als je niet wil dat mensen niet bij je komen, kan je hem ook op privé zetten. Dus dat hoeft niet. Je hebt ook ingebouwde voice chat. Dus als je het leuk vindt en je speelt met je vrienden, zou je zelfs elkaar gewoon kunnen horen als jullie bij elkaar op de farm komen. Niet gesponsord allemaal dit. Lijkt bijna een gesponsorde video, maar dat is niet. Dit ben ik als ik enthousiast ben. Dan vind ik het gewoon leuk. Ik zou eigenlijk boodschappen moeten doen, maar de stream is best leuk om te blijven kijken. Nou, dat ben ik blij om te horen. Dat moet ik ook. Wij moeten eigenlijk ook boodschappen doen. Maar de game was te leuk om te blijven spelen. Dus hebben wij geen boodschappen gedaan. Erg, hè? Oké, deze staan. Die staan dat water geven. Nou, dat mag één van jullie wel doen als iemand dat wil doen. Heel graag. Dan ga ik deze ook helemaal vol zetten met... Wat gaan we hier doen? Wat zetten we hierin? Iets dat een beetje snel klaar is. Even kijken. Zullen we gewoon even sla doen hier? Dat is met 10 minuutjes klaar. Dan kunnen we dat zo oogsten. Hoe lang moet mijn rode kalkoen nou nog, jongens? Ik wil een nieuwe opdracht. Ik had er echt vanmorgen, had ik er echt zo'n 3 of 4 echt in één ruk afgemaakt. En nu lijkt het net alsof de opdracht echt super langzaam gaat. Maar ik heb echt net deze opdrachten gekregen. En toevallig krijgt ze volgens mij altijd gewoon random. Toevallig waren dit allemaal van die dierenopdrachten. Dus dan is dat net even onhandig. Maar dan net niet dieren waar ik er veel van had, weet je wel? Allemaal van die nieuwe dieren die ik nog niet had. Wanneer ben je jarig? Ik ben 5 mei jarig. Dus dat doe ik nog wel eventjes. Gelukkig maar, want anders was ik alweer bijna 36. Dat vind ik niet heel erg. Oké, als je geen voedsel hebt, dan snap ik wel dat het heel lang duurt. Want dat werkt niet. Ze hebben wel voedsel nodig. Kijk, die duurt dus nog 2 uur en 11 minuten voordat deze alpaca's klaar zijn. En dan pas heb ik deze opdracht af. Oh, de Spaanse geit! Ik ben mijn Spaanse geit helemaal vergeten. Kom, we gaan naar de Spaanse geit. Megan zegt, ik ben 7 mei jarig. Nou, dan schelen we niet heel veel van elkaar. Mijn moeder is 37. Nou, dan ben ik bijna net zo oud als je moeder. Melissa die zegt, ik ben pas 36. Kijk, piepjong Melissa. Maar is, volgens mij werken de credits nog steeds niet. Wel, ik weet het niet. Werken de credits niet? Liefje, wel toch? Rick gaat kijken. Ik ben op 8 april jarig. Nou, gefeliciteerd alvast, Dodo. Nu gaat iedereen zeggen wanneer hij jarig is. Kijk, zie. Ik ben 19 oktober jarig. Hè? Toch fijn, hoor. Dat onthoud ik allemaal niet, hoor. Wanneer jullie allemaal jarig zijn. Oh, kom op, Spaanse geit. Oh, nog een kwartier. Yes! Nog een kwartier. En dan heb ik mijn Spaanse geit gehaald. En voor iedereen die gaat zeggen die nu net in de stream binnenkomt... Het is geen Spaanse geit... Dat is het wel. Oh shit, die zat vol. Ik moet eerst even mijn fruit verkopen. Even terug. Dan kan in de tussentijd die Spaanse geit nog even groeien. Totdat hij me geitenmelk geeft. En dan heb ik eindelijk een nieuwe opdracht. Yay! Daar ben ik zo blij mee. Lekker bezig Maris. Dank je. Moet wel even mijn fruit verkopen. En ik wil zo graag die... Wacht eens even.
Kijk, ik heb wel een kaaskraam, maar ik maak nog geen kaas. Dit is die jamkraam, die heeft Rick. Ik maak al wel jam, maar ik heb nog geen lintjes ervoor over, want ik ben nog bezig met mijn lintjes. Maar heb ik niet al een keer die fruitwinkel van Rick? Waarom heb ik die niet? Dit is de taartenwinkel. Zo leuk. Waar is die fruitwinkel van jou? Waarom heb ik die niet? Welke level moet je zijn voor die fruitwinkel, liefje? Want ik ben toch nu een beetje... Ik ben level 31. Ja, dan moet je hem al hebben, hoor. Oh, ik keek gewoon niet goed. Ik heb goed hem al zo. Lang. Ik heb hem al lang. Oké. We gaan de fruitenzaak plaatsen. Doen we dat hier? Dat is misschien niet de meest boeiende plek ever. Oh, deze is zo leuk. Oké, wacht. Ik ga hem even... Ja, wil ik echt zo'n heel marktje maken waar ik al deze dingetjes heb staan. Wacht, ik zet hem even hier, want ik wil hem even... Doen we hem zo? Of had ik hem al zo? Mm-hmm. Wat is leuker, zo, hè? Zo, ja. Ja, vind ik ook. Zet ik hem zo. Oh, kijk nou! Boom! Kan ik zo nu in één keer al mijn fruit verkopen. Lekker! Oh, dit gaat zoveel sneller. Oh, dan kan... Deze dingen kunnen nu weg. Weg met de fruitkraam. Die heb ik nu niet meer nodig. Weg ermee. Nice! Jongens, ik ben even heel blij. En ik zag ook nog iets anders dat ik heb. Deze moet even een kwartslag draaien. Dit is zo leuk! Oh, ik ben hier zo blij mee. Kijk, bij dat... Kijk, iedereen komt kijken bij mijn fruitkraam. Yay! Bij dat bloemenwinkeltje, daar heb je ook. Daar krijg je uiteindelijk ook een winkel voor. Ja, maar dan blijft dat bloemetje er ook wel nog steeds op staan. Dus de stijl die blijft wel gewoon hetzelfde, maar dan wordt het gewoon... Oh, wat leuk! Ja, je kan ze uiteindelijk natuurlijk ook overal gebruiken. Als je het gewoon leuk vindt om daar je hele farm mee aan te kleden, staat dat natuurlijk nog steeds super leuk. En dat is omdat ik deze heb, dan niet deze allemaal heb weggehaald. Ik vind ze gewoon allemaal heel erg leuk. Dit staat vooral ook heel leuk als je ergens prei verbouwt of zo. Ja, bij een strand staat het leuk. Oh, daar staat het ook leuk, inderdaad, ja. Dat is een strandtentje. Ja, dat hebben wij. Ja. Ik wil hier uiteindelijk ook iets anders voor. Dit is mijn specerijenkraampje tot dusver. En dit is mijn pindakraam. Deze wordt zo schattig. Wordt die leuk? Ja. En daarom, daar moet ook even allemaal wat... Oh, wat leuk. Oké, weet je wat ik ook ga doen? Ik heb nu toch even gems genoeg. Ik was eigenlijk aan het sparen voor een nieuw gebied. Ik heb het gezien. Ik kneep erin. Dat gewoon dat grappig was. Maar... Waarom knijp je ook in je pakje drinken? Omdat het grappig is. Dan ben je toch ook gewoon niet slim? Nee, ik ben helemaal nat. Oh, nee. Jakkes. Kijk, ik heb hier van deze viskraampjes, maar let op, die ga ik wegdoen. We doen die boom even hier. Weg ermee. We gaan deze weghalen. Een lelijke viskraam. Deze vind ik wel heel leuk. Die moet ik nog wel even bewaren, want die heb ik nodig voor mijn gerechten. Soms heb ik gewoon die gerookte vis ervoor nodig. Dan gaan we hier deze vismarkt neerzetten. En dan gaan we hier uiteindelijk gewoon heel tof... kraampje en zo'n marktje mee maken en al die dingen leuk neerzetten. Oh, dit is echt leuk. En hier kan ik ook in één keer vet veel vis verkopen. Nice. Ik heb trouwens de creacredits nu even aangezet. Hij is dus nu alles van de afgelopen tijd aan het verwerken. Oh, dus de creacredits deed het inderdaad niet? Hij was vastgelopen inderdaad. Maar hij is nu alles aan het verwerken en alle creacredits die verdiend zijn worden nu doorgerekend. Nou, dankjewel. Komt goed. Dat komt goed. Oké. Fijn. Nou, jullie horen het. Kijk, en dit is dus trouwens mijn paddenstoelenkraampje. Hier kan je dus je paddenstoelen verkopen. Dus alles wat ik bij die varkens oogst, dat verkoop ik dan weer hier. Maar deze vond ik echt heel leuk staan hier zo. Hoi! Deze vond ik echt heel leuk staan hier zo in het Sprookjesbos. Maar het is eigenlijk helemaal niet handig, want ik moet nu elke keer helemaal daarheen lopen om paddenstoelen te verkopen. Maar ja, boeien. Rick, als we jou toen niet hadden, hè? Nou, Melissa, dan hadden we niet eens creacredits gehad. Want dat heeft Rick helemaal zelf gemaakt. Dus dan hadden we ook niet het hoeven fixen. Maar dan hadden we het gewoon helemaal niet gehad. Maar... waarschijnlijk niet eens je stream. Jawel, maar dan had ik niet creacredits en zo allemaal gehad. Daarom is het soms ook wat lastiger voor mijn stream. Oh, ik heb trouwens nu sinds kort ook dit. Het is een weefgatouw, maar dat moet ik ook nog even leuk gaan inrichten. Nu alles wat die schapen produceren en die alpaca's, die geven allemaal wol en katoen en zo. En dat kan ik dan weer hier omzetten in... Wat maakt hij er eigenlijk van? Wol, volgens mij. Echt een bolletje wol. Dan kan ik vast weer straks met een ander gebouwtje er dan weer iets van maken wat ik dan weer kan verkopen en zo. Dus uiteindelijk leveren al die dingen steeds meer gems op. Denk ik. Denk je ook niet? Oh, nee, dat is niet erg. Rick heeft niet geluisterd. Applaus voor Rick, zegt ze in de chat. Die duurde nog steeds lang.
Hij heeft dat de afgelopen paar streams niet gedaan. Nee, dat zijn de mensen toen al. Maar hij heeft wel al die credits bewaard. Oh. Dus hij is nu al die credits van al die keren is hij nu aan het verwerken. Oh. Maar het zijn meer dan 21.000 records. Oh jeetje. Dus dat gaat wel even duren zo te zien. Ja. Op stream is mijn game heel veel groener dan zoals ik het zie. Maar dat kan ook liggen aan mijn scherm. Denk je dat dat het is? Ik denk dat het ligt aan het scherm inderdaad waar je het op kijkt. Ja, oh Spaanse geit, schiet nou op. Nog negen minuten. Ik ben al zo lang aan het kijken, ik vind het superleuk. Oh, nou gezellig Quinn, leuk dat je er al zo lang bij bent. Maar ik was net wel in de lijst gestegen, zegt Margje. Margje zegt, ik was net wel in de lijst gestegen. Ja, kan. Het staat nu weer aan, dus het zou kunnen dat het Mena die zegt, ik heb het net gekregen en ik ga het zo spelen, ja! Yeah! Echt vet schattig, vet oude game. En in één keer zien die gamemakers er allemaal van die aankopen bij komen. Ja, ik zal ze een mailtje sturen. Ja, die denken nu, hé, dat werkt goed als we het gewoon even in de korting zetten. Dan meteen iedereen koopt die game en alle uitbreidingen, dat werkt goed. Nou, misschien ook wel, hè. Wij alle eer nu naar onszelf toe gooien natuurlijk, maar misschien zien ze het niet. Oh, die paar mensen, weet je wel. Misschien werkt deze game vet goed. Maar toch heb ik het idee dat deze game echt underrated is. Want ik heb er nooit iets van gehoord en het is echt superleuk. Ik ben weer terug. Ik moest naar de winkel. Laura, je bent goed bezig geweest. Wij moeten eigenlijk ook naar de winkel. Kijk, de sla is klaar. Oké, ik ga weer wat verbouwen. Ik hoopte eigenlijk dat ik even snel die Spaanse geit af kon maken. Want dan kon ik tenminste de volgende quest gaan doen. Ik heb een nieuwe quest. Komt hij nu mee? Ik heb gewoon al een nieuwe opdracht. Ik zit echt goed op te letten vandaag. Ik moet persikbomen doen, heb ik gedaan. Abrikozenbomen moeten gedaan worden. Die heb ik volgens mij. Nee, dit is persikbomen. Waar heb ik abrikozenbomen? Heb ik die? Die moet ik doen. En mijn roze narcissen moet ik doen. Die heb ik ook. Die heb ik gewoon. Ik had al een nieuwe opdracht. Oké, wacht jongens. Ik ben weer echt super scherp. Waar heb ik mijn abrikozenbomen? Oké, weet je wat ik doe? Dit is een leuk stukje voor abrikozenbomen, hè? We gaan hier even mijn abrikozenbomen neerzetten. Dan hebben we nog deze. Dus ze lijken erop. Zie je aan de overkant, maar dat zijn mangobomen. Kijk, hier komen abrikozenbomen. Kunnen we die zo meteen gaan oogsten? En dit soort dingen doe ik dus allemaal met die trekker. Als je geen trekker hebt, dan doe je dit dus stukje voor stukje met de hand, hè? Kijk, dan moet je ze echt één voor één neerzetten. Dus je bent echt blij als je uiteindelijk de trekker. Je krijgt trouwens die trekker als je een tankstation plaatst. Dus als je geld genoeg hebt, van die lintjes genoeg hebt om een tankstation te plaatsen. Volgens mij is hij er maar. Is hij maar twee lintjes of zo, dacht ik. Ik weet niet zo heel veel. Je hebt hem al vrij snel. Ja, je hebt hem al vrij snel. Kijk, mijn roze narcissus moet nog 30 minuten. Dan is die ook klaar. Kan de game op de tablet? Nee, hij kan niet op de tablet. Dan wij moeten op een gameconsole. Je kan hem niet op de tablet spelen. Op wat speel jij? Ik speel het op mijn computer. Maar als je gewoon een laptop hebt, kan je het er ook op spelen. Of als je de Nintendo hebt, kan je het er op spelen. Oké, we gaan weer wat plaatsen. Mijn boompjes zijn bijna klaar. Dan moeten we daarna, wat moesten we nou? Die narcissen en dan is die ook klaar, hè? Kijk maar. Dus die kunnen we zo meteen wel halen. Dat gaat goed. Dan hebben we deze. Je wacht er nog op die rode kalkoen, die schim je op. En die kippen, nou die komen vanzelf wel. Spaanse geit gaan we zo meteen doen. Dan hebben we die eindelijk gehad. En die alpengeit, die moet ik ook nog steeds doen. En dan hebben we ze allemaal gehaald. Voor nu even. Dan krijg je ook meteen weer nieuwe. Kwam jij er niet laatst mee dat je ook zo'n marketingbureau hebt? Die heb ik ook nog niet neergezet. Als je een marketingbureau plaatst, dan krijg je blijkbaar andere opdrachten. Meer uitdagende opdrachten ook, hè? Oh, en meer belonende opdrachten vooral. Dus dan krijg je waarschijnlijk meer lintjes. Maar ik weet niet vanaf welke level je die kan plaatsen. Oh, Rick zegt, ik kan hem al plaatsen, maar hij kost 20 ribbons. Dat heb ik er niet voor over. Even kijken waar die is. Oh, hier. Ja, inderdaad. Hier, neem meerdere uitdagingen met grotere verdiensten. Dus dan heb je meer challenges. Dus als je meer van die challenges wil, waarin je sneller lintjes gaat verdienen, wat ook weer lintjes kost eigenlijk, dan moet je dus het marketingbureau plaatsen. Een roze trekker. Love it. Ja, ik vind hem ook echt heel leuk in het roze. Roze met paars. Ik zie er echt uit zo'n klein kind in dit spel. Mijn haar is ook roze. Mijn pak is roze.
Ik vond het zo leuk. Ik kan mezelf ook heel serieus maken hoor, maar dat wilde ik niet. Emily die zei dat ik hier gewoon... Oh ja, dan moest ik dat treinstation hebben. Heb ik dat al? Emily? Ja? Waar vind je dat treinstation? Bij cadeautjes. Oh, bij cadeautjes. Niet bij gebouwtjes. Nee. Oh ja, dan moet ik level 50 wezen. Ja. Dan krijg ik een trein en dan kan ik dus... Ik kan wel de treinbaan bouwen, maar nog niet het station. Dus zodra ik het station heb, dan kan ik in mijn treintje. Ja. Oké. Dan moet ik level 50 worden. Nu is mijn farm level 31. Nou, dat gaat best snel. Dat is nog te doen. Ja, dat is best te doen. Alles is roze. Yeah! Ja, dat vind ik ook leuk. Eigenlijk moet alles roze zijn op je eiland. Nou. Ja, jij mag er ook bij hoor, Emily. Nou, ik heb hierboven dus dat liefdeshuisje. Daarom heb ik daar ook alleen maar roze bomen neergezet. Alleen maar roze bloemen neergezet. Roze struikjes neergezet. Dat huisje wordt zometeen natuurlijk ook heel zoetig. Met roze en hartjesluiken. Ik heb hier zelfs een roze-wit bankje neergezet. En deze tegeltjes ook uitgekozen. Ik weet niet of dit de leukste inrichting is. We konden hem niet zo goed inschatten, want mijn huis was nog in aanbouw. Maar uiteindelijk wordt alles hier helemaal roze. Dus zometeen is match ik helemaal. En het idee is dus dat dit ook helemaal van binnen ook helemaal roze ingericht wordt. Dus dan wil ik ook, kan ik niet laten zien. Dan wil ik ook van die zo'n roze kleedje en zo in zo'n hartjesvormpje en alles wat erbij hoort. En dat hoort allemaal weer bij de wedding DLC. Alles van die van dat huisje, zeg maar. Maar dat is dan Rick en mijn huisje. En dan kijken we zo over mijn hele boerderij die ik hier zo heb gebouwd. Kijken we helemaal over uit. Dat is toch leuk? Ik wil daar wonen. Dit is de eerste keer dat ik bij de live ben. Gezellig, Nora. Laura zegt, zo schattig. Oh, ja, echt, hè? Roze. Nou, ik heb mijn poppetje er ook wel een keertje normaal uit laten zien, hoor. Toen had ik zo'n mutsje op en wat korter haar. Ik zit zoveel te drentelen, jongens. Normaal ben ik echt hard aan het werk. Maar ik zeg eigenlijk altijd niks als ik zulke spellen aan het spelen ben. En dan ben ik gewoon heel geconcentreerd. Gewoon lekker de hele tijd aan het verbouwen. Maar ik heb nu dus even niks. Want opdrachten. Want Spaanse geit. Hier, meester Jaco, als je wil, mag je wel eventjes al mijn boontjes plukken. Al mijn geobessen. Zet ik dat in de grond? Goji-bessen, niet mijn geobessen. We noemen het geobessen. En we hebben Spaanse geiten. Er is niks mis mee. Dat is gewoon prima. Dat is gewoon hoe het heet. Op naar de Spaanse geit. Ben je nou al een keer klaar? Spaanse geit. Kijk, Sasha gaat ook kijken. Jij hebt een Spaanse geit gedaan. Frozen Wolf. Nee, oh niet. Nee, hij doet nog 2 minuten. Ik dacht Frozen Wolf heeft hem gewoon nog gedaan. Kijk, iedereen staat hier klaar voor de Spaanse geit. Hij moet klaar zijn. Frozen Wolf, je klapt al te vroeg. Ik heb hem nog niet geoogst. Geobessen. Ja, we hebben ook jadebloemen. Kijk, iedereen wil meemaken dat de Spaanse geit klaar is. Daar zijn we echt al uren mee bezig. En dan krijgen we daarna een nieuwe opdracht. Dat we meer Spaanse geiten nodig hebben. Omdat we 20 Spaanse geiten moeten doen. Ik weet dat ik vroeg ben. Ik ben koken. Oh, oké. Goed zo. Je staat er al gewoon vast klaar bij. Kijk, de hele tijd klappen. Want dan weet je zeker dat je op tijd bent. Als ik de game had, had ik jullie geholpen. Maar ik heb de game niet. Nee, is niet erg. Het gaat er ook helaas niet sneller van met mijn Spaanse geitjes. Hoe lang ben je bezig om dit allemaal te maken? Niet met de livestream. Ja, op zich wel lang. Het ligt eraan hoe hard je doorwerkt. Ik heb uiteindelijk heel veel gewassen gebouwd die snel klaar waren en die veel geld opleverden. Daardoor had ik wat sneller wat geld. Ik heb nu 466k, zoals je daar kan zien. Zie? En dat heb ik nu in mijn portemonnee zitten. Ik heb natuurlijk heel veel geld alweer hier in gewassen in de grond zitten. Maar als je heel veel verbouwt, constant, en dat oost, dan gaat het best wel snel. Maar ja, het is gewoon hard werken. Het is gewoon echt farm life. We gaan hier wachten, jongens. We gaan aftellen. 41 seconden. Duurt hier nog voordat mijn Spaanse geit klaar is. Ik vind het wel echt jammer dat de Switch-gebruikers niet bij de PC-gebruikers kunnen helpen. Ja, dat is zeker jammer, Melissa. Maar dat is wel vaak met games. Dat ze niet bij elkaar over andere platforms kunnen en zo. Dat is vast ook een reden voor dat niet altijd zomaar kan. Moeilijk, zegt Rick. Moeilijk te bouwen. Ik voel me vandaag niet zo lekker. Ah, beterschap, Jip. Nog 15 seconden, jongens. Oh, eindelijk is mijn Spaanse geit klaar. Waar is mijn Spaanse geit opdracht hier? Kijk, dan staat hij in beeld. Een Spaanse geit? Heb ik wat gemist? Ja, ik las het niet goed.
We noemen hem gewoon Spaanse geit. Hij is klaar! Yay! Oh, aan jullie de eer. Haal hem maar uit. Hier, doe maar, doe maar, doe maar. Yay! Dankjewel! Woehoe! Yeah! Oké, ik heb alleen de klappen emote niet ingesteld. Oh. Hé, waar is iedereen? Ik hoorde dat er Spaanse geiten waren. Oh, die wilde ik ook niet doen. Wacht. Ik wilde deze doen. Mwah. Thank you! Dankjewel! Yay! Oké, we hebben een nieuwe opdracht. Finally. We hebben... Suri-alpaca. Nee! Weer van die beesten. Wortels en gebroken hartjes. Dat zijn bloemetjes. Die heb ik al wel staan, gebroken hartjes. Oké, we gaan eerst die wortels erin doen. 40 wortels. Doen we die hier. Wat krijgen we als beloning voor deze opdracht? 10 ribbons! Nice! Oké, wortel. Waar is die Spaanse geit waar iedereen het over heeft? Die Spaanse geit? Die kan je gewoon... Bij geiten, maar dan moet je eerst die bruine geiten. Van ja, wat... maar waar, nee, maar ik ben op jouw eiland. Ik zie helemaal niks in geiten oh, hier. Oh, we hebben ze verstopt. Oh, er staat iemand. De kerstman staat er. De kerstman staat er? Kom ik nou serieus net één vakje tekort voor mijn laatste worteltjes? Het is een over triestheid. Oké. Okay. Oh, nou, mooi hoor. Dat is mijn Spaanse geit. Ik heb hem eindelijk gehaald. Yay! Yay. Hoe lang ben je al bezig? Ja, veel te lang. Veel te lang. Oké, okay, mijn worteltjes staan. Als iemand zin heeft om zijn water te geven, hier. Be my guest. De gebroken hartjes heb ik ergens staan. Wel verspreid over mijn hele eiland. Maar ik ga eerst eventjes een plekje maken voor mijn nieuwe alpakaatjes. Die doen we er gewoon bij. Dan wordt het gewoon weer een heel veld vol met alpaka's. Dat maakt niet uit. Hoeveel moet ik er? 10 eigenlijk. Zal ik dan maar meteen eens een keer goed doen? Weet je wat we doen? We gaan het meteen goed doen. Ik ga ook meteen 10 alpaka's erbij plaatsen. Want ik doe dus elke keer denk ik... Oh, ik ben een beetje gierig. Ik doe er 5. Want dan hoef ik er niet meteen zoveel te betalen. Want ze zijn best wel duur, die alpaka's hoor. En dan doe ik er 5. En dan vervolgens... Moet ik hem dan in 2 keer doen. Maar als ze meer dan 2 uur duren voordat hij pas een keer klaar is... Dat je natuurlijk denk ik vet lang te wachten. Dat is helemaal niet handig. Dus ik ga het nu niet gierig doen. Ik ga nu meteen vet veel alpaka's maken, ja? Kijk, we maken een groot hek. Eet smakelijk frozen wolf. Die was nu klaar met koken. Dat gaat nu weg. Je bent al 2,5 uur aan het streamen. Ja, nou, ik kan dit uren volhouden hoor, dit spel. Suri alpaka. Nee. Welke is dat? Oh! Oké, okay, doen er 10. 2, 3, 4. We hebben toch geld zat. 5, 6, 7, 8, 9. 10, hoppa. En voor de mensen die nu hebben opgelet, die zien dat het geen 10 alpaka's zijn. Dat doet hij expres, omdat het anders echt helemaal zoveel op een kluitje wordt. Dus hij telt hem wel als 10. Dus je hebt wel de vakjes, dus je krijgt wel gewoon de beloning van 10. Maar je ziet er dan dus ietsjes minder. Dat doet hij vooral met dit. Kijk hoe vol het alsnog zit, hè. Als je op elk vakje zo'n beest neerzet, dan heb je er echt zo ontzettend veel. Beuk ze. Hier, wacht. Ik ga ze aan de kant beuken. Aan de kant, alpaka's verspreid. Verspreid over je veld, niet alleen bij het voer. Hup. Deze kant op. Hier ook even staan in het gras. Zo. Oké. Okay. Goed, man. Kijk jullie nou ook allemaal. Mijn alpakkers beuken. Waar is Rick's ooglapje? Is Rick nu hier? Nee, toch? Rick is hier helemaal niet. Ik weet... Heeft hij hem niet meer op dan? Heeft papa hem afgedaan? Ik was er net. Oh, je was er net. Ik was niet zo onder de indruk van de geit. Oh ja, dat dus zei je nog. Ik ga hier gewoon een straatje van maken. Ik ga even deze steeltjes weghalen. Oh nee! Oeps! Mac! Oeps! Daar ging mijn riphek. Ik heb de verkeerde weggehaald. Even terug. Even dit terug. Oké. Okay. Dan staan ze zo lekker te kijken, hè? Jullie hier zo. Wel gezellig, hoor. Stenen pad weg. En dan doen we daar asfalt. Jij zei, Rick... Dat er een manier was om meerdere dingen in één keer te verwijderen, toch? En dat je het dan niet stukje voor stukje hoeft te doen. Hoe doe ik dat? Mijn verwijderknop is X. En dan, kijk, en dan nog een keer X. Nee. X? Ja, je moet hem inhouden. Ja, dat doe ik. Nee, maar niet de hele tijd even wachten. Kijk, je staat bij één ding. Hou je hem even in. In? Ja, los. Je bent al bezig. Kijk, dat is het probleem. Kijk, even in. Nee. Wat moet ik doen? Hou hem even in. Ja. En dan laat je hem los.
En nu kun je nog een keer X. X? Nog een keer X. Oh! Nog een keer X. Kijk, en dan druk je op A en dan verwijder je alles. Ah, dat gaat een stuk sneller. Dankjewel. Ja. Kijk, dat kan dus ook zo. Dat gaat een stuk makkelijker. Spaanse geit, is er dan ook een Griekse lama? Nee, dit niet. Dit is de Suri-lama. Ik heb geen Griekse lama. Maar die komt vast. En een Spaanse lama. Hier, dit zit trouwens al standaard in die vakken. Je kan trouwens ook nog, heb ik ook nog niet gezegd, als je een nieuwe boerderij gaat aanmaken, dan kan je van tevoren dus kiezen hoe je wil dat je boerderij eruit ziet. Rick heeft bijvoorbeeld waterland gekozen. Dus die heeft heel veel water met allemaal bruggetjes. Ik kon niet kiezen. Dat is typisch mij. Ik kon niet kiezen, dus ik heb gekozen van alles en nog wat. Dus ik heb op het ene terrein heb ik heel vlak. Zie, daarachter bijvoorbeeld heb ik weer heel veel van die bergjes. Ik heb hier weer watertjes. Dus ik heb eigenlijk elk vakje is weer anders. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Je kan ook kiezen met alleen maar heel veel heuveltjes. Of juist helemaal vlak. Dus je kan van tevoren nog kiezen welke soort boerderij je wil gaan maken. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb dus niet in ieder geval één soort thema. Ik heb dus van alles en nog wat. Dus ik heb echt superveel verspreid. Oké, we gaan kijken of mijn gebroken hartje klaar is. Die heb ik ergens staan. Mijn bloemen hier zijn in ieder geval klaar. Hey Jennifer, welkom. Wat gezellig. Jennifer heeft het gekocht hoor. Nou, Jennifer, heel stiekem zat ik al aan je te denken hoor, toen wij dit aan het spelen waren. Dat ik dacht, jij gaat dit leuk vinden. Jij vond Animal Crossing en Dreamlight Valley voor je ook leuk. Dus dit ga je ook leuk vinden. Hoi! Oké, waar is mijn... Hier ergens tussendoor heb ik die allemaal staan. Kijk, dit zijn mijn gebroken hartjes. Hier, die zijn pas over een uur klaar, dus die duren wel weer eventjes. Die heb ik dus blijkbaar net al geleegd. Dit zijn mijn gebroken hartjes. Dit zijn er... Ik ga het nu bijplaatsen hoor. Dit zijn er 6... 7, 8. Dan heb ik er verderop nog eentje. 9. En ik heb er bij de treinbaan nog eentje. 10. Oké, dus ik heb precies 10. Dat heb ik ook nodig. Oké, mooi. Zie, het is wel beter als je ze eigenlijk bij elkaar laat staan. Maar goed. Kijk, hier heb ik er ook nog eentje. Die is met 50 muntjes klaar. Ziet u het nog heel eventjes. Is het spel gratis? Nee, het spel is niet gratis. Ik heb het gekocht met alle packs erbij, zegt Lin. Leuk. Nou, ik zie jullie wel weer over een paar weken. Jullie zijn wel weer op zoet. Voordat je uitgekeken bent op dit spel ben je al wel weer... Dank je. Dank je, Juna. Ben je wel weer een tijdje verder. Ik zet hier neer. Niet nog meer worteltjes. Die heb ik niet nodig. Zullen we nu prei doen, jongens? Gaan we hier prei zetten? Kijk. Hoppa. Dan gaan jullie maar even water geven. Dan gaan we zo even bij Rick nog even oogsten. Hoeveel kost alles samen? Nou, het is nu in de aanbieding. Volgens mij is nu alles bij elkaar €32. Dan heb je echt alles. Vind ik voor een game niet heel duur. Zeker niet als je er zo lang mee speelt. En je krijgt er echt veel. Dan heb je echt alle packs, zeg maar. Daar krijg je echt veel voor. Ah, te laat, Juna. Ik was eerder. Ik had ook brandstof nodig. Het is maar goed dat ze niks kan slopen met die tractor van haar. Want anders dan beukt ze alles zo ver. Oké, wacht. Ik ga even nog een kijken of... Had ik mijn gerecht net al afgemaakt? Dan kunnen we nog meer van die tickets. Want blijkbaar gebruiken we die tickets dus ook voor het inrichten. Hier, ik heb hier nu niks meer staan. Kijk, je kan dus heel veel verschillende dingetjes koken. Nou, dat zei ik net al. Dus die kookdingetjes, die gebruik je dus weer. Daar krijg je tickets voor. En hoe duurder het is, kijk hoe meer tickets ik al krijg. Als ik deze ga maken, krijg ik nu 20 tickets en 75 XP. Maar hij duurt wel een uur. Hij kost ook 20 vis en 20 graan en 20k. Dus dat is wel... En hij moet in 3 keer. Dus dan moet ik dat 3 keer toevoegen. Dus dat is wel echt heel veel geld. Dus we doen deze. Kijk, hoppa. Die staat nu voor een uur aan. En dan doen we die zometeen weer aan. En die tickets... Ik las dus... Of Rick die zei dat hij op internet las... Dat het heel slim was om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Zo snel mogelijk je boom met afmaken. En dan zo snel mogelijk beginnen met het maken van tickets. Omdat je die tickets zometeen allemaal nodig hebt voor alles, hè? Ja. Nou, de diehard Farm Together gamers zullen het vast weten. Dat je het dan dus ook echt nodig hebt. Nou, hier staat alles wel weer even in de grond. Ik zet die nog even vol met prei. Gaan we weer geld verdienen. Geld verdienen met mijn prei. Hop. Ik moet dus even nu weer een uur wachten voor deze opdracht. Die kan dus nu niet verder. Want ik heb daar sowieso mijn... Dank je. Jullie zijn zo lekker bezig.
Hey, ik kan zo meteen gewoon hier heel decadent gewoon lekker ergens gaan zitten of zo. Want in de tussentijd wordt er zo hard gewerkt hier op mijn farm. Ja, en dat is dus precies waarom ik het wilde streamen. Ja, echt hè? Ja, inderdaad. Jullie komen me lekker allemaal helpen. Super lief. Als ik zo meteen wat mensen heb die het een beetje goed kunnen, dan geef ik ze recht om te planten en dan hoef ik niks meer te doen. Ja, dat kan dus, hè. Je kan dus inderdaad hier bij je boerderijinstellingen. Kijk, ik heb nu mijn vrienden, dus dat is Rick en Emily en Mila. Als zij bij mij komen, mogen ze alles. Dus ze kunnen ook al mijn huizen verwijderen en alles kunnen ze doen wat ze willen. Maar ik vertrouw ze, dat gaat gewoon goed. We doen het netjes in overleg. Je kan dus ook voor je gasten, kan je dus instellen wat ze kunnen doen. Dus ik heb hem ingesteld op opdrachten en oogsten. Dus iedereen die bij mij op mijn farm komt, die kan zien met welke opdrachten ik bezig ben. En ze kunnen me helpen met de planten weghalen en weer met ploegen, dieren eten geven. En dat is dan eigenlijk alles wat ze kunnen. Je kan ook zeggen, van zij mogen ook alles. Maar dat lijkt me niet heel handig, want dan gaan jullie in één keer al mijn jams oplopen maken en allemaal ons in huisjes. Hè? Nee, dat gaan we niet doen. Dat vertrouw ik niet. Dat komt helemaal niet goed. Ik zou natuurlijk wel die CreateCheck Games server kunnen opengooien. Want daar heb ik echt zoveel gems en goud en weet ik veel. Daar mogen ze alles doen wat ze willen. Ja, dat is wel leuk. Heb je die nu open? Kan ik wel even doen. Rick die heeft namelijk natuurlijk weer... die heeft het spel dus blijkbaar nog een keer gekocht, zonder dat ik het wist. Die heeft hij op een andere computer draaien. En daar wilde hij dan dat iedereen daar... Dat jullie daar dan ook op kunnen komen. En dat je daar dus alles kan bouwen en zo. Nee, kan je wel maar met maximaal 16 mensen daarop spelen. Maar goed, het is wel leuk. Wel leuk als dat kan. Hoe is het met je keuken? Ja, we zijn ermee bezig, maar we hebben nu heel veel vakantie. Dus we hebben eigenlijk nu even niet zoveel gedaan. Dus we hebben het inmiddels maar gewoon even geaccepteerd dat we betonnen muren hebben. En nog plastic op de keuken, maar hij staat er in ieder geval helemaal in. Dus hij is in ieder geval bruikbaar. En we gaan na de vakantie gaan we het allemaal afmaken en gaan we er weer mee verder. Dus het is nu even een beetje een rommel bij ons in huis. Daarom vluchten we ook. Gaan we gewoon heel veel spelletjes spelen. Dan hoeven we dat niet te doen. Nee, in de vakanties, we hadden even die feestdagen. We hebben het even gezellig gemaakt voor de kerst. Want dan gingen we niet zitten klussen. Dat is niet gezellig. Dat zouden jullie ook niet leuk vinden. Toch? Ja. Als ik de hele dag sta te klussen. Hoi. Hoe is het met je eiland? Of met je boerderij? Gaat het goed? Gaat goed? Ja, zeker. Ik moet weer wachten. Ik ben een heel schattig Japans verbieden. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ja? Ik ben zo leuk. Heel met sneeuw. Oh, leuk. Ga je van die huisjes maken? Oh ja, die abrikozen. Ja. Die was er bij mij ook de hele tijd. Frozen Wolf. Zij moest eten koken of hij. Ik weet het niet. Die was eten koken. Die ging eten. Maar die is er alweer. Oh. Kiano gaat ook eten. Tot straks, hoop ik. Doei, Kiano. Eet smakelijk. Nou, wij gaan zo meteen ook even eten, hoor. Een leuke echo. Ja, Mila is gewoon te horen via Rick en via mij. Die praat zo hard. Mila is overal. Ja, dat kan ik niet fixen. Ja, Mila is overal. Even kijken hoor. Mijn persikbomen heb ik gehaald. Mijn abrikozenbomen heb ik net geplaatst, toch? Hebben jullie mijn abrikozenbomen niet geleegd? Ik ga eens even kijken. Die heb ik er net bijgezet, speciaal voor deze. En die roze narcis was ook nog niet klaar. Daar moest ik ook nog op wachten. Oh, mijn abrikozenboom is pas over 20 minuten klaar. Oké, dan gaan we hem over 20 minuten legen. Dan hebben we die ook. Dat gedeelte met die mushroom, dat is mijn fave, zegt Zoe. Ja, hier hè. Hier gaan ook allemaal gems in zitten. Dit vind ik ook zo ontzettend leuk. Kijk, en je kan hem dus ook zo dichtbij spelen. Hè? Zo dichtbij spelen onze kinderen altijd. Oh, by the way, heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb hier een gastenboek. Dus voor iedereen die hier is, je kan hier een berichtje achterlaten in mijn gastenboek. Zou ik heel erg leuk vinden. Kijk, kan je gewoon zo... Oh, Teufel heeft er al iets in geschreven. Leuke boerderij. Nou, dank je Teufel. Ik weet niet wie het is, maar dank je. Ik heb hier mijn gastenboek, jongens. Kom iets in mijn gastenboek schrijven. Dan blijft dat er ook voor altijd in staan, hè? Maar die heb ik helemaal daar verstopt. Misschien is dat ook niet heel handig, maar ik vond het zo'n schattig plekje. Maar je kan dus ook heel erg uitgezoomd spelen. Zo speel ik eigenlijk altijd. Dan heb ik het meeste overzicht. Maar onze kinderen die spelen dus eigenlijk de hele tijd zo. Vind ik zelf niet zo heel erg functioneel. Maar het ziet er wel leuker uit dan. Dan is het echt heel schattig. Kijk, Jennifer heeft het gevonden. Jennifer, je was er bijna. Yay! Dankjewel, Jennifer. Oh, daar komen ze. Yay, gezellig hier. En wist je dit al? Wist je dit? Dat je kan hier ook gewoon op zitten. Met z'n allen. Je kan ook foto's maken. Net zoals in Animal Crossing. Kijk, je hebt ook fotomodus. Kijk. Ik ga even een foto maken. Kijk, ik heb stiekem een foto gemaakt. Als jullie nou naast me komen zitten.
Dan kunnen we een foto maken in mijn bos. Hier, dat doe ik hem een beetje zo. Dan zie je net nog een beetje die paddenstoel. Maar Jennifer is nog heel druk bezig met het gastenboek schrijven. Het is wat dat betreft net Animal Crossing. Ik heb met deze game echt Animal Crossing vibes. Ja, kom erbij. Dan maken we een foto. Yay! Wil je ook op de foto, Rick? Want dan moet je nu naar mijn boerderij komen. Ja, druk op A. Dan ga je erop zitten. Ja, lekker bezig. Kijk nou! Oh! Kan ik nu ook nog... Oeh, ik dacht, misschien kan ik ook nog een emote doen. Oké, wacht. Ik moet even terug op mijn fontein. Even kijken, fotomodus. Oh, nee, wacht. Dan moet je snel wezen. Ik ga eens een foto maken. Even kijken, deze even weg. Oh, zo schattig. Die zit in mijn sprookjesbos. Mechteld, welkom bij de Creatie Crew. Oh ja, dit is leuker. Het is zo schattig. Kijk, doe ik hem een beetje zo. Dan zit iedereen erop. Kijk. En als je op I drukt... Nee, dat kan hij niet. Ah, hoi. Hallo. Zo gezellig. Yay. Kijk ook al die diertjes erbij. Zo lief. Die krijg je trouwens vanaf level 5. Krijg je een hondje. Vanaf level 6 krijg je ook al een katje. Dus als je net even gaat levelen. Gewoon met je eigen poppetje. Of niet eens met de boerderij. Dan krijg je al heel snel van die diertjes erbij. Oh jee, Emily. Nou, wees snel. We zitten nog op je te wachten allemaal. Heel braaf. Wie heeft die vogel? Heb jij die, liefje? Rick. Rick is heel druk. Maar waarschijnlijk met zijn piraten ooglap. Doei, Nora. Nee, ik heb gewoon een katje. Oh, jij hebt een katje. Eén van ons heeft die vogel. Ik denk Juna dan. Hey, hallo. Wat een gezelligheid hier. Ja, jullie moeten maar even hier zo staan. Want anders dan zie je jullie net niet. Hier, moeten jullie hier zo aan de zijkant staan? Ja, daar ja. Net even een klein stukje nog opzij, Emily. Ja, als je daar gaat staan. Kijk, je kan het bij mij zien. Ja, daar. Ja, dan maak ik nu de foto. 3, 2, 1. Iedereen leuk kijken? Yay! Nou, hij is gemaakt. Leuk. Die slaat hij dan ook op je computer. Yay! Oh, ik roep even mijn hond. Weer de verkeerde emote. Ik wilde deze doen. Yeah! Zo leuk. Ik vind het ook echt leuk dat je overal op kan zitten. En dat je overal in kan en alles kan gebruiken. Dat, in dat opzicht vind ik deze game leuker dan Animal Crossing. Want in Animal Crossing had je heel veel objecten waar je niks mee kon. En nu kan je er ook echt op zitten. Dat vind ik echt heel leuk. Vinden jullie ook niet? Oh. Ik blijf stilstaan. Ging je een foto maken? Oh, je ging een kusje naar me doen. Ah, kusje terug. Doe nog eens even dat dansje. Ja, ik wil die ook. Ik vind het echt oneerlijk dat jullie die al hebben. Ik wil die ook. Met al die mensen lijkt me echt gezellig. Ja, dat is echt heel leuk. Leuk ook om zoveel mensen altijd zo rond te zien lopen. Maar ja, soms heb je dit dus ook wel eens als je dus gewoon zelf lekker bezig bent. Hè? Dus het is niet eens, ook al zou je niemand kennen, dan nog steeds komen er best wel vaak allemaal van die mensen gewoon zomaar bij je farm. Gewoon even om te helpen, net zoals dat ik net ook deed. Om even wat XP op te doen of even die dubbele bonus te krijgen voor op je eigen farm natuurlijk. Zo gezellig jongens, weet je wat? Wacht, let op. Ik vind namelijk dat dit heeft wel iets nodig, al deze gezelligheid. We gaan met z'n allen in het reuzenrad. We gaan even wat. We hebben hier een feestje vandaag. Ja, kijk. Hier. Kunnen we erin? Ja! Yeah! Ik zit erin. Dit is zo leuk. Ja! Yeah! Hij zit vol, hè? Oké, wacht. Maar dit is niet een reuzenrad, hè? Nee, sorry. Dit is een draaimolen. Ik heb ook een reuzenrad. Weet je, we gaan gewoon de Efteling. We maken hier gewoon een soort van Efteling van. Heb ik het reuzenrad al? Ik heb het reuzenrad nog niet, denk ik. Jawel. Heb ik die al? Nee, jij hebt hem al wel. Ik ga hem zoeken, ja? Reuzenrad. Ik heb wel een zweefmolen. Wie wil er een zweefmolen? Een zweefmolen. Ik ga al mijn gems opmaken, jongens. Allemaal voor jullie. Even kijken. Die had ik nu net. Oh ja, hier. Reuzenrad. Komt-ie. Hoppa. Zo leuk. Dat is zo leuk. Zo gezellig. Waar is ze aan het spenden? Ja joh, echt. Boeien. Ik ben vet rijk. Ik heb vet hard voor gewerkt vandaag. Oh nee, ik wilde niet. Nee, je hebt iedereen hard laten werken. Ja, we hebben er allemaal hard voor gewerkt. Dus we verdienen wel even een rondje hierin, toch? Want dit is zo schattig.
Wat een hoog uitzicht heb je ook eigenlijk vanaf hier. Jee! Nou, dat is wel leuk. Dan maken we hier echt een soort van Efteling van. En dan doen we gewoon door dat sprookjesbos ook allemaal van deze dingen. Oh, die zweefmolen is wel heel erg... Oh, je gaat ook even ploegen daar. Die zweefmolen is wel echt heel recht hoor. En die is wel echt heel recht. Dit ik heb gewoon mijn eigen uit. Attractie gemaakt. Heb jij je eigen attractie gemaakt? Ah. Oh. Maar die is ook precies goed voor jouw grootte. Nou, dank je. Ja, dank alsjeblieft. Je. Dit is zo schattig. Dit is zo leuk. Oké, wacht jongens. Ik heb nog meer. Kreetje gaat nog meer spenden, jongens. Kan mij het schelen. We hebben namelijk ook... Dan moet ik hier wezen, denk ik. Want we hebben namelijk ook... Een... Daar kan je alleen niet in, denk ik. Maar ik kan daar wel geld uitgeven. Waar is hij? Kijk. Oh, we hebben nog meer. Oh, nice. Ik had hem. Yay. We hebben namelijk ook een hotdogkraam. Ik dacht, ik doe er nog even een hotdogkraam bij. Dat is leuk. Ja, die kost maken. Heel veel. Is die duur? Ja, die staat... Heb je die... Die is 100. Heb je die ijskraam al gezien? Staat die daarbij? Ja, ik zit hem te zoeken. Waar... Hij staat helemaal onderaan. Even kijken hoor. Hier, we hebben ook al van dit soort dingen. Dan kunnen we echt bij dat kasteel iets heel tofs doen. Je kan ook een kasteel bouwen namelijk. Heb je de hotdogkraam geplaatst? Kijk, en de ijskraam. Oh, het ziet er zo gezellig uit. Ja, wat gezellig hier. Ik ga het straks wel iets anders inrichten hoor, maar het is oké. Ik sta achter Jennifer in de rij. Oh, Jennifer is weg. Mooi, dan kan ik een plekje naar voren. Oh, lekker. Wie wil er ijs? Wie wil er ijs? Welke smaak wil je hierna? Aardbei of vanille? Oh, dat drukte. Jongens, 1,5 meter afstand. Oh nee, niet weer oh, nee. Dit. Oh, dat was vroeger altijd een Animal Crossing. Ja, alsjeblieft. Ik zie jullie allemaal door elkaar heen. Dit gaat niet best, jongens. Dit gaat niet goed. Ja, oké. Okay. Lekker. Kijk naar die rij. Ik ga ook in de rij. Ik wil ook ijs. Oké, dan ook hier, hoor. Ik wil ook ijs. Oké. Wat smaak wil jij? Hé, Mila, jij hebt zo'n piercingje bij je neus. Ik wist helemaal niet eens dat die er ook in zat. Ik kom je helpen. Het is zo druk. Echt heel leuk. Wat kunnen we bij deze hotdogkraam? Niks, hè? Die is gewoon voor de sier. Ja, is gewoon voor de leuk. Oh, maar dat staat wel heel erg... Oh, doei, meester Jacco. Dat is wel heel leuk voor, inderdaad, als we hier weer dat hele pretpark van maken. Ik ga gewoon hier in het sprookjesbos. We gaan... Oh, ja, hij zit hier echt in zijn eentje. Heel set in het reuzenrad. Frozen Wolf. Ik kom bij je, hoor. Ik kom bij je. Ik kom meedraaien. Ik hoor Mila weer dubbel. Ja, Mila die praat gewoon via 2 microfoons. IJs te koop, zet Mila in de chat. Ja, heel leuk dit. Ik vind het echt ook heel leuk dat we er ook in kunnen en dat het zo beweegt. En dat je met z'n allen erin kan. Ja, en dat het er zo gezellig uitziet. En heel erg leuk. We gaan hier gewoon echt een heel leuk park van maken. Dit wordt gewoon de Efteling, jongens. Ik heb gewoon de Efteling op mijn boerderij. Ja, IJs te koop had je gezegd, toch? 10% korting. Moet je er vanaf? Je had het nog wel zo druk. Oh ja, nee, ik zie het. Je hebt niemand meer. Nou, snap ik dat je korting geeft. Dat werkt. Dat werkte voor deze game ook. Toen kocht iedereen het meteen. Kijk, dit is precies hoe het ging met de game. Echt heel schattig. Heel erg leuk dit. Oké, dat moeten we maar een keertje helemaal leuk gaan inrichten. Dan maken we ook zo'n heel wachtrijtje erbij. Want we hebben ook... Kijk, we hebben ook... We gaan er gewoon Planet Coaster van maken. Kijk, we hebben ook van die rekjes en zo. Dat je echt van kan wachten. Eens even kijken hoor, wat er nog meer tussen zit. Hier, dit. Van die wachtrekken heb je ook. Ja, van die drangrekken. Ja, van die dranghekjes. Hier, en de opening, zodat je naar binnen mag. En dan hangen we er allemaal van die lampjes zo bij. Oh, dat is zo leuk. Oh, ik heb echt zoveel leuke inspiratie. Toen we dit ook zagen voor de eerste keer, toen zei Emily meteen... Maar dit heeft toch helemaal niks met een farm te maken? Nee. Eigenlijk niet. Maar je moet als hardwerkende boer toch ergens je geld aan uitgeven. Dus dan maar aan dit. Wat een gezelligheid hier, jongens. Hoeveel mensen zijn er nu? Veel.
echt heel leuk. Heeft iedereen het gastenboek al getekend? Ja, hebben jullie allemaal het gastenboek al getekend, jongens? Hier, kijk. Oh, Jennifer, je boerderij is zo mooi. Sasje, wauw, prachtige boerderij. Juna, je boerderij is zo mooi. Leuke boerderij. Dank jullie wel. Gastenboek is hier. Mag je nog een berichtje achterlaten? Bedankt voor het komen op de kermis. Was gezellig. Nu weer aan het werk. Alles moet geploegd worden. We moeten weer hard aan het werk. Ik was de druivel aan het doen. Oh, Margie heeft 5 memberships cadeau gedaan. Oh, lief. Gefeliciteerd Olivia, Meerte, Michael en nog 2 anderen die ik net niet kon zien. Oh, lief van je, Margie. Welkom bij de Creatie Crew. Jullie hebben een maand lang gratis het Creatie membership cadeau gekregen. Dus jullie hebben een maand lang meer emotes. Je hebt geen slow chat meer. En dat werd na een maand automatisch gestopt. Gekregen van Margie. Dankjewel, Margie. Klein cadeautje, zegt ze. Ja, leuk is dat. Lief van je. Mag ik daar ook een? Ja, hij kiest gewoon random. Hij kiest gewoon random 5 mensen die nu op dit moment kijken. Het zijn allemaal leuke, actieve chatters. Ja, gezellig. Helemaal Animal Crossing tijd. Wat heb je gekregen? Member. Kijk, Je liegt. Oh, Mila zat te liegen. Ik heb membership gekregen, zat Mila helemaal trots. Maar dat was niet zo. Leugens. Welkom, nieuwe members. Wat was ook alweer die Crea-punten? Nou, die krijgt iedereen. Dus als je gewoon kijkt naar deze stream, dan spaar je automatisch mee voor Crea-credits. Als je geabonneerd bent, krijg je een paar extra. Als je extra veel in de chat lekker klets, krijg je meer Crea-credits. Als je geld doneert, krijg je Crea-credits. En die Crea-credits, daar hebben we een top. Nog wat van je kan in ieder geval zien. Als je in de chat wil, mag je vast weer laten weten waar je kan kijken, waar jij staat in de Crea-credits. Maar we hebben in ieder geval een top 10. Dit is de top 10. En ja, verder is dat natuurlijk dan eigenlijk niks. Maar dan sta je altijd in beeld. We willen uiteindelijk heel graag wel wat gaan doen met de Crea-credits. Maar volgens mij zijn we inmiddels al een jaar verder. En hebben we er nog steeds niks bij gedaan. Maar het is wel een eer. En je staat altijd bij het intro-scherm, bij het wachtscherm, bij het eindscherm. Wesley, welkom bij de Creatie Crew. Gezellig. Hij is trouwens op 41.000 van de 62.000 met verwerken. Dus, Oh, hij is nog druk bezig. Ja. Oh. Nou, dat wordt hard van. Dit is zo leuk, die kermis. Echt heel gezellig. Ja, is goed. Doei. Mila is weer weg. Doei, Mila. Hij is nog steeds bezig. Ja, de Crea-credits is nog steeds bezig. Ik ga straks maar brood bakken, want ik zou eigenlijk soep maken. Maar dan mis ik weer te veel van de stream, zegt Mechtold. Ah, oh, wij moeten ook zo gaan eten. Dus wij gaan ook zo stoppen, denk ik, hoor. Hoe heet het spel? Het spel heet Farm Together. Nou, je snapt ook waarom het nu zo heet. Want je bent met elkaar aan het farmen. Maar het hoeft niet. Je kan het ook lekker in je eentje spelen. Maar je kan dus ook gewoon het met elkaar doen. Dat maakt het natuurlijk heel leuk. Jongens, ik ga weer aan het werk. Deze boer moet weer hard werken. Want, kijk, de broccoli is klaar. Yeah, we kunnen weer ploegen. Als jullie voor me willen ploegen, ben ik helemaal blij. Ploegen, oogsten. Kijk, meester Jacco, ga eens even tanken, jongen. Dan kan je gewoon je tractor gebruiken. Dan hoef je het niet met de hand te doen. Je mag gewoon gratis tanken hier. Pak maar. Ik wil er ook bij, maar mijn vader zit op Steam. Altijd die vaders, hè? Altijd weer die vaders. Oké, ik ga hier wat plaatsen. Ik zal voor jullie iets plaatsen dat lekker snel klaar is. Hier, doen we weer deze beestjes. 25 minuutjes, dan zijn de beestjes klaar. Hoppa. Als je ze water geeft, gaan ze nog sneller. Hier, en de kipjes mogen weer te eten. Leuk spel, hè? Nu snappen jullie waar ik al mijn tijd weer in heb zitten steken in deze vakantie. Maar niet voor heel lang meer, want we gaan naar Disneyland. Yay! Yay! Dus het is voor mij wel eventjes klaar na vandaag, helaas. Maar het zal niet voor lang duren, denk ik. Dan kom ik wel weer terug. Ik ben nu zo blij. Yay! Goed zo. Ik moet gaan eten. Was leuk. Eet smakelijk, Sasha. Was gezellig. Ik ben weer hard aan het werk. Ik moet weer... Ja, iedereen gaat nu lekker eten. Groot gelijk hebben ze. Wij gaan ook zo meteen eten. Maar wij waren een beetje laat wakker. Mila die werd pas om 12 uur wakker. Hè, Miem? En toen gingen we ontbijten om 2 uur. Ritmes, jongens, hier. Echt, wauw. We hebben echt supergoeie ritmes. Dankjewel, Juna. We hebben echt supergoeie ritmes. Veel plezier in Disneyland. Dankjewel, Sylvie. Dankjewel. Ja, daar hebben we ook heel veel zin in.
Ik wilde er heel misschien een video van gaan maken dat we naar Disney gaan. Dat wilden jullie vooral heel graag, hè? Maar ik weet niet of we dat gaan doen. Dus ik kan niet beloven. Misschien. Maar ik kan niet beloven. Ik was om 12:30 wakker. Lotte! Jeetje! Dat is toch gewoon in de middag? Dat kan toch niet? Ik ga niet eten hoor. Ik blijf lekker kijken, zegt Britt. Je kan ook eten en kijken. Dan neem je me gewoon mee waar je naartoe gaat. Als ik op de tablet zit. Nee, dan moet je voor de tv eten. Er zit niks anders op. Dat moet dan maar. Hé, hoe is het nou met mijn alpakatjes? Is die 2 uur al voorbij? Nee, zeker hè? En met mijn bruine kloek kloek. Zijn jullie al klaar? Nee, nog 42 minuten. Ja, ik heb hier wel een paar alpakas klaar. Nice. Boom. Eten geven. Goed eten geven, jongens, deze. Want die moeten snel klaar zijn. Genoeg voedsel. Mooi zo. Die moeten goed te eten. Het zou wel leuk zijn als jullie er een video van gaan maken. Nou, misschien, Noah. Ik weet niet zeker of ik zin heb om met een camera in Disneyland rond te lopen. Want ik wil ook gewoon de attracties zien. Dan zit je de hele tijd zo met je camera. Dus ik weet niet hoe handig dat is. Maar misschien. Ik kan niks beloven. Als ik denk, ik heb gewoon lekker zin om lekker te genieten van Disneyland, dan weet ik niet of we er een video van maken. Maar als het aan de kinderen ligt wel, want die vinden dat heel leuk. Was ook hun eigen idee eigenlijk. Wat maken die alpakas bol, hè? Nee, weet je, ik ga hier gewoon even wat leuke dingen neerzetten. Wat we erbij kunnen doen. Wat hoort er allemaal bij hier? Oh, wat van dat hooi. Geen idee of ze dat gebruiken, maar dan doen we dat gewoon erbij. Kijk, en dan doen we hier. Er staan van die... hier bewaart hij ook allemaal van die troep. Kijk, die boer. Oh, ik ben natuurlijk de boer. Ik, de boer, heb hier allemaal troep. Dat is typisch iets voor mij. Dan doen we deze hier. Daar kunnen ze dan lekker water drinken. Zo, dat doen we een beetje aan de zijkant. Doen we hier nog iets leuks bij? Deze vind ik ook echt zo ontzettend leuk. Die gebruik ik ook echt overal bij. Dit is zo'n schuurtje met zo'n... Zie je het? Met zo'n kruiwagentje erin. Meester Jaco, dank je wel. Je farm is echt mooi, Maris. Oh, dat is lief. Dank je. Nou, het is nog heel beginnend, maar ik doe mijn best om er wat leuks van te maken. Zullen we hier dit schuurtje doen? Want dan gaan we hier... maken voor die boer ook weer even een klein farmstukje. Gewoon een kleintje. Gewoon voor de gezellig. Ik kan nog niet verder, want dit gedeelte moet ik dus met mijn gems nog kopen. Dit stukje hier zo. Gaan we hier nog iets bij bouwen? Hoe lang gaan jullie naar Disney? We gaan voor 3 dagen. Dus we hebben 3 dagen entree voor Disney. De laatste keer dat we er geweest zijn was in... 2011? 2012? Nou ja, wel zo weer een tijdje geleden eigenlijk. Dus iemand zegt, ik ben al 10 keer in Disney geweest. Waar zag ik dat nou net? Dat is wel echt heel vaak. Nou, ik niet hoor. Dus ik weet ook niet, ik kan me niet mega veel ervan herinneren of zo. Want ik ging ook niet echt overal in. Dus ik heb er vooral heel veel zin in om er weer heen te gaan. Oké, we gaan even wat verbouwen. Wat doen we hier? We gaan hier voor de koetjes en voor de alpakatjes iets te eten zetten. Denken, wat zullen we daar doen? Wat is leuk? We kunnen kool doen. Dat is niet echt iets van te eten voor de alpakatjes. Maar wat kunnen we er anders neerzetten? Asperges. Heb ik die niet net ergens ook verbouwd? Hier van die giftige paddenstoeltjes. Oh, tomaatjes. Die zijn leuk. We doen tomaatjes. Kijk, die zien er vet schattig uit. Kijk nou. Die zijn leuk. Die doen we daar. Zo. Hoppa. Nou, dan gaan we zo meteen nog even een nieuw veld erbij maken. Want welke dieren had ik nou nog meer? Hier moet ik alleen voor deze opdracht de roze narcissen. Die kalkoen. Oh, die schiet niet op, die kalkoen. Die abrikozenboom, roze narcissen. Hier die alpengeit. Ga ik even checken. En die alpaca, ja, die heb ik... Oké, nou, volgens mij heb ik ze bijna allemaal gedaan voor vandaag. Maar het zijn vooral veel dierenopdrachten. Deze hebben nog 39 minuten. Ik ga even aan de andere kant op, jongens. Ik heb dit zo gemist. Ja, ik was een tijdje weg, hè. Als ik zo druk ben aan het klussen, dan hebben we even geen... schiet dit er altijd een beetje bij in. Maar ik kom altijd weer terug. Het is gewoon alleen heel spontaan. Eén keer op maandagmiddag. Dan op zondagavond. Dan gewoon random ergens door de week. Het is altijd een gok. Ze hebben ook geen eten. Ja, logisch dat ze dan ook... Jongens, jullie moeten goed voor mijn geiten zorgen. Heel belangrijk. Hey! Wie heeft mijn roze narcissus geplukt? Nice, lekker bezig. Ik kom ook even die kant op. Oh, prijs klaar. Kan ook geoogst worden. Zal ik even doen.
Wil jij het doen, Juna? Mag wel, doe maar. Mag je allemaal oogsten. Daar zijn ook allemaal prijtjes klaar. Dan ga ik even kijken hoe de roze narcissus... Deze hebben we ook nodig. Die zijn ook nog niet klaar. Ik heb hierboven ook nog een paar roze narcissen, maar die zijn nog niet klaar. Zie je dat? Die moeten nog 12 minuutjes. Bijna. Lekker bezig, Anouk. Dankjewel. Hoeveel boerderijen kan je? Ja, heel erg veel. Volgens mij, ik weet niet hoeveel, maar ik heb er zelf al meerdere. Je kan heel veel boerderijen doen. Dus je kan er gewoon meerdere beginnen als je dat wil. Maar ik weet niet of je ook meerdere boeren kunt zijn. Dus ik denk dat je dan wel één boer bent met meerdere boerderijen. Ja, maar je kunt wel heel makkelijk wisselen tussen verschillende stijlen. Oh, je kan wel heel makkelijk wisselen, zegt Rick dus. Nou, oké. Dus dat moet maar je kunnen. Bent wel één boer met één level. Dat klopt. Ja, dus dan speel je wel samen op hetzelfde boerendinges inderdaad. Oh, ik zie trouwens dat daar ook al alles geoogd is bij mijn sprinklers. Oké, we gaan echt even verbouwen voor het leven, joh. Huppa, boem. Geven jullie maar weer water. Juna staat al heel de tijd klaar om alles alweer water te geven. Lekker bezig. Ik ga deze kant op. Hier gaan we het ook even helemaal vol zetten. Want alles was al blijkbaar weer klaar. Hier doen we nog wel meer van die bonen. Ik moet ze zo wel echt verkopen. Want anders zit mijn hele inventory vol. Als je trouwens in deze game schuren plaatst. Dan vergroot je wel weer je opslag. Dus ze zien er en leuk uit. Maar zijn dus ook nog eens een keer functioneel. Dus eigenlijk bijna alles in deze game is functioneel en leuk. Dus het is niet alleen maar aankleding of zo. Fruitwinkel! Yay! Oeh, je bent zo schattig. Groente verkopen. Mijn wijn is klaar. Die gaan we ook doen. Nou, en zo kan je de hele dag doorgaan. Houd nooit op. Elke keer ook s'avonds denk ik moet naar bed. Oh, maar nou zijn net mijn fruitbomen klaar. Ja, toch nog even mijn fruitbomen doen. En dan, oh nee, nou is net weer een nieuw seizoen. Ja, nou kan ik dit planten. Ja, dan zet dat toch nog even in de grond. En zo gaat het, hè. Zo blijf je bezig. Kijk, even mijn diertjes eten geven. Al mijn diertjes eten geven. Niet ik die nu dit spel op de Switch koopt. Je gaat er geen spijt van krijgen, gewoon Iloon. Ik ben net op de boerderij geweest, want drie mensen in mijn familie... en waarschijnlijk werken op de boerderij. Oh, dat is ook wel leuk. Ik zeg al tegen Rick, volgens mij is dat echt het werk waar je wel de meeste voldoening uithaalt. Dat je dan de hele dag zo lekker hebt gewerkt op het land... en dan voor je dieren hebt gezorgd... en dat je dan aan het einde van de dag ben je klaar... en dan ga je naar huis en dan ben je ook gewoon klaar, weet je wel? En dan... kijk je naar buiten en dan zie je al je gewasjes in de grond staan. Maar misschien is dat heel verromantiseerd. Maar zo zie ik het altijd voor me. Dat ik altijd het idee heb, volgens mij als boer zijnde heb je toch echt wel... volgens mij heel veel voldoening uit je werk, denk ik. Doe een blote voetenpad. Hoe maak ik dat hier? Wel een leuk idee. Oh. Oh, ze wonen op de boerderij. Ja, dat idee had ik al. Ik woon ook op een boerderij. Oh, wat leuk. Je bent live? Ja, Sarah, ik ben live. Was gewoon maandagmiddag live. Het is vandaag maandag, toch? Nou, blijkbaar waren er genoeg mensen die op maandagmiddag ook gewoon tijd hadden. Maar ja, het is ook voor de meeste mensen nu wel vakantie, denk ik. Hebben jullie nu vakantie? Maris, je bent al bijna 3 uur live. Ja, we gaan ook zo stoppen, denk ik, hè? Want we moeten nog boodschappen doen. En eten maken. Of gaan we vanavond weer bestellen? Rick die zit echt... Oh, nee, nee, nee. Nee? Anders moet jij koken. Als ik niet hoef te koken, dan is dat niet erg. Hoeveel donaties heb je gehad? Dan weet ik wat ik kan bestellen. Ja, weet ook niet meer in de vakantie. Nee, dat heb ik ook altijd. Ik vergeet dan ook altijd in de vakantie welke dag het is. Ja, wat gaan jullie vanavond eten? Ja, daar zijn we het dus nog niet helemaal over uit. Ik schrok omdat je mijn berichtje beantwoordde. Ah, oh, dat is het voordeel van live, hè? Als je trouwens niks te doen hebt, zometeen. Ik heb zeg maar een hele boerderij die geplunderd mag worden. Oké, say no more. We komen eraan. Echt heel veel. Iedereen die bij mij zit, de laatste. Ik dank jullie wel voor jullie hulp. We gaan even naar Rikse boerderij. Als je zin hebt, kan je naar Rikse boerderij komen. Zij hebben ietsjes verlating. Dus zij denken nu in één keer... oh nee, ik word er gewoon zomaar afgeknald. Nou, nu weet je waarom. Kom maar naar Rikse boerderij. Je kan daar dus blijkbaar helpen met ploeg. Even kijken wat Rik nu in de tussentijd ook even zit te doen. Hey, Mila is gestopt. Of niet? Ik zie jou niet. Ik zit bij Emily op de eiland. Oh, je zit bij Emily op de eiland. Oh, vandaar. Ja, ja. Ik wou dat zeggen, ik zag jou niet.
bestellen? Goed idee. Dan moet ik toch geen boodschappen meer doen. Hé, kijk. Ja, zo lossen wij ook onze problemen op. Hé, meester Jaco. Die is ook alweer mee. Even denken. Heb je nou een gasstation? Nee. Oh, kom op nou. Dat je ja, dat maakt ik doe mijn best. Maar ik moet 10 giant Jersey kippen doen. Ja. Ik moet 40 kiwis, maar die duren een hele dag. En 150 selderijen, maar die duren heel lang. Dus oh, je hebt allemaal van die wat. Lange opdrachten. Ja, dat had ik dus net toevallig vandaag ook. En dan vooral van die diertjes, die duren dan gewoon lang. Hier, dan kan je ze ook niet... Achterin van de boerderij, als je even op de kaart kijkt... dan zie je een heel veld helemaal onderin je beeld. Oh. Dat hele veld is klaar. Ik zie het. Dus als je niks te doen hebt... Ja, maar dan moeten we wel kunnen tanken, hè? Ja, of je moet gewoon met de hand doen. Dat zou het... En degene ja. die het eerste bij het tankstation is, die... Nee, ik ga als eerste naar het tankstation. Oh, en je wijnding is dus ook klaar. Ja, alles is klaar. Oh, vriend, kom op. Hoe kun je nou zoveel klaar hebben? En nog steeds geen gasstation hebben. Fix het. En je krijgt die lintjes alleen maar door de opdrachten te doen, hè? Ja. Of ik kan ze ook kopen voor 250.000. Maar dat kost me 250.000 per lintje. Ja, dat is wel heel veel geld. Nou ja, we doen het wel met die skeren tankstation, hoor. Komt goed. Het is dus helaas niet zo dat als ik op mijn eiland vol tank... dat ik die tank dan meeneem hier naartoe. Dus je kan mensen ook niet op die manier helpen door iets mee te nemen. Dat is niet zoals bij Animal Crossing dat ik dan spulletjes kon brengen hier of zo. Als jij geld nodig hebt, kan ik dat niet naar je brengen. Dus dat is dan het enige. Dat doe je niet in de Together. Oké. Nou, ik ga hier beginnen hoor met je sorgo. Wil je ook dat ik het meteen weer ploeg? Oh ja, doe maar. Oké. Maar dat is niet het veld dat ik bedoelde, hè? Oh, er is nog meer? Ja, kijk maar eens op de kaart. Echt helemaal aller onderste veld. Oh, er is daar nog meer. Oké, nou, ik doe eerst deze, ja? Wil je hier datzelfde spul weer terug? Ja, mag. Als het kan. Ik weet niet of het in de zomer Ja, maar dat staat in het seizoen nog. Ja, wel hittegolf. Dat vind ik ook echt een heel leuk detail aan dit spel. Als het zomer is, dan zie je dus ook dat het heel warm is. Je crops hebben dan veel meer water nodig dan in andere seizoenen. Want ja, het is heel heet, logisch. Maar als je dan dus ook in de verte kijkt, dan heb je soms dat het een beetje zo wazig is. Net zoals dat het echt heel heet is. En soms voelt het daardoor ook echt heel tropisch en heet. Hoe heet dat? Dat wazige? Heeft dat een naam? Ja. Dat heb ik vast ook wel geweten, maar... Je ziet hem nu net niet meer omdat het avond is. Maar je zag het net wel, dat wazige. Het voordeel is dat het regent is, dan hoef je niet te wateren. Nee, dat klopt, maar het regent niet. Het nadeel van zomer is dat je ze juist extra veel moet wateren. Of je moet gewoon wachten. Het is niet zo dat je crops niet groeien als je ze geen water geeft. Ze groeien alsnog, maar dan duurt het gewoon langer. Dus als je het heel vaak water geeft of dus sprinklers installeert... gaat het wel een heel stuk sneller... Oh, die benzinestation dingen hier. Dat maakt het werk op je land wel onplezierig, hoor, voor deze knechtjes. Ja, ik doe mijn best als je nou gewoon even doorwerkt. Ja, ik wil wel, maar ik heb geen tankstation. Oké, ik heb hier weer echt een millimeter aan tank brandstof eruit kunnen halen. Maar daar kan ik niks mee. Dat is één keer oogsten en dan is het alweer allemaal weg. Het spijt me. Ik doe mijn best. Ik hoef nog maar 7 piranha's. Jouw barbecue is echt leuk. Dank je. Oh, dit is zo gezellig. Hey, en je eten is klaar trouwens, dus ik heb wel tickets. Oh nee, dat is je piano. Mag ik heel veel piano spelen hier? Ja, doe maar. Oké. Wat gaan we spelen? Twinkle, twinkle, old MacDonald. Are you sleeping? Gaan we doen. Dat is de nieuwe. Oh, ik ga hem doen. Vader Jacob. Oké, gadver. Ik heb vader Jacob gespeeld. Eeuw. Ja, ik ben er ook niet blij mee. Oh, je hebt niet genoeg grondstoffen voor de kwarktaart om hem af te maken. Hoe open je de kaart? Ja, bij mij is dat rechter... M. Rechter button. Oh, de M op het M. toetsenbord en als rechter button. De boerderij ziet er linker. Goed uit, want je bent er lang mee bezig geweest. Ja, dat is zeker waar. Ja, dit is Rikse boerderij waar we nu zitten. Voor de mensen die het net hebben gemist. Ik heb echt een micro stukje. Wil jij ook de bakkerij gebruiken trouwens? De bakkerij mag wel, ja. Oké, dan stop ik daar ook even wat graan in. Kijk, maar ook niet chips. Helemaal op, zeg maar. Want, nee, ik moet tanken. Ik moet tanken.
Nou, weet je, ik ga het met de hand plukken voor je. Oké, kom ik dat ook doen? Als jij nou even... Oh, kijk, zij heeft wel gewoon brandstof. Maar kijk, dan echt, als je dus geen trekker hebt... en je hebt dus niet een goed tankstation zoals Rick... dan moet je dus gewoon dit, hè? Dit. Zo, dit is hoe je begint. Als je net de game begint, dan doe je het nog met de hand. Dus dan doe je ze echt nog stukje voor stukje... met de hand plukken, met de hand water geven... en uiteindelijk met je trekker doe je het dus in een vak van 9. Dat gaat zoveel sneller. Dat is zoveel beter. Heet dat niet horizon? Nou, het einde van wat je ziet heet horizon. Maar ik bedoel dat het een beetje zo gaat walmen van de hitte. Dus dat je, net als in de zomer, dan rij je wel eens op de weg. En dan heb je dat je op de weg lijkt net alsof er water op ligt. Maar het is niet, dat is gewoon die warmte die gewoon zo... Maar ik weet niet hoe dat heet. Ik weet niet wat de naam daarvoor is. Dat heet zinderende lucht, zegt Esmee. Zinderende lucht. Nou, dat heb ik nooit geweten dan, denk ik, dat het zo heet. Dat zegt me niks. Tiffany noemt gewoon hittegolf. Ja, maar het hoeft niet. En hittegolf is eigenlijk de benaming. Hé, hey, dankjewel Jennifer. Even een kleine bijdrage voor jullie eten, zodat je niet hoeft te koken, Rick. Ah, dat is echt super lief. Dankjewel. Ook namens, ook voor je papa en mama waarschijnlijk. En de omi. Hey, ik ben er net bij. Heb ik iets gemist? Ah, dankjewel. Nou, je hebt best wel veel, want we zijn al 3 uur bezig. Dus denk dat je dan maar even terug moet kijken. Dan heb je in ieder geval niks meer gemist. We zitten nu een beetje op het einde. We zijn de laatste farm dingetjes hier aan het doen. Zodat we kunnen eten bestellen. Het voordeel is wel, als we eten bestellen, kunnen we nog langer spelen. Nee, dat is mijn weg. Dat is wel. Hey, je had een eierdinges, toch? Wil je dat ik deze weg doe dan? Deze eierenkraam. Maar, waar is je nieuwe eierenkraam? Bij het busstation. Al dat ribbons. Ga naar het busstation. Hier zat hij toch, bij het busstation? Nee, je hebt hem weggehaald. Ja, ik kan in je cadeauwinkel 250.000 uitgeven. Ben ik heel goed in jouw geld ja, uitgeven. Doe maar niet daar dat uitgeven. Want je krijgt er maar één zo'n medaille voor. Timmer die zegt, picknick komt eraan. Nee, ik heb geen picknick besteld, Timmer. Dus we hebben geen picknick. Het kan is Timmer niet gewoon even goed komen brengen? Oh ja, nee, daar had ik het over. Hittegolf is als het 5 dagen op rij heter is dan een bepaalde temperatuur. Dan noem je dat een hittegolf. Maar wat ik bedoel is dat het gewoon wappert op de weg van de hitte. Maar dat is niet per se een hittegolf. Maar dan is het wel heel heet, maar dat is niet een hittegolf. Blijkbaar heet dat zinderende licht. Lucht. Toch? Dat was het toch? Zinderende lucht. Maar dat heb ik ook nooit geweten. Hé, hey, liefje. Jij hebt hier je sprinklersveldjes leeg. Wat wil je daarop? Doe maar wat. Broccoli. Doe maar broccoli. Broccoli voor de Rikkie. Hoi. Hoi. Oh, ik heb natuurlijk geen brandstof. Oh, hier is het nog. Ja. Klein beetje. Klein beetje. Nou, daar kan ik wel even wat mee. Kan ik wel even een klein beetje broccoli in de grond voor zetten. We leren nog iets van je. Ja joh, je leert altijd iets als je kijkt naar game streams van mij. Dus altijd kijken. Voor de educatieve... Nou, sowieso, je leert heel veel over... dat als je goed je gewassen sproeit... dat ze sneller klaar zijn. dat het broccoli is en niet broccoli. Dat Spaanse geiten niet bestaan. Dat Spaanse geiten niet bestaan, inderdaad. Waar is Meerte? Daar. Hier. Ah, lief. Maar is de juf? Ja, precies. We krijgen vandaag boerderijles, jongens. Ik ga jullie vandaag agrarische les geven. Kijk. Je hebt jamboons, wij noemen die janboon. Janboon kan je plaatsen in de grond en die is met 10 minuten klaar. Maar als je ze water geeft, is het sneller klaar. Normaal kan je ook fertilizer gebruiken, hoor. Dat hebben we niet. Hoe open je de kaart? Ja, dat zei hij net ook al. Gewoon rechterbutton of op de toetsenbordknopje M. Linkerbutton. Oh, je linkerbutton. Of op je toetsenbord de letter M. Maar dit was gewoon een oude chat. Ja, was een oude, dat vroeg hij net al. Oh ja, en door de alpaca's met je trekker gaan. Ja, dat doe je ook op de boerderij. Dat is hartstikke goed voor de alpaca's. En dat gaat lekker snel. Dus dat is vooral heel fijn. Wat? Dankjewel, diewertje. Je bedoelt oase. Is dat een oase? Nee, hè? Ook niet een oase. Dankjewel voor je donatie. Een oase is toch weer dat je gewoon iets ziet dat er niet is. Omdat je bijvoorbeeld het heel erg heet hebt. Dat je gewoon een soort van begint te eilen. Toch? Ja,
Ja. Dat is een oase. Dus dat is het ook niet. Nee, een oase is gewoon in de woestijn. Ja, dat je dan ziet dat daar water zit. Maar dat is wel een beetje dat... Het is wel... Nou, boeien. Dat. Dat. Waarom doe je geen video's meer op je normale kanaal? Nou, dat doe ik zeker wel. Want er staat er elke dinsdag om 4 uur een nieuwe video online. Alleen aanstaande dinsdag niet, want dan hebben we vakantie. Maar afgelopen jaar is er bijna elke dinsdag om 4 uur een video online gekomen. Alleen in de meivakantie niet. Maar voor de rest elke dinsdag. Nou, en in de zomervakantie. Dus in de vakanties hebben wij vaak ook even vakantie. Maar anders elke dinsdag om 4 uur. Wat zegt hij nou als je een donatie krijgt? Ja, dat is Rick. Vorige stream speelden we Bloeket. En toen, dat vond ik zo. Dus ik noemde het heel de tijd Bloeket, Bloeket. En toen had Rick het uiteindelijk opgenomen. Dat als er een donatie binnenkwam, dat hij dan zei Bloeket. En dat je dat dan dus hoorde. Maar nu staat dat dus nog steeds zo. Dus je hoort dus Bloeket. Maar dat is gewoon een soort van Kahoot. Juf, wat is 1 plus 1? 4. Ja, hè? Had ik het goed? 3. Oh, sorry. Ik had het verkeerd. Oké, ik ga je geld weer opmaken aan de dieren. Alles moet weer op. Een Fata Morgana. Is dat het? Nee. Is ook weer wat anders, hè? Jeetje, wat heb je een hoop woorden eigenlijk voor allemaal van dat soort hete dingen. Ik vind deze konijntjes zo schattig. Die heb ik ook nog niet, die Dutch Rabbits. Mm-hmm. Hoe is het trouwens met je knecht? Of ik bedoel met je helpende hand? Ik heb hem ingehuurd hoor. Oh, maar al je bomen zijn leeg. Dat is helemaal niet handig. Oké, ik ga weer weg van je eiland. Doei! Oh, maar is alles weer klaar? Oh, geld is weer op. Nee hoor, nee, ik heb niks gedaan. Oh, je hebt hier nog een heel veld. Ik ga dit nog even helemaal voor je vullen. Met jamboons doe ik voor je erin. Weet je dat ik nu 7 minuten lang op mijn eigen eiland XP heb? Die dubbele dinges heb. Kijk, Juna is trouwens echt vet handig in dat water geven. Oh, dankjewel Juna. Oh, ik heb geen brandstof meer, jongens. Ik moet weer skeer hier het metal schep zitten doen, want brandstof is op. Helaas, helaas. We zetten het hier allemaal zo in. Ik vind jouw video's top, Max. Oh, dankjewel. Dat is lief. Maar is op hoeveel uur speeltijd zitten jullie nu? Ik zal Rick even vragen. Die kan het vast zien. Kan jij eens kijken? Hoeveel speeltijd hebben we nu? 51,5 uur. Nou, dat is... wel veel. Rick, kom naar dat gasstation. Ja, dat kan dus niet. Hij heeft daar van die ribbons voor nodig. En voor die ribbons moet hij die opdracht afmaken. Kan je niet even een heleboel piranha's bij je plaatsen? Nou, ik heb er al meer dan dat ik nodig heb. Maar hij vangt ze natuurlijk niet altijd. Hij speeste even helemaal, hè? Ik zat echt te kijken. Ik denk, je gaat niet goed. Want ik leek net alsof ik niks in de grond zette. Terwijl ik dat wel deed. Maar we waren met zoveel op elkaar. Dat ik... Kijk, zie je nu ook weer. Zie je? Ja, dat komt door mijn computer. Ik was even... Oh. Van alles aan het doen in de tussentijd. Ja, en nu crasht hij een beetje. Ik zie, lijkt me alsof ik niks plaats. Ja, je hebt gewoon lag. Ja, ik heb nu doet het echt lag, inderdaad. Oké, heel apart. Nee, ik moet gaan. Oké, maar het heet doei, dus Lili. Inderdaad zinderende lucht. Dat is... De officiële benaming ervoor. Ja. Bloeket! Bloeket! Ah, dankjewel, Rol Schaatsen Kate. Lief. Nou, bestel je eten maar, hoor. Het is hier wel klaar, hè? Dan ga ik weer, hoor. Ik heb 7 minuten XP, namelijk dubbele dingen. Dus ik ga even mijn eiland doen. Ik ga hier weer weg. Ik ga even terug naar mijn eigen boerderij. Zeg nog steeds eiland, hè? Maar ik bedoel natuurlijk mijn eigen boerderij. Voor iedereen die moet gaan, doei! Eet smakelijk! Leuk dat jullie erbij waren. Was gezellig. Heb ik hier alsjeblieft iets te oogsten? Alsjeblieft. Is dit klaar? Ja! Nice, dan krijgen we deze weer dubbel. Nice. Oh, zit je zo krap. Verboden woord wordt eiland. Dat ging vorige keer zo goed. Ja, en dan heb ik hier niet eens een eiland. En dan noem ik het nu ook gewoon de hele tijd eiland.
Had ik toen niet dat Eilala lied bedacht? Omdat ik toen ook de hele tijd per ongeluk eiland zei. Ik heb nu geen verboden woord. Bevalt me wel. Lekker rustig. Hey, ik heb trouwens nog steeds die Jan Boon niet, hè? Dus ik ga even heel veel knolrapen plaatsen. Want Rick zegt, als je die knolraap dus heel vaak plaatst, dan krijg je die jamboon. En dan, die levert meer op. Maar ik heb dus blijkbaar nooit knolrapen geplaatst. Die moeten dan op een bepaald level zijn. Dat heb je ook met bepaalde groentes. Die moeten dan op een level zijn die wat hoger is dan een bepaald iets. En dan krijg je ook weer nieuwe gewassen om te verbouwen. Die dus net weer wat beter XP opleveren of meer geld. Ik moet trouwens wel kijken of ik iets moet legen, want anders heb ik weer niks aan mijn dubbele dingen. Dus ik zit wel lekker te vullen hier, maar even kijken hoor. Wat is er nog meer? Wat kan ik nog meer legen? Welke gewassen zijn klaar? Hier staat ook niks in de grond. Slecht voor mij. Slechte boer ben ik vandaag. Deze zijn wel klaar. Die doe ik mooi. Hoppa. Weer dubbel. Hop, weer dubbel. Deze beesten moeten eten sowieso, want die heb ik nodig voor een opdracht. Mijn alpaca's zijn sowieso nog niet klaar. Mijn kalkoen. Was mijn kalkoen, die hoefde niet lang meer, hè? Die was bijna zo ver, toch? Die hoefde niet zo lang meer. Ik ga even kijken of er nog iets klaar is. Dit allemaal nog niet. Dit is klaar. Ja, maar aardappeltjes! Maar wel maar een paar. De rest heeft twee keer geen water gehad. Kijk, zie je, dan zie je het verschil. Kijk, als ik het nu water geef. Kijk, hij moet nog 2 minuten, let op. Doe ik er water bij? Hier, nog een paar seconden. Hoppa. Lekker. Die krijg ik dus ook dubbel. Nice. Ik moet morgen naar school. Echt waar? Morgen alweer? Ja, jullie hebben waarschijnlijk eerder vakantie. Ja, dat kan natuurlijk ook. Wij hebben pas later vakantie gehad. Dus wij hoeven pas volgende week maandag weer te beginnen. En dan heb je wel vandaag nog vrij? Of had je vandaag dan ook geen vrij? Kijk, ik doe hier ook weer van die knolraapjes in. Heb ik nou... Nee, nog steeds niet. Ik was even blij. Ik dacht heel eventjes dat ik die Jan Boon had, maar nog steeds niet. Deze heb ik nodig. Die zijn lekker bezig. Pas op, er gaat helemaal wat water in daar, joh. Ik zie ze alle kanten op gaan. Ik moet dinsdag volgende week weer naar school. Oh ja, ja, wij dus maandag beginnen we weer. Nou ja, we, de kinderen. Ik niet. Maar dan is onze vakantie ook voorbij. Ik doe het wel even met de hand, hoor. Oh, of niet. Of niet. Iedereen is hier zo lekker bezig. Ik kijk de streams altijd terug. Echt grappig met bloemkool en broccoli schotel. Oh ja, dat was een leuke stream, ja. Die was echt heel leuk. En nu, dit is meer een chille stream. Dit is meer gewoon relaxed om te kijken, denk ik. En als je wat wil weten over deze game, volgens mij hebben we genoeg erover verteld. Ik denk dat je nu redelijk op weg kan. En dat je er wel mee kunt beginnen. Ik ga heel even kijken hoe mijn rode kalkoen er aan toe is tot dusver. Want dan kunnen we die opdracht ook weer afsluiten. Hoe lang moet deze nog? Deze rode kalkoen nog 24 minuutjes. En mijn rode kalkoen daar moet nog... Hoe lang? Eten nodig. Oh, een kwartier. Lekker. Dan hebben we die ook gehaald. Dat is nog het enige, toch? Ja, dat was het enige die we hiervoor moesten hebben. Hier nog de alpengeiten, die ga ik nog checken. En die rode kalkoen, die had ik hier. Wat heb ik hier dan? Oh ja, die roze narcis, die moest ik nog. En dan hier nog het gebroken hartje, die zal ook zo wel klaar zijn. En dus die alpakkers, maar die duren nog wel eventjes. Die alpakkers moeten nog eten nodig. Een uur. Dan zijn ze klaar. Nou, vaak moet je dat gewoon aanzetten. Dan is dat lekker wat anders gaan doen. Wat gaan jullie eten weer eens? Hey, Shirella. Ja, dat weet ik niet. Wat gaan we nou eten? McDonald's, roept Mila. Nee. Liefje? Nee. Nee, we gaan toch niet naar de McDonald's? Ja. Altijd als we aan het streamen zijn, zetten we altijd... Die vorige keer toen we Animal Crossing aan het streamen waren met z'n vieren, toen zei iemand... Ik weet niet of jullie dat nog weten, dat is echt al 2 jaar geleden. Toen zei iemand toen tijdens de stream, oh lekker, ik ga zo McDonald's eten. Toen zaten wij al meteen, oh, McDonald's. En toen was het aan het einde. Oké, wij moeten afsluiten, wij gaan naar de McDonald's. Maar dat kan toch nu niet weer zo zijn? Het lijkt net alsof we al naar de McDonald's gaan. Het is 3-1. Het is 3-1. Nee, echt? Ja. Maar dan kan ik niet het spel spelen als ik naar de McDonald's moet. Nee, helaas. Dan neem ik toch gewoon een laptop mee.
Nee, joh. Ik ga niet mijn laptop meenemen en dan nee, joh, doe, dat is wel heel raar. McDonald's, zegt Marjolein. Ja. Tibbe zegt wel de lichtjesroute. Kijk, nou zou ik al meteen weten dat het Tibbe was. Dat is de enige die de lichtjesroute kennen. Sowieso de lichtjesroute. Wat, gaat Tibbe weer mee? Ja. Zo leuk, maar niet stoppen met de stream. Het is zo leuk. Ah. Oh. Ja, op die ene stream dat Rick ijs aan het halen was en jij thuis zat. Wat erg dit! Ik ga snel stoppen met streamen. Want ik schiet me nu ook in één keer te binnen. Dat vorige keer had ik in één keer zin in taart. En toen gingen jullie taart halen. Appeltaart. Ik zit allemaal te vreten. Wat erg. Maar zo kennen mensen jou ook, hè? Ja, maar ook altijd van die rotzooi. Ik eet nooit altijd rotzooi. Nou? Niet! In de streams wel. We eten ook vaak sla. Wrapjes, dat vind ik wel lekker. Ja, wrapjes, dat vinden we ook lekker. Ja, of ijs of bij de Mac. Oh ja, of ijs bij de Mac. Ja, dat kan ook. Zet allemaal een hartje voor de McDonald's en Mila. Ik mis de Maltesers. Oh, dat is nog meer dan Charella. Wat doe je me aan? Charella, wat doe je me aan? Kan niet. Dat kan niet. Ik zit hier te wachten op mijn... Doe je maar een... Wat heet het? Oh ja, en toen lustte mijn Liesje geen appeltaart. Kijk, dat onthoudt Mechtel dan weer, hè? Koffie is lekker bij de Mac. Ja, maar dat is wel waar. Dat halen wij wel eens inderdaad. Zolang in de auto zitten, geen tijd meer hadden om koffie te drinken thuis. Jongens, ik ga even wat verbouwen, hoor. Jullie zitten zo lekker rond te rijden hier. Knolraapjes moeten we even doen. Hier, doe me knolraapjes maar water geven. Ik weet trouwens niet wie Emily is. Emily? Nee, iemand zei dat je hebt team Emily. Ah, afflauwerd. Flauw. Kijk, kom, knolraapjes. Ik heb knolraapjes nodig. Jullie zijn zo handig met al dat water geven en zo. Emily en Mila, die zitten altijd gewoon met de niksen. Als ze bij mij komen. Net zoals nu hier. Alles goed, Mila? Vraagt Tielse. Nee, ga maar even weg. Doei. Mila is niet helemaal goed. Ze is iets te vaak gevallen. Toen ze klein was. Oh, ik heb nog Maltesers over van de Bios. Oh, lekker Esmee. Tot de volgende livestream. Doei, Michael. Was gezellig. Volgende keer als je dit spel doet, moet het geluid voor een donatie zijn. Spaanse geet! Nee, niet Spaanse geet. Volgende keer wordt het verboden, wordt gewoon Spaanse geet. Kijk, mijn knolraapjes zijn klaar. Oogsten maar. Lekker. Als jullie ze oogsten, dan doe ik weer nieuwe knolraapjes erin. Want ik wil ook jamboons. Jamboons! Kijk nou, jullie zijn zo lekker bezig. Jullie moeten zometeen wel die XP ook gebruiken op je eigen boerderij. Hè? Als je daar nou zometeen lekker gaat oogsten, krijg je alles dubbel. Dat is echt super nice. Eiland, dat blijft ook maar eiland noemen. Is het crossplay? Nee, helaas niet. Dus als je speelt op de Switch, dan speel je met anderen dus ook op de Switch. Hier hoef je geen water te geven, Juna. Want hier krijgt het al water van de sproeiers. Dus dat is lekker makkelijk. Oh, ik zit klem op het hek, jongens, met mijn trekker. Die gaat niet goed. Oh, hoe is het met mijn Alpengeit? Is hij al klaar? Alpengeit klaar? Ik kom even kijken. Nee, nog een kwartier. Dankjewel, Juna. Nog een kwartier. Oké, kom, let's go. Ik heb ook een hele stoet van trekkers achter me aan. Jullie horen waarschijnlijk ook de hele tijd. Al die herrie van die trekkers. Als je straks zelf aan het spelen bent, dan zal je ervaren hoe rustgevend dit spel is. Als je zonder ons dit speelt. Dan heb je niet die trekkers. Dan heb je een heel rustgevend muziekje alleen maar. En dan loop je lekker aan de rode kippetjes en je varkentjes. En alles door je lekker roepen. Nog 20 minuten moet deze nog. Deze moet er nog. 31 minuten. Had ik die nou ook nog nodig? Nee, alleen het gebroken hartje. Hè? Waar is jouw cola? Hier. Wij kijken dan in Lurk als jullie hier... We Were Here gaan spelen. We spelen het zelf ook. Ah, leuk. Ja, jullie allemaal helemaal uit, toch? Al vet snel. Dan voelde ik me helemaal lekker slim. Ik vond het zo lastig. Deze moeten nog 4 uur. Die heeft Rick hier even gepland. Dat was ook voor een opdracht. Dus die moeten we maar een keer een mooi plekje gaan geven. Ik heb hier nog een gebroken hartje. Die is wel klaar. Hoppa. Nummer 1. Nummer 1 van het team. Die andere moeten nog even groeien. Dit is ook alweer leeg. Jullie zitten echt zo hard door te werken. Ja, ik heb Jamboon, liefje. Ik heb hem. Hoppa, dankzij al het hard knolwerk heb ik de Jamboons. Die leveren dus meer op. Kijk, nu zijn we lekker hard bezig, jongens. Dit gaat goed.
Dit gaat echt super goed. Zijn hier de knolrapen alweer klaar? Nee, nog niet. Zijn daar de knolrapen alweer klaar? Nee, kijk als nou overal door het hele land heen scheuren met onze trekkers. Deze nog niet, ja? Weet je waar ik net achter kom? Nou? Dat die Shemkraam, die geeft je geen geld, maar tickets. Of, hoe heet die dingen? Gems. Ribbons. Ribbons! Oh, dat is wel nice. Ja. Dus als ik Shem maak... Net als de honingkraam. Kijk. Die geeft dat ook. En dan hoef je niet meer... Oh. Oké, jongens, let op. Dus nu snap ik... en de kaaskraam ook. Dus echt die eindproducten. Die leveren tickets op. Ja. Als je geen gems... Oké, let op. Ik heb hier... Kan ik Shem maken. Kijk, hier. Hop, hop, hop. Kijk, zie, maak ik Shem van mijn fruit. Nou kan ik dus... Ja, als we die even hier weghalen. Ik hoef niet per se hier Shem te maken. Kijk, dan doen we die even op een ander plekje, hoor. Hier, doen we die even hier. Hier begin ik mijn jamboerderij voor nu. Zo. Even draaien. Dan kan ik een jamkraam kopen. Daar gaat dus mijn fruit in. Dat had ik in het begin van deze stream al uitgelegd. Daar gaat dus mijn fruit in. En dan hebben we dus een jamkraam. Is dat dit? Ja, dit is mijn jamkraam. Die is zo cute. Kijk. Ik heb hem geplaatst. Hij kost wel 10 tickets, hè? Ja, maar dat is niet erg. Ik heb mijn eerste ticket verdiend. Woehoe! Nou, oké, heeft me ook 10 tickets gekost. Maar vanaf nu gaan we tickets verdienen, jongens. Lekker. Ja, medailles. Ja, oh ja, nee, tickets niet. Ik bedoel inderdaad lintjes. Ribbons. Medailles noemen ze het. Melissa die zegt, McDonald's bezorgt sinds kort ook, hè? Ja, maar niet bij ons. Niet bij ons, helaas. Wij wonen weer te ver in een gat. Dus bij ons kan bezorgt wel eerst niet. Even kijken of het inmiddels al kan. Nee, ik denk het nee. Niet. Nee? Huppa, even hier kijken. Verkopen, even daar verkopen. Moet wel verkopen, hè, want anders dan zit zometeen mijn hele opslag vol. Even dit verkopen, huppa. Kijk, mijn kermis daar op de achtergrond trouwens. Kijk nou, wat een gezellige boel. Hier even wijn verkopen, hoppa. Dat gaat lekker zo met gems, dat schiet alweer op. Mijn eenden oogsten, boem. Alle eitjes kapot. Ah, lekker, 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 lekker. Oké, de alpigheid zal nu wel klaar zijn, denk ik. We gaan weer terug. Oei. Oh, ik ga even tanken trouwens. Voordat iedereen dat alweer doet. Even snel tanken. Wel gezellig zo met jullie allemaal. De McDonald's kan ook niet bij ons komen, zegt Sabrina. Nou, bij ons dus ook niet. Maar deze zag ik nou dat je cola had? Ik zie wel weer een Insta-story om 3 uur 's nachts. Nou, ik zal je vertellen, ik drink tegenwoordig Coca-Cola zonder suiker. Dus, en zonder cafeïne. Dus ik heb er nu niet zoveel last meer van. Dit is, smaakt ook net iets minder lekker, vind ik zelf. Maar goed, het is wel beter. No sugar. Dan slaap ik in ieder geval goed. Hoe lang moeten mijn geitjes nog? Nog 13 minuten. Zal dan weer geen eten. Hoe vaak moeten deze beesten eten? Echt, ik ga erbij blijven staan. Echt elke 2 minuten. Kan iemand van jullie, wil een van jullie dit doen? Elke keer die geiten weer eten geven. Want ze moeten klaar zijn. Oh, hier 1 minuut. Kun je niet gewoon zo'n knecht daar neerzetten? Zo'n helpende hand? Ja, als een automatische voerdispenser of zo. Want dit schiet niet op natuurlijk. No, we want Hyper Maris. Nee, nee, want dan slaap ik s'nachts echt niet lekker. Op welke taal is je game? Nederlands. Hij staat gewoon op Nederlands. Je kan hem ook op een andere taal zetten. Maris, dat zit je haar weer leuk. Oh, dankjewel Ilja, dat is lief. Anne zegt, ik heb een 3D-printer gekregen. Wat leuk. Veel plezier ermee. Best wel moeilijk nog. Esthertje zegt, moeten jullie niet eten? Ja, jawel. Daarom gaan we ook afsluiten. Maar ik wil nog heel even wachten tot mijn geiten klaar zijn. Als ze zo meteen klaar zijn, mogen jullie ze wel oogsten, goed? Meester Jaco en Jennifer. Jennifer, ben jij de geitenhoeder? Want dan ben ik helemaal blij met je. Als jij dat zo meteen voor mij wil doen, dan ga ik naar de kalkoenen. Kijk, Yuna is alweer lekker bezig. Ja? Als je straks tijd overkomt, of tijd over hebt, wil ik heel graag dat je me eindelijk komt. En als je dan teleporteert naar nummer... Nee, nummer... Ik ga even kijken. Ja, oké, wacht. Ik zet even Jan Boon in de grond. Oké, dan moet je teleporteren naar nummer 5. En daar heb je een hele leuke verrassing voor je. Daar heb ik zo erg mijn best op gedaan. Heb je dat net heel te zitten doen? Oké. Dus wacht even. Ja, dan kom ik zo nog even kijken. En jullie mogen ook kijken. Maar zo schiet het natuurlijk nooit op, hè, met ons eten. Kijk, deze moeten ook klaar zijn. Nog 4 minuten. En dan is die ook klaar. Oké, nog een paar minuutjes en dan heb ik allemaal opdrachtjes voor nu even gedaan en dan is het klaar.
Wij hebben net een traybake gegeten. Ik vind dat al zo lekker en het voelt zo gezond met alle groenten. Ik vind het ook wel lekker, want ik vind die groenten uit de oven en zo. Trouwens, ik denk dat jij nog niet in zo'n gat woont, hoor. Want heb je ooit van Sint Hubert gehoord? Nee. Waar is dat? De Mac wordt steeds duurder. Het vlees is bijna net zo dun als een plakje kaas. Ja, nee, dat is inderdaad wel zeker waar, ja. Maar toch, hè? Toch willen ze naar de McDonald's. Gaan jullie vanavond weer verder? Ja, nou, je kan gewoon komen kijken. Want ik ben het waarschijnlijk toch wel aan het spelen. Maar niet aan het streamen dan in ieder geval. Maar dan kan je in ieder geval nog wel, als ik zelf aan het spelen ben, kan je ook gewoon joinen, net als nu. Dus als je het leuk vindt, als je ziet dat die online is, kom gewoon gezellig langs. Kan je helpen met ploegen, helpen met oogsten. Dat mag altijd. Dat vind ik altijd gezellig. Had ik nu ook altijd. Als er dan van die mensen op mijn boerderij kwamen die ik dan niet kende. Die dan even kwamen helpen. Vond ik ook zo leuk. Gisteren was ook iemand was dan helemaal vanuit Zuid-Afrika. Die kwam ons helemaal helpen. Dat was ook echt zo ontzettend lief. En dan gaat het ook zoveel sneller. Echt heel fijn is dat. Oké, ik zet weer eventjes de Jan Boon in de grond. Dankjewel Mirjam voor het ploegen. Bye, iedereen die gaat eten, eet smakelijk. Normaal is dat iedereen die gaat slapen, slaapt lekker. Ik heb al rustig avond gegeten en Maris is nog steeds bezig. Ja, erg hè, Lara. Ik dacht, ik wacht nog heel even totdat het klaar is. Had je de geiten gedaan, Jennifer? Waren ze gelukt? Ja, oh, deze nog 10 minuutjes. Ik heb hem nog niet gehaald, hè. Even kijken, hoor. Want ik heb nog net niet genoeg alpengeiten. Nee, we moeten nog 7. Ik moet meer alpengeiten plaatsen. Die roze narcis moeten we nog doen. Het gebroken hartje. En die alpaca's. En die rode kalkoen. Ja, oké. Okay. Nou, dan wachten we nog op de rode kalkoen. En dan maak ik de rest vanavond zelf af, jongens. Jammer dat ik ze niet verder af had gekregen. Maar maakt jullie vast ook helemaal geen reet uit. We hebben ook nog niet gegeten hoor, Maris. Nou ja, wij eten sowieso nooit zo heel vroeg. Wij eten altijd best wel laat eigenlijk. Dus voor ons is dit nog gewoon een normale tijd om nu pas te gaan bedenken van wat gaan we eten hoor. Wij zijn niet van die 5:30 mensen eten en zo. 1 minuut. Nou, 1 minuut. Wat kan je met die tickets doen? Nou, met die tickets kan je dus uiteindelijk die helpende handjes, zoals Rick ze noemt, die je op je eiland kan zetten, die kan je aan het werk zetten. Dus die gaan dan voor je alles doen in die straal waar ze bij kunnen. Die kosten tickets. Je hebt bepaalde dingen voor in je huis die je kunt kopen, zoals leuke items. Die kan je weer betalen met tickets. Dus daar heb je die tickets allemaal voor nodig. En die tickets die krijg je weer door iets te koken. Ik weet niet of je ze ook op een andere manier verdient nog, die tickets. Weet jij dat? Tot dusver met koken. Wij eten soms pas om 11 uur. Oh wow, Anne, dat is wel heel laat. Oké, nee, zo laat eten wij dan weer niet. Maar we eten niet om 5:30 of zo. Wij kunnen rustig inderdaad ook echt pas om 8 uur nog aan het avondeten zijn. Yay, we staan een level omhoog. Lekker. Mijn kat is fan van jullie. Ze kijkt altijd mee met de livestreams. Ah, lief. Hoi, kat. Bij mij wordt er nu gekookt. Lekker, Madelon, dat doe je goed. Wij eten chili con carne. Oh, dat vind ik ook lekker, Quinn. Wij maken sushi. Oh, lekker. Eet smakelijk allemaal. Iedereen die al aan het eten is of die zometeen gaat eten. Nou, ik zit al klaar hoor. Komen jullie straks naar mij? Ja, ik zit even klaar om een rode kalkoentje te doen. Want ja. Dan kan ik nog even zien wat ik in de grond moet zetten voordat ik hem afsluit. Kom op, kloek, kloek. Kloek, 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 kloek. Kom op, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Boom! Gehaald. Appelbomen en gele hibiscus. Zijn dat bloemetjes? Gele hibiscus? Ja, dat is echt cute. Echt? Ja. Oké, wacht. Welke is dat? Deze. Daar moet ik er? 30. Ik dacht 60. 60. Oké, dus dat is 9. 18. Oh, ik heb... 27. De alpengeit is weer een stuk gedaan. Lekker. 36. Dat is genoeg toch? Hoeft het toch maar 30? Nee, 60 hè? Jeetje. Overal. Nou, hierachter maken we nog een bloemenveld. Ik ben de tel kwijt. Ja, ik ben ook de tel kwijt. Wacht, ik ga mijn opdracht even opzoeken. Dan staat het erbij. Oh, 54 heb ik er nu. Nou, doen we er hier ook nog een paar. Wacht even hoor. Zet ik me nou hier net weer uit. Kijk. Hoeveel heb ik er nu? Ik heb er nu...
63, we hebben er nu genoeg. Oké, okay, en de appelbomen doen we hier ook nog even een appelbomengaard bij. Kijk, zo wordt mijn eiland natuurlijk wel gewoon georganiseerd, maar puur functioneel. Boom. Voor de appelbomenoogst. Doen we even heel veel. Dan gaan we die opdracht even lekker snel halen. Okay, komen jullie dan straks naar mij toe? Ja, ik zet dit neer en dan kom ik naar jou. Kom, ga maar vast. Dan kom ik eraan. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor het helpen. Ik ga hem afsluiten. Dank jullie wel. We gaan volgende keer weer verder met mijn boerderij. Ik ga even kijken wat Mila heeft zitten maken. Want die vraagt al zo vaak of ik even kom kijken. Dus ik ga even kijken bij Mila. Maar nou is ze zelf weg. Of niet? Ben je er alweer? Ik kom er. Ik kom eraan. Vanaf ons hotel hebben we 56 kilometer nodig om bij McDonald's te komen, zegt Maxime. Oh ja, ik hoop voor je dat je dan nu niet zin hebt in McDonald's, want dan is het echt ver. Ah. Oké, waar moest ik heen? Naar nummertje? 5. Jeetje. 1,5 sneeuw hier. Je hebt echt veel sneeuw gemaakt. Kan je hier ook iets mee? Kan jij hem trekken? Oh, dat is jammer. Dat hij dan niet echt iets... Oh, dit huisje, Mila. Je moet het wel nog wat gezelliger aankleden, hoor. Maar ik zit wel lekker in de hot tub. Maar er zijn niet zoveel spulletjes voor in de sneeuw. Nee, maar misschien kan je er dan gewoon wat dennenbomen tussen zetten. Zo. Dat is toch ook leuk? Ja, die hebben dan geen sneeuw. Ja, dat snap ik. Heb je hier ook al iets... Oh! Oh, dat is half ingericht. Ja, dit is nog helemaal leeg. Welke heb je nog meer ingericht? Of alleen het begin? Oh, wel schattig. Kijk, nu kan ik het jullie dus even laten zien. Kijk, hier heb je dus al die spulletjes, allemaal behangetjes. Echt veel. Allemaal leuke dingetjes die je dus in je huis kan neerzetten. Zie je, die betaal je dus met gems. Maar sommige dus ook. Kijk, dit is alleen maar gems, deze koekoeksklok. Maar je hebt dus ook sommige, die zijn dus ook met tickets. Kijk maar. En daar moet je dus voor koken om die dan te kunnen neerzetten. Ja, er zitten echt hele leuke dingen tussen, hoor. Kijk nou. Dit zijn dan allemaal kleine decoratiespulletjes, denk ik, of zo. Oh, die plantjes. Oh. Ik vind het, wat ik zo leuk vind aan het spel, is dat het is allemaal zo gedetailleerd. Ik hou daar echt heel erg van. Kijk, bijvoorbeeld dit kleed, weet je wel. Dat vind ik ook in Animal Crossing vind ik dat ook echt heel erg leuk. Dat als je het gaat inrichten, dat het ook echt mooi wordt. En dat je er ook iets mee kan, weet je wel. Ah, deze is leuk, Mila. Dat witte berentapijt. Ja, die heb ik gedaan. Ja, net een echt beertje. Ja, dat is een echt beertje. Dat oh, dat vind ik dan weer zielig. Ja, ik ook. Maar ik heb die wel echt. Ja, maar het is van een knuffeltje. Dan doe je gewoon altijd een knuffeltjes. Die is ook heel schattig. Deze ook mooi. Ja. Hier, deze is ook leuk. Ik heb die gebruikt. Welke? In mijn mooie huis. Ik vind mijn favoriete huis. Deze? Ah, die is echt heel vintage. Ik heb nu zin in McDonald's. Sorry, sorry. Ik ook. Sorry. Ja, kijk nou. Zo schattig. Echt veel leuke spulletjes. Ik vind deze bedden ook heel leuk. En dit, hè, die snoepjesbankjes. Iemand zegt, we want roze bril. Nee. Die heb ik niet meer, die roze bril. Die is helaas kwijt. Helaas. Helaas hebben we die niet meer. Heel leuk, schat. Wordt gezellig. Oké. Is water fresh? Ja. Oh ja, ik had ook water gepakt. Ik ben niet eens aan toegekomen. Oké, nou, ik ga hem afsluiten, jongens. Ik ga mijn stream afsluiten, want wij moeten even wat gaan eten. Dan maar doei. Nou, dat was het. Dat was mijn boerderijspel. Doe maar even iets aan de kant, dan rij ik over je teen, schat. Ja. Vonden jullie het leuk? De boerderijdinges? Als jullie nu volgende keer gewoon mee willen komen doen, ga nou even daar naartoe. 1000 keer. Hup. Ik duw even mijn dochter weg, hoor. Want die blijft maar druk hier springen. Ik heb haar even aan de kant gebonjourd. Maar eerst bedankt voor deze stream. Was echt heel erg leuk. Oh, dankjewel, Meerte. Wij gaan sushi bestellen. Oh, lekker. Je zit vandaag vol goede ideeën. Kijk, dankjewel. Leuk dat je bij de Crazy Crew bent gekomen, rolschaatsen. Leuk dat jullie er ook allemaal waren in deze spontane stream. Als ik dus volgende keer aan het spelen ben, kom maar gewoon gezellig langs. Kom maar helpen met ploegen en weet ik veel wat als je zin hebt, als je het leuk vindt. Ik vond het in ieder geval heel leuk en ik hoop dat jullie deze game wel leuk vonden. Ik wilde hem heel graag in ieder geval daar maar jullie laten zien. Vergeet niet te abonneren.
Ik weet niet wanneer ik weer volgende keer je streams, altijd een verrassing. Maar vast binnenkort weer eens een keertje. Dus abonneer, dan mis je dat in ieder geval niet. Morgen komt er dus niet de video online op het gewone kanaal. Want vakantie, maar ik denk de week daarna wel weer. Dus, maar dat zien jullie daar vanzelf weer. Oké, ga ik nu eten regelen. Doei allemaal! Ik ga...